Was he insane? Fuck yeah. That boy was crazy. And he got a lot of people hurt. Welkom, boys. Hallo. Steven Bell, Jeroen Jonkers, aflevering 33 van The Badden Show. Ja, min S trouwens, hè? Jeroen Jonker gewoon. Is dat daarom zelf een hoop Jeroen Jonkers op Instagram? Ja, weet ik niet. Kun, man. Is je op Instagram? Nee. Oké, okay. Dat is verklaard. Ja. Er komt iemand uit deze kant op binnenkort dan. Hoe is het, Steven? Goed, Steven heet ik. Steven, man. Kom op, man. Doe even normaal, man. Kies even gewoon een normale naam uit. Steven. Oké, okay, Badder, super normale naam. Oké. Okay. Steven. Ja? Wat zei ik dan? Steven, zei je. Steven, het is hetzelfde. Is goed, Budder. Ja, is het. Maar het gaat goed, man. Maar vroeger zat het een bagger. Vond ik zo kut. Dat echt... Ik ben wel master. Ja, dat is wel terecht. Bagger. Ja, leuk. Ja, die houden erin. Ik had het niet moeten zeggen. Maar hoe is het, man? Ja, goed. Long time no see. Ja, man. Ja, dit is het enige wat we kunnen doen. Dit is all, the, this is all that there is. Het is, ja. Het is corona. Dit is nu officiële lockdown. Dat is wel next level inderdaad, ja. Ik ben nog steeds, elke dag ben ik even aan het checken op Jonathan Crispijn's Instagram om te kijken of die geen zelfmoord heeft gepleegd. En of die de premier niet heeft aangevallen of zo. Nee. Ja, hij stond wel te fluiten onder dat raampje. Was hij het? Ja. Hij staat sowieso op een lijst. Hij staat sowieso op een lijst en daar zal hij trots op zijn. Het zou mij niks verbazen als hij inderdaad op een... Maar als je echt verandering wil brengen, dan moet je ervoor zorgen dat je niet op een lijst staat. En dan iets doet. Ja. Je moet juist heel... Low-key heel, zijn. Ja, nee, je moet juist lid zijn van GroenLinks en een penningmeester zijn van een van de Damclub. En dan moet je een aanslag plegen. Van binnenuit. Ja. Niemand zag het aankomen. Ja, hij was zo'n normale jongen. Nou, als je Jonathan Crispijn eens doet, zegt iedereen... Ja, dat zat eraan te komen. Ja, sterker nog. Hij heeft wel een bepaalde positie nu weten te krijgen binnen die movement. Van movement van idioten. Nee, van die... Hoe moet ik ze typeren eigenlijk? Wie? De complotjongens? Oh, je praat wat meer in die... Oh, sorry. De complotjongens? Ja, nou, die... Ja. De mensen die het fundamenteel oneens zijn met alles wat de regering doet. Ja. En mensen die een soort van lijn trekken tussen het volk en de regering. Met de veronderstelling dat daar een soort van muur tussen zit. Dat je nooit als iemand van het volk bij de regering kan komen. Die er dan een soort van Illuminati situatie opzetten van die zijn zij. Ja. En die zijn allemaal pedo's en die drinken allemaal bloed. En wij zijn gewoon normale mensen die echt het beste met de wereld voor hebben. En wij zouden nooit hun kunnen zijn. Nee. Als iemand daar komt, dan ben je gewoon zo. Ja. Dan heb je babybloed gedronken. En zij hebben dan oneindig heb veel macht. Zij is oneindig veel macht. Dat is de basis. Ja. Wat is er? Nee, ik zit even te kijken. Ik moet nog steeds even koekeloeren naar die geluid en zo. Want dat vind ik altijd intrigerend met al die complotten. Dat men niet zoiets heeft van, joh, weet je, zou het niet uitkomen. He, op een of andere manier, laat zeggen, wat ze ook verzinnen. Je weet dat niemand houdt iets voor zich, normaal. Maar in deze tijden... Je kan deze ook gewoon wegen. He? Oh, sorry. Ja. Men veronderstelt dat er een soort van heel grote groep is die weet wat er aan de hand is. En niemand klapt uit de school. Dat is fucking bullshit. En waarom kunnen we niet eens een keer gewoon het eens zijn dat die mensen niet zoveel verschillen van ons. En dat zij ook maar wat doen. Ja. Iedereen doet maar wat. We gaan gewoon terug naar een soort van gelovig verhaal. Dat er een van de hoge macht is die alles doorhebben. En die ook gewoon zelfs de grootste grove crisissen, dat het allemaal georchestreerd is. Niemand kan dat. We zijn allemaal precies idioten en we doen allemaal wat. Als je gewoon elk gesprek met een hoogstaand iemand zo van, kun je me advies geven, want ik wil ook zo worden. Ja, bedenk dat iedereen maar gewoon wat doet. En gewoon ook gewoon elke fucking CEO, elke, natuurlijk, hoe helemaal bovenin heb je een sociopaat, maar dan heb je ook in de comedy, heb je ook in de fucking slachtindustrie of whatever. Gewoon als je echt bovenaan wil zitten, dan ben je gewoon iets gekker en iets minder vriendelijk, zodat je daar boven komt. Maar voor de rest zijn we allemaal wel wat aan het doen. En als je echt iets wil veranderen, dan moet je eerst fucking lang saai in de gemeenteraad gaan zitten. En daar 5 jaar zitten. En dan de hele tijd denken van, poh, alles wat ik doe heeft echt geen zin. Maar ik ga toch blijven doorwerken. En uiteindelijk kom ik ook in de Tweede Kamer. Maar als je daar geen zin in hebt, heb je gewoon minder recht van spreken. En tegen die tijd ben je al opgeslokt door het systeem. Nee, nee. Ik bedoel, je komt erachter dat het systeem gewoon fucking traag en log en sloom is. En saai. Het is vooral saai, want je vertegenwoordigt iedereen's mening. En iedereen's mening
bij elkaar equals gewoon een grijze mélange van niks. Precies, en maar, er gebeurt geen hol. Ja. Echt en als je echt de mening van één iemand wil hebben, dan krijg je dictatuur en dan heb je hele interessante ideeën. Maar ja, dan voelt niemand zich meer verantwoord. Is dat het misschien? Is dat het misschien? Is dat gewoon dat het gewoon te saai is? Dus vullen het is fucking saai. Dus vullen we het zelf maar in. Ja, ik vind 2020. Ik heb zondag een programma met Jeroen Leenders en hopelijk nog hele coole gasten erbij. En ik noem het 2020 dubbelpunt de collectieve zucht. Je mag name dropping noemen. Nee, want ik ga niet iemand benoemen die we nog niet hebben geregeld. Maar we hopen een grote cabaretier erbij te Dave halen. Dave Chappelle, jongens, dames. Dave Chappelle. Misschien, en als hij niet kan, dan Bill Crosby livestream vanuit de gevangenis. En zit anders... hij nog vast trouwens? Ja, hij zit nog vast, ja. Daar ga ik wel vanuit. Hij is een zwarte man in Amerika, dus ja. 1 op 3 ja. Kans dat hij in de bak zit, toch? Ja. Hoe is het met jou dan, Jeroen? Ja, lekker man. Ja, echt goed. Het is wel chillen tijd om een kind te hebben, of niet? Ja man, een kind is, ik weet niet, ik heb geen referentiekader, maar bij ons gaat het best wel lekker. Ze slaapt ook goed, dus dat is altijd... 10 maandjes. Ze slaapt goed, ja. Dus jij ja. Ook. Ja. Ja, maar dat is wel echt het verschil denk ik hoor. Als je, sommige mensen die worden, weet ik veel, 1,5 jaar lang 's nachts wakker. Ja, dat is wel heftig. Ik word heel mijn leven 's nachts wakker. Ja? In een bad met zweet. Nee, ik tot het te warm is. Die katholieke school heeft je niet goed gedaan. Protestant, hè? Protestant. Ben je? Ja. Maar niet echt. Maar wel protestant. Maar iedereen zijn toch katholiek, niet? Ja, maar er zit een minderheid. Een soort, joden van Marokko zijn wij. jullie zijn natuurlijk de koningsgezinden. Nee, we zijn republikeinen. Dus het is niet zo allemaal. Het is niet zo zwart-wit als mensen het allemaal. Maar waar hebben jullie het over, joh? Over de struggles in Ierland. Over de struggles. Maar laat het. Maar, the last niggers of Europe. Maar ik heb een openingsvraag voor jou die ik net had. Ja. Je wilde iets weten over mijn haar. Ja, je haar. Ja. Hoe lang blijft het zo? Wat bedoel je? Want jij hebt het laten implanteren. Implanteren. Ja. Heb je dat implanteren? Transplanteren. Vanuit waar? Vanuit andere plekken op je hoofd. Dus de eeuwige haargrens eigenlijk. Daar pakken ze het. Heb je ze spreiden het gewoon even. Was je niet down met kou zijn? Ik was niet echt kou. Beetje het werd dunner. Jij hebt een beetje zo sorry dat ik het zeg, maar Joodse haar, die van Dorp of Berend, Frits Barend, die heeft hier nog zijn haarlijn, maar het wordt gewoon steeds dunner. Ja, maar dat viel ook nog mee bij mij. Ik heb toevallig nog een optreden dat ik in Toemler speel, daarvoor. En dan zie je, ja, nu zou ik bijna zeggen van, joh, had ik, weet je, kost toch geld. Jammer, hoeveel geld het? Hoeveel geld dit was in Turkije, 2000 euro of zo. Maar in ieder geval, het is natuurlijk wel die dunner verbeterd. Grap is al gras snel gemaakt dan. Ja, die heb ik ook gemaakt. Die heeft hij ook gemaakt. Oh ja, klopt, dat was jij. Ja. Oh ja, natuurlijk. Maar het is wel verbeterd, zeker. En het blijft, alles wat verplaatst is, blijft. Maar Joe Rogan die zegt dat het domste was dat hij ooit heeft gedaan. Maar wie is dat? Joe Rogan. Ja, ik weet dat ik nu iets heel erg zeg. Ja, maar de podcast. Alleen, is dat die... dat is die kale dude, die UFC-commentator en comedian. Oh, die al comedian. De best ja, beluisterde podcast van de wereld. Ja, maar ik zeg eerlijk, ik luister nooit één podcast. Nee. Sinds kort die van Badden. Dat ik er zelf mee deed. Dat is de beste podcast. En ik heb die met nieuws ook geluisterd. En natuurlijk met Chris. Maar weet je, ik moet er nog even aan wennen, joh. Weet je, wordt best wel veel geluld, weinig gezegd. Maar daar hebben mensen behoefte aan. Ja. Want mensen hebben tegenwoordig, zeg maar, 18 uur dat ze wakker zijn en niks te doen. Ja. Dus dan moet opgevuld worden, precies. Niet door een tv-programma van 20 minuten. Met reclame ertussen, maar gewoon 2 uur lang onverkommerd. Oeverloos gelul. Ja. Nee, ik begrijp het. Dus ik... begin het ook langzaam te waarderen. Langzaam. Ja, maar Joe Rogan nooit geluisterd. Maar sorry. die heeft nou zo'n litteken achter in zijn hoofd. Ja, maar dan heeft hij oude stijl. Ja, hij heeft oude stijl. Oude stijl. Ik ben tweede fase. Oude stijl gingen ze echt iets uit je hoofd wegsnijden en daar inderdaad haar pakken. Want dan haalden ze het hele lappen huid haalt ja, weg. Ja. En wat hebben ze ja. bij jou gedaan? Gewoon haartjes eruit gehaald. Oh, ja. Gewoon die haarvaten. Ja, en dan weer, in je hoofd geschoten, zeg maar. Nee, dan maak je kleine inkepingjes en dan zet ze in. Maar jij zal ook nog alsnog weer kaal worden, toch? Nou ja, weet je niet. Afhankelijk van hoe kaal je überhaupt zou worden, inderdaad. Maar de haren die verplaatst zijn, die blijven voor altijd. Oh ja. En, maar dan mijn grote plastische chirurgie vraag. Want ik vind altijd, kun je niet beter gewoon aanvaarden dat je kaal wordt?
Ah ja, maar nogmaals, weet je, ik kijk naar de beelden voordat ik dit deed, was ik ook al niet echt kaal. Maar waarom deed je, als je dan niet kaal was? Ik zeg eerlijk, in die tijd zag ik een keer Lange Frans. En ik dacht, hè, die man heeft veel haar, gek. Die heeft ook een podcast. Dus ja, ik, klopt, ja. Ja, ja. Ken je die podcast wel? Ja, die ken ik wel. Die heeft hij 27 afleveringen van geluisterd. Ja, daar heb ik eentje een stukje van geluisterd. Nee, maar hij had heel veel haar opeens. En ik dacht, hé, dat is dus wel vrij effectief. En ja. Maar wat heeft het met zijn brein gedaan? Dat kun je ook afvragen. Ja, precies. Nou, dat is inderdaad de vraag. Hij is ook kaal geworden van die ten voor het die hij had. Nee, mijn ding is, nog 10 minuten voordat de Joden ergens de schuld van zal geven. Ik. Ja. Maar geen jongen dan. Oh, dat is die nieuwe chip. Die chip. Hij heeft de chip in zijn haarvaten. Ja, vriend, ze doen het allemaal in Turkije ook. Ja. Ja, maar ik ben gewoon iemand die heel impulsief, weet je, ik zie dat en ik heb het vrijwel direct geboekt, geloof ik, volgende dag. Doet geen pijn. Gewoon even kijken. Ik heb het wel gezien, maar mensen hebben ze fucking heel korsten en shit. Kunnen ze Badr ook nog redden? Nou ja, kijk, hij is nu helemaal gladje kaal, maar ik denk dat de Steffen laat groeien, dat hij nog best wat haar heeft. Nee, je hebt een uur al, toch? Ja, maar dat maakt niks uit. Hier is allemaal social distancing. Oh ja, maar dat voor je cap. Bedoel je? Maar je hebt toch gewoon aan de zijkant heb je gewoon haar, toch? Als je laat ja, maar het is wel weg. Maar ik vind kaal prima, man. Ja, kijk, ik zie hoe glad het is. Ik heb vandaag toevallig een nieuwe scheermachine binnengekregen. Dus hoef niet meer met een mesje te. Heb je gebruikt? Ja. Ja, maar in ieder geval, ja, doet de pijn. Ik vond meevallen eigenlijk. Het enige wat pijn doet is de verdoving. En de rekening. Nou ja, ja, ook. Twee, dat is ballen. Maakt me helemaal geen reet uit, deze man. Oh ja, gewoon nieuwe tandartsstoel verkopen. Hij kent mij. Moet ik een jaar voor werken? Heb jij die tandartsstoel verkocht aan die gasten die die mortelkamer hebben gebouwd? Nee. Heb je dat verhaal? Ik verkoop geen stoelen. Ja, die mortelkamer. Dat is fucking crazy. Dus die gozer die zit nu toevallig vast. Dat soort podcasts heb je dus ook. Die alleen maar gaan de plotcast, hebben ze die al? Plotcast, ja, gewoon de plot. Gewoon complotcast. Ja, nee, die is wel een goede naam. Ja. Ik vind trouwens, in zo de putcast vond ik een van de coolste namen voor podcast. Shout-out naar Jeroen Koele. In de putcast, die vond ik geweldig. Ik heb zijn pilot opgenomen met Jeroen Koele. Ja? Zeker. Ja. Trots. Omdat jij toen ook depressief was. Of altijd eigenlijk. Altijd depressief. Nee, we hadden toen over mijn verslaving. Oh ja. En toen, wat is je verslaving dan? Ik zat toen verslaafd aan de drugs. Oh. En de drugs. Moet ook zeggen welke drugs. The drugs. The white heaven. The White Heaven. The White Widowmaker. The White, White Widow. Ja, nee. Dat was weer wiet, dacht ik. Ja. Nee. Dus ik ging bijna toen in Amsterdam zat ik daar. Ik vraag me af hoe het met hem gaat. Hij is een stomme comedy volgens mij, toch? Ja, hij doet af en toe wel wat. Maar het gaat wel goed met hem. Hij doet de PhD bij de TU Delft. Dus hij is helemaal zijn nopjes qua. Hij wil gewoon slimme shit doen. En dat doet hij nou ook. Dus, hij gaf al les op de universiteit. Ja, hij gaf al les op TU Delft. En nu doet hij ook een PhD erbij. Dat die teringlaar mij een keer had geflikt. Ik leerde een meisje kennen op Tinder. Dat ik met oude hoeren en dat soort shit. En hij was toen bij mij een keer op de podcast geweest. En dan zaten een beetje lompe lulverhalen te vertellen. Dus ondertussen, ik vertelde haar toen comedy, blablabla. En zij zat toen ook met hem te kloot of zo, dat weet ik van wat. En hij zat tegen haar te zeggen wat ze allemaal tegen mij moest zeggen. Ze hebben gewoon allemaal shit tegen mij te zeggen die hij tegen mij zei. Oh ja. Ik zei, the fuck is dit? Wat is dat voor rare shit? Terwijl jij het andersom echt prima had gevonden. Als hij jou aan het invullen was om haar te versieren. Maakt mij geen reden uit. Ja, maar dan, oké. Dat is wel een lekker wijf trouwens. Ik vraag me af hoe het met haar gaat. Nou, als je kijkt, laat hem even iets weten. Hij weet je naam niet meer, maar je bent echt heel leuk. Ze komt volgens mij hier uit Leiden zelfs. Ik weet niet hoe ze heet. Precies, dat dacht ik al. Ik weet niet hoe ze heet. Ja. Maar, wat dan? Het is weer zo'n verhaal. Was er nog iets gebeurd? Ja, ik was al een tijdje weg. Dus ik merk de laatste tijd dat ik begin met een verhaal te vertellen. En dat ik halverwege tot besef kom dat het gewoon een kutverhaal is. Dus dat geen punchline ik had al bij het begin al, ik had al bij het begin al vermoeden dat het een kutverhaal ging worden. Ik begin zo vaak en uiteindelijk denk ik van oké, wat de fuck ga ik nu doen dan? Ik kan die twee dingen doen. Of ik kap het af. Of ik verzin iets. Of ik verzin er gewoon wat bij om het mooier te maken. Maar jongens, hoe zien jullie de komende maand tegemoet? Zeg maar, helemaal. Echt gewoon, het is eigenlijk een strengere lockdown dan. Het is gewoon hetzelfde als de eerste. Ja. Maar je kan niet naar de praxis. Nou, ik denk niet dat het ons heel veel uitmaakt. Maar, kerstbomen waren gisteren trouwens gratis op talen. Ja, nou, goede podcast vibe. Ik ben geen. Ik zat een punt om een beetje te halen. En je kan niet, je mag in de podcast mag ook geen gisteren zeggen, maar dinsdag 12 december. Laatst. Of maandag 14 december waren er gratis kerstbomen op te halen. Want de podcast moet natuurlijk tijdloos zijn. Ja, maar wat je ervan vindt of wat je gaat doen? Nou ja, wat,
Ja. Hoe jij als comedian daarmee omgaat. Nou, als comedian ga ik er prima mee om, want ik had Tonic staan. Had jij tussen juni en oktober veel gespeeld? Ik heb een tijdje even wat gespeeld inderdaad. En op een gegeven moment toen die verzwaring kwam. Ja, wanneer was in oktober. Ja, ja, precies. Toen heb ik nog op die woensdag gespeeld. En daarna eigenlijk niet meer. Dus je hebt sinds woensdag in oktober niet meer gespeeld. Precies, ja, woensdag in oktober, ja. En, maar ik merk dat sowieso wel. Dat ik als er dan even zo'n tijd is waarin je weer kan spelen, denk ik, joh, fuck it. Ik zie het wel als het even, weet je, als het echt weer serieus wordt of zo. Ik duik er niet direct op. Ik ga gewoon door met mijn leven. Waar is jouw hunger dan? Ja, ik weet niet. Ik ben in die zin misschien een bijzondere comedian. Maar als ik, ja. Er zijn heel veel mensen die het zo hebben aangepakt. Ja? Ja. Hoe gaat het weer op gang komen? Dat vraag ik me af. Hoe gaat het weer beginnen? Hoe gaat het weer starten? Ja, gewoon uitgedund als het weer kan. Maar het wordt gewoon weer heel... Ik hoop dat mensen op een gegeven moment gewoon gaan aanvaarden dat de consequenties er gewoon zijn. En dat we dat maar, zo... Maar wat ik me wel afvraag, hè, ik ben geen Johan Tan, maar wat ik me wel eens afvraag is van, wat voorkomen we en welke middelen... Overbelasting van de zorg, daar gaat het om. Ja, oké, maar daarvoor kan je ook... En de conclusie is gewoon, maar dat krijg je niet in een jaar opgelost, dat we fucking hard moeten investeren op de zorg wat we de afgelopen 10 jaar hebben bezuinigd. Wellicht, maar los daarvan is het ook gewoon een ethisch... vraagstuk, snap je? Ja, palliatief. Precies. Wat ga je doen? Ja, je wil niet dat die IC's overbelast worden, maar ja, je kan ook voorkomen dat de mensen daarheen gaan. Ja, we kunnen zoals vroeger met polio gewoon die mensen in huisjes zetten. Ja, stond dolle. Ik bedoel, de oma van mijn vriendin is bijvoorbeeld overleden, die zei zelf van, ik wil niet meer naar de IC of iets dergelijks. En de vraag is van, kijk, ik begrijp best wel dat het, laat we eerlijk zijn, het zijn heel moeilijke vraagstukken, maar ik denk dat je de lange termijn, dat toch niet goed genoeg onder de loep liggen. Ja, maar het ding is, wij in Nederland lopen daarop voorop. En dat is het probleem als je ergens op voorop loopt, dat je niet nog eens de kar kan trekken. Dat is net als met wietbeleid geweest vanaf de jaren 70. Ja. Wij staan ook te wachten op de buurlanden dat ze meegaan, zodat wij niet een of ander drugsparadijs worden. Klopt. En met palliatief denken is Nederland ook vooruitstrevend. En de meeste ouderen hebben ook al een soort van aanvaarding naar de dood. En dit hoeft allemaal niet. Maar het gaat erom als het onbeschreven is. En het is wettelijk natuurlijk heel moeilijk te bepalen. Want dan krijg je enge taferelen van, oh ja, die is een kostenpost, is te oud, weg mee of zo. Ja. Weet je wel. Maar dat is nu natuurlijk dus, hè? Als je bijvoorbeeld kanker hebt en je... Maar Nederland is daar heel ver mee. Ja, je zou nog een jaar kunnen leven, maar het kost meer dan 40.000 euro. Dan ga je dus niet doorbehandeld worden. Ja. Dus daar liggen die kostenposten wel heel duidelijk vast. En hierbij ligt dat veel hoger, hè, bij corona. 10, 20, 30 keer hoger dan bijvoorbeeld als je kanker hebt. En het gek is, en daar stel ik wel eens wat vragen over aan mezelf en wellicht wat vrienden. Kijk, ooit is er, of tenminste, ooit, aan het begin is er een bepaalde weg ingeslagen. En de mens heeft de neiging om consistent te zijn met eerdere beslissingen. En volgens mij vloeit dat nu nog steeds door, om zo maar te noemen. Want ik denk dat het niet slecht is om eens te kijken, hoe zou een ander regering daarmee omspringen nu? Stel dat je ze wisselt. He, want je ziet gewoon dat ze voortborduren op maar eerder beleid. Dat kunnen we dus de hele tijd zien. We kunnen en de grap is, Amerika heeft bijvoorbeeld geen lockdown gedaan. En ook net zoveel economische schade dus de economische schade is inherent aan corona en het feit dat... Zweden. Geen lockdown, dat is dezelfde economische schade. Ja, dus uiteindelijk is het maar allemaal... Maar is die vergelijkbaar? Kan jij nu al zeggen dat vergelijkbaar is? Als je geen lockdown hebt gedaan en wel... Ja. Je kan ook kijken naar wat het met de groei doet en zo. Maar je kan kijken, bijvoorbeeld, Zweden heeft heel veel dingen laten varen in de horeca. Je kan kijken dat bijvoorbeeld heel veel sociale positieve consequenties heeft gehad ten opzichte van ons. Ja. Maar bij Zweden zijn de doden wel ook weer exponentieel hoger geweest. Ja. Maar vergelijkbaar misschien wel vergelijkbaar met Nederland. Maar Zweden is ook echt dun bevolkt. Precies, dus dat is moeilijk vergelijkbaar. Precies. Ja. Dus, maar bijvoorbeeld in Amerika hebben ze in sommige staten alles laten varen. En de taferelen zijn heel vergelijkbaar, behalve dat er dan veel meer doden zijn. Maar is dat zo? Want ik zag Amerika, dat het aantal besmettingen... Amerika en Engeland, die hebben... Engeland is zo'n 1000 doden per miljoen inwoners. En dat is dan heel Verenigd Koninkrijk. Ja. En dus in Engeland zelf zal het veel hoger zijn. Want Schotland heeft wel meer Europees beleid toegepast. Ja, Amerika is er 9-11 per dag, zeggen ze. Meer dan rond de 3000 doden per dag. Maar de grap is, dat zijn bijna allemaal mensen boven de gemiddelde levensverwachting. Ja. Dat is dus de grap. En ik had al in april zitten bedenken van...
we moeten echt gaan bedenken wat we met ons ouderdom willen. En, ja, en wat we daarmee ons, de jeugd aanrichten. Weet je wel, vroeger met oorlog kon je gewoon de jongeren erop uitsturen en die opofferen. En dat had dan een soort van. Dat was dan oké okay in onze hoofd. Ja, omdat ja. dat werkte. Maar ouderen zijn kwetsbaar, die doen niks meer. En gaan we daar nog voorzichtiger mee om? Die kan je niet slachtofferen. Nee, en, ja. En het ding is wel, eigenlijk zouden we gewoon moeten afspreken. Want je hebt heel veel mensen die fucking oud zijn, maar helemaal geen quality of life hebben. Dat we gewoon een soort van gemiddelde leeftijd. We zouden eigenlijk gewoon kijk concreet gewoon een gemiddelde leeftijd kunnen uitrekenen. Vanaf hier krijg je geen zorg meer of zo. Of die palliatieve. Ja. Want blijkbaar was in Noord-Italië. Het is heel duister, zal het zeggen, op een hele vriendelijke manier. Ja, maar nee, ja, het is helemaal niet duister. Want ik leef liefst tot mijn 80ste gewoon. Zonder zorg, zonder begeleiding en dat ik dan in één keer doodval en dat ik dat rationeel vanaf nu heb vastgelegd, dan dat ik per moment elke keer ga beslissen van, oh ja, misschien, dan ga je elke keer een soort schale compromis en voor je het weet ben je Max TV heel de dag aan het kijken en uit je bek aan het kwijlen en in een tehuis. Weet je wel, dat komt door al die micro-decisions die je dan per dag aan het maken bent. Maar als je gewoon een overzichtelijk levensloop maakt van hoe wil ik leven, dan denk je aan de kwaliteit van je leven en dat je niet gewoon langzaam wil aftakelen. Hoe ouder we allemaal worden, hoe slechter dat einde van het leven vaak wordt. Ja, en in Noord-Italië was het helemaal de spuigaten uitgelopen, omdat ze in de zorg geen verschil maken tussen iemand van 80 en iemand van 50. En daarom was daar helemaal de spuigaten uitgelopen met corona. Omdat zij kunnen niet zeggen, oh, dit is een oud persoon. We moeten door met die 50-jarigen die we kunnen redden. En daarom was het daar helemaal totaal los met die zorg. Omdat maar ze daar helemaal niet over hadden. Het is ook een soort van gebrek aan pragmatisme. Maar ook dus bij de mensen om wie het gaat, hè, wordt het ook geverifieerd. Ik ken genoeg mensen in mijn omgeving die zeggen van, joh, hey, als het zo blijkt te zijn dat ik ziek ben, ik ben 70, 75 jaar. Niet meer in de midden. Ik strijd zelf, verlies ik, is oké. Okay. Dat is palliatief denken. Dus dat je voor jezelf, terwijl jij zelf nog helder kan denken, voor jezelf bepaalt wat van jou verwacht kan worden en wat jij van de staat verwacht. En omdat het zo onduidelijk is, dus als jij, daarom is een familie met een comateuze oom, dat is super pijnlijk als hij zelf nooit iets heeft ondertekend, want niemand durft die stekker eruit te trekken. Niemand durft die beslissing voor iemand anders te maken. En zo zit het ook met de staat. Niemand durft echt iets hards te bepalen voor de zorg. Ik denk dat iedereen wel iemand heeft om zich heen die een gloedhekel aan hem heeft. Ja, altijd. Kan wel en als niemand een hekel heeft, dan heeft hij ook niet geleefd, toch? Ik bedoel, precies, er is altijd wel iemand om die stekker eruit te trekken. Zo iemand waar niemand. Maar diegene wordt niet gevraagd. Toch? Ja. We kennen nog één iemand die hem haat. Vraagt hem. Dat maar gebeurt denk ik niet. Maar daarom zijn wij in West-Europa zo fucked up, omdat we ook te individualistisch denken. Want als het dan jouw opa is en dan verandert alles. En wij moeten à la Rusland gewoon zeggen van oké, yo, als geheel kunnen we overleven door hier een grens te trekken. En dan is het pijnlijk, maar dan wij staan hier nu allemaal een soort van apathie, niks te doen, omdat we geen beslissing durven te maken. Van alle Rusland, zoals Stalin zei, volgens mij. Ja. Eén dode is een tragedie, maar 1 miljoen doden zijn statistieken. Heerlijk, het komt nu goed uit. Maar sowieso moet je nooit beleid bepalen op een individu of een individuele aangelegenheid. Maar we kijken wel naar doden en dat is fucking dom. Ja, ik ben daar sowieso geen voorstander van en ik ben voorstander van meer pragmatisme op dat vlak. En sowieso, ik bedoel, alle emotionele verhalen, die doen er niet toe. Het is heel heftig, en ik bedoel, laat dat duidelijk zijn, maar het is nooit een basis om beleid op te bepalen. Nee. En dan hoor je een heel zielig verhaal en denk je, ja, dat is echt kut, gek. We moeten fucking ons best doen om het allemaal de wereld uit te krijgen, dat begrijp ik. Maar dat ene zielige verhaal, daar kunnen we in 1000 fouten vertellen over allerlei andere ziektes. Maar ziet dat maar te verkopen als jij Mark Rutte bent. Jij jouw interesse. Ja, maar dat is het kutte toch, te verkopen. Dat is het kutte. Dat je dus laat zich in die context met elkaar aan het praten bent. Ja, want politiek is natuurlijk alleen maar gevuld met crowdpleasers. Precies. Dus dat, hoe vinden jullie dat Rutte het nu doet? In hoeverre we dat kunnen oordelen? Ik vind dat Nederland, kijk maar naar landen om je heen, we doen het gewoon prima. We hebben hier het meest vrije. Geen avondklokken en uiteindelijk kun je maar zoveel afwijken van de norm. Hè? Kijk hoe Zweden ook elke keer zo voor de leeuw wordt gegooid. Van, oh kijk, hun een eigen ding doen. Daar heb ik ook heel veel respect voor. Maar ik denk niet dat dat in Nederland zou werken, omdat wij zo interconnected zijn met onze buurlanden. We moeten heel erg relatief kijken naar wat we kunnen flikken. Omdat we ook een diplomatisch land zijn en we kunnen niet gewoon zomaar even wat doen. En je bent een klein land en dat heeft allemaal voordelen, maar je kan niet gewoon in één keer iets super lijps doen. Dat klopt. Dat is gewoon zo. En ons probleem is ook, wat wij hier hebben, is ook wat Zweden dan wel minder heeft, is wij hebben gewoon veel minder ziekenhuizen.
Ja. We hebben goede ziekenhuizen, maar we hebben minder ziekenhuizen als je het gaat vergelijken. Bijvoorbeeld... Maar heel efficiënte ziekenhuizen. Ja, ja, vergelijk met. Nou, bijvoorbeeld in Zweden bijvoorbeeld hebben ze nog wel, omdat het zo'n groot land is, ver aan elkaar zit, hebben ze nog wel die kleine dorp, bijvoorbeeld Leiden met 150.000 ja. inwoners. Daar hebben ze ook wel een x-paar aantal steden van in Zweden die een x-aantal honderd kilometer van Stockholm af liggen. Ja. Maar die hebben dan wel hun eigen ziekenhuis bijvoorbeeld. Die, ook, die zijn ook nog veel rijker. Heeft Leiden toch ook? Ja, klopt. En maar Alrijn is ook Leiden, toch? Precies, maar ja. die... Ja, maar dit is één stad. De hele Randstad is één stad. Die, in principe. Ja. Maar al die ziekenhuizen hier, die hebben allemaal de taken verdeeld. Ja. Heb je bijvoorbeeld de, technocratisch gewoon helemaal verdeeld. Alle kinderen die hier worden geboren in Leiden-dorp. Voor andere dingen ga je naar, bijvoorbeeld naar het Alrijnen. Voor die andere ga je naar Oesgees toe. Dus het is allemaal zodanig verdeeld. Dus waardoor ze dan een soort van schaalverkleining hebben kunnen invoeren. Ja. Terwijl, waardoor er ook bijvoorbeeld minder bedden, bijvoorbeeld minder IC-bedden in gebruik zijn genomen. Bijvoorbeeld voor heftige gevallen hier. Ja. Hier in Leiden in de regio ga je naar Leiden-dorp. Ja. En sommigen dan nog hier naar het LUMC. Allemaal van levensverbeterende dingen in plaats van levensreddende dingen. Die hebben we gewoon niet eigenlijk. Maar in die andere, maar bijvoorbeeld in Zweden en Duitsland hebben ze dat niet. Dus daar hebben ze dus veel meer IC-bedden. Ja, nee, maar het grote verschil met Duitsland, wij lachten altijd Duitsland uit vanuit het Nederlands perspectief. Kijk al die fucking Oostblokgebouwen, ziekenhuizen. Maar zij hebben gewoon nooit geïnvesteerd in vastgoed. Alle ziekenhuizen in Nederland kregen een budget van vastgoed, waardoor we allemaal hypermoderne gebouwen hebben, maar dan met beperkte capaciteit. En in Duitsland hebben ze gewoon altijd gedacht, ook gedecentraliseerd geregelde ziekenhuizen, oude gebouwen met capaciteit, en daar gaat het om. En die zijn dus ready voor dit soort shit. En wij hebben gewoon een beetje in een droomland gezeten qua dat. Maar ja, we zaten in die schaalverkleining, alles moest efficiënter. En dan krijgen we nu nu met de rekening. Ja, in principe. Want, en er blijft niks op over voor onze comedians. Motherfuckers. Nee, maar ik moet zeggen, ik ben geen voorstander voor de volledige lockdown waar we nu in zitten. Dat is niet mijn, mijn keuze geweest, om zo maar te noemen. Ik vind het iets te veel voor te weinig, om zo maar te noemen. Ja, ja, wat voorkom je? Weet je, ik ben heel benieuwd, wat voorkom je? Dat is eigenlijk een vraag die te weinig wordt gecommuniceerd, of het antwoord wordt gecommuniceerd. Van maar wat, die wetenschap is er niet, want het is pas 9 maanden oud. Ja, maar dat is het kloterige. Want inderdaad, je moet continu natuurlijk je beleid herzien, en je krijgt voortschrijdend inzicht en dergelijke. Maar ik denk ook dat als je als regering een beleid inzet, dat je geneigd bent het te continueren. Omdat je consistent wil zijn met eerder genomen beslissingen. En dat, voor mijn gevoel... Je kan ook gewoon zo naar dit. Ja, nee, maar voor mijn gevoel is dat een nadeel. Ik hoor hem beter dan jij trouwens. Ja? 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 Ik probeer zo min mogelijk te zeggen. Ja. Jullie zeggen intelligente dingen, dus ik houd me er buiten. Ik hoor je wel, maar ik versta je niet. Maar ik vraag me wel, ik vraag me wel af, als die shit niet in China was uitgebroken, maar ergens anders. Wij hebben gewoon die lockdown gewoon afgekeken van China tot een zekere hoogte. Hè? Als het in Amerika was uitgebroken en Amerika zei, fuck this shit, freedom. Dan waren we dat gewoon waarschijnlijk gaan nadoen. Ja, maar ik denk, want voor het eerst, ik wilde hier ook nog een bit van maken, voor het eerst heeft China iets voor het eerst gedaan. Eerst was alles made in China gewoon een rip-off van wat wij ooit hebben gedaan, een slechte kwaliteit. Maar voor het eerst zitten wij allemaal naar China, wat de fuck China aan doen? En, kijk, en zij hebben ook hun lockdown onder een leugen verkocht, van wij hebben zoveel doden, wat officieel heeft China 0 coronadoden overigens. En die besmetting, al die cijfers die kloppen gewoon niet. En dat hebben we gewoon maar letterlijk klakkeloos overgenomen. Maar China wordt gewoon een nieuw Amerika. We gaan steeds vaker naar China kijken en daar dingen van afkijken. Ben ik bang. Omdat als je ziet wat die Amerikanen doen tegenwoordig. Ja, we hoeven in ieder geval niet meer naar Amerika te kijken. Maar Europa moet een keer gewoon initiatief durven te nemen. In plaats van maar gewoon naar de grote jongens te kijken. Europa is nog altijd de economisch grootste macht. Ja, met z'n allen. Alleen, maar weet je wat het is? Niet. We hoeven nog ineens te kijken naar... wij hebben dit nooit gehad, dat we te maken hebben met pandemieën en dat soort dingen. Maar dat hebben ze bijvoorbeeld wel in Japan en Zuid-Korea. Hebben we wel gehad. Ja, we hebben de Monte Clausier shit. Nee, maar niet op de schaal zoals we dit hebben gehad. Maar bijvoorbeeld in Japan en Zuid-Korea hebben ze wel bijvoorbeeld dat te maken gehad met SARS en met al die andere dingen. Dus bij hun lagen die draaiboeken al klaar van hoe om te gaan als er de teams in de moderne wereld, ja. Want toen ik geboren werd in Ierland was tuberculose ook nog gewoon een ding, hè? Ik heb nog een tuberculose prik in mijn arm. Maar daarom blijkbaar Krijgt dat ook. Heb je zo'n deuk in je arm. Ja, zo herken je de Marokkanen die in Marokko zijn geboren. Ja, precies. Nou, ik ben ook een soort Marokkaanse Marokkaan. De European niggers. The last niggers of Europe. Ik lach hier niet om, dames en heren. Kijk het thuis. Zoals je weet.
Nee, maar bijvoorbeeld maar in Zuid-Korea en Japan was het al heel snel duidelijk. Van, ja. Volk in mondkapjes op. En die, afstand, die waren al heel snel geprogrammeerd. En die zijn sowieso al heel erg... Maar dat komt door MERS en dergelijke. Al die dingen die zij hebben. Ja, maar ze hebben ook een collectief denken. Ze hebben ook een collectief denken. Als hen iets wordt opgedragen, gaan ze niet in opstand komen. Ze zijn niet zo rebels als Nederland. En wij zijn echt dom. We zitten gevangen in onze vrijheid. En daar is die viruswaarheid / waanzin ook een product van. Dat mensen zo... zo de nadruk leggen op hun individuele belangen. Ja. Ik bedoel, die dreadlock yoga dude. Die was gewoon ondernemer en zijn kiet ging dicht. En hij komt uit een ondernemersfamilie. En die zitten altijd te bitchen als de regels hun onderneming niet in bedwang benadelen. Ja. En daar begint zijn kritiek op. Dus je moet altijd kijken naar waar kritiek uit ontstaat. Als iemand totaal belangeloos zegt van, joh, dit klopt niet, dit is niet goed. Dan, Robert Jensen die ging zeiken op RIVM van, kijk, ze vieren gewoon dat een virusuitbraak is. Ja, als brandweerman ben je ook fucking blij dat er een wolkenkrab in de fik staat tot een zekere hoogte. Want dan heb jij gewoon een bestaansrecht. Ja. Net zoals de mensen die bij RIVM werken, stiekem ook wel een gat in de lucht springen. Ook gewoon heel cynisch als een comedian, als er een terroristische aanslag is en dat helemaal jouw ding is. Denk van, yes, hier gaan taboes uit ontstaan. Hier kan ik helemaal op los. Iedereen is gewoon... Iedereen lult in zijn eigen straatje. Ja, dat is precies. Dat is altijd het geval, zeker. Wat ik zelf erg nadelig vind aan viruswaanzin en waarheid, weet ik veel die fuckers eten, is dat ze de discussie kapen. En want ik vind het wel een goed idee om gewoon kritisch te zijn. Altijd. He, dat is een goed idee. Schiet niet op met 17 miljoen kritische mensen. Nee, maar ik bedoel gewoon kritisch in de zin van leg dingen onder de loep. Alleen als je een viruswaanzin hebt wat zo ver doorslaat in al hun aannames en dergelijke. Dan heb ik zoiets van, hey, ik hou me erbuiten. Ik wil daar met die jongens niks te maken hebben. Ik denk, maar aan de andere kant is wel zo. Ik denk dat zij ook heel snel een label opgelegd krijgen van dat complotgekken. Plus, wat het niet in hun voordeel werkt, is dat ze een bepaalde slag mensen aantrekken. Ja. Waardoor wij ze dan gelijk hen vereenzelvigen met die zotten. Ja. Ik noem ze de YouTube-comment-sectie. Ja, en zij verklaren zichzelf heilig en ze doen net alsof het een duivel is. Ja. Dat is het fucked up. Ja. Gewoon, wat had jij gedaan in die positie, weet je wel? Precies. Het is gewoon, je moet wel, ik ben wel ook wel van de mening van macht corrumpeert, maar iemand moet nou eenmaal aan de macht zitten. En als iedereen even wat macht geeft, krijg je helemaal niks van elkaar in de familie. Nee, dan is er geen macht. Nee, en in Nederland zijn we echt wel zijn we zeker in contact met onze machthebbers, in tegenstelling tot in Amerika of weet ik veel, China of weet ik veel wat. Ja. En dat is het domme. En zo'n Baudet is voor een soort autoritaire staat. Ja, nou, dat wordt ook echt niet leuk voor die mensen, hoor. Wordt ook echt niet leuk. Gewoon, hij heeft zich wel vastgeklampt aan die hoek. Ja. Maar het is een soort wanhoop, zoals Trump dat ook door de jaren heeft. Ja, gewoon, want hij moet nu wel... Proud Boys, stand down and stand by. Stand by, ja. En waarom hebben ze dat niet doorgevraagd? Van, wat bedoel je nou met fucking stand by? We moeten niet uitzetten, we moeten gewoon het rode lampje laten branden. Ja. Zo van, yo dude, zo incapabele journalisten zijn dat ook, die dat gewoon laten varen. Ja, maar het was dat hele systeem van debatten. Het is toch... Je krijgt een kwartier. Ze hebben een kwartier de tijd en er moet niks aantal vragen moeten afgewerkt worden. Dus ze kunnen nog ineens echt doorgaan nee. Die bullshit die hij heeft gezegd. Maar van Baudet vind ik wel vet in de zin dat het een op zichzelf opvretende monster is. Als ze het hebben. Blijkbaar zijn er sowieso door die ene jongere dude die al die commotie had veroorzaakt, die rechterhand van Baudet. Die heeft echt antisemitische trekjes. Maar zij zijn dus keihard anti-moslim. En ook bijna even hard anti-Jood. Dus dat moet eigenlijk de oplossing zijn als alle westerse gekken zo worden. Dan heb je het Midden-Oosten probleem opgelost. Want ze hebben dezelfde vijand. Ze haten ons allebei. We moeten gaan verbroederen. Precies, dat is de enige manier dat je... Ja, weet je wat zo is? Sowieso? Haat verbroedert. Ja. Dat is eigenlijk de crux. Joodse mensen zijn doorgaans de meest linkse mensen die er zijn, hè? In Israël weer tegenovergestelde. Hoe joodser je bent, hoe rechtser je bent. De homo's in Tel Aviv... Tel Aviv is een vrij linkse stad, maar de homo's zijn heel extremistisch anti-islam, omdat die islamieten weer anti-homo zijn. Dus het is allemaal... Ja, precies, het is veel complexer dan we... Wat grappig is aan Israël, volgens mij is Israël de Joodse stad, volgens mij 40-50% is atheïst. Ja, ja, ja. Dat is best wel heel laag. En volgens mij 95% van de Joden... Ja, maar ze zien Joden als iets cultureels. Ja, precies. Ja. Maar de grap is met antisemitisme, in tegenstelling tot islam, is dat
het jodendom is inherent genetisch. Want je moet, ja. bent pas echt een officiële jood. Als, ja. als je uit een joodse vagina, het staat in het Oude Testament precies ja. zo. Ja, quote, je moeder moet jood zijn. Je moet uit een joodse ja. vagina komen. Ja. Ja. Nee, maar gebruik ze ook het woord vagina. Ik ben er wel een keer in. Vagine. Nee, ik heb trouwens nooit iets met een joodse vagina. Nee? Nee? Gedaan ook. Je hebt nooit een wandeling gemaakt ook? Nee. Niet. Ik sprak vandaag iemand. Toevallig had het een beetje te oude hoeren. En we hadden het over de Forum voor Democratie en dat soort dingen. Op een gegeven moment zei hij dit. Ik ga het even voorlezen wat hij heeft gezegd. Het is, ik zag, heb je het die, opgeschreven? Je nee, dit is... Ik ja, maar je hebt ook die Zoe Brownstone, hè? Die Joodse Canadese comedian. Ja, die is heel, heel vet. Ja. Maar die zegt ook van, I feel like I'm tropical here. Dat is een soort tropisch, exotisch fenomeen is, omdat alle Joden hier weg zijn, weet je wel. Ik kom kleine knippen ook. Zo van, oh my god, I feel so special here. Like, where are all the Jews gone? Ja. Nee, maar dit is wat hij tegen me zei. Zij speelde toch vorig jaar in die wedstrijd? Oh ja, ja, ze zat met jou in de finale. Ja. Ja. Ja, hele, maar ook die halve finale toen ik eruit werd knikken, toen was ook echt net door die vriend gedumpt en toen gebruikte dat in de set. En toen dacht ik ook zo van, okay. Maar ik moet eerlijk zeggen, jij speelde toen heel, heel erg goed. Echt waar. Jij was er niet bij, maar was een fucking zo. Het was de halve finale van de set, ja. Ja, hij speelde echt fucking was niet goed. Ja, nee. Maar dat vond ik twijfelachtig. Racist. Dat vond ik zeer... Maar dit we gaan zo even door. Mag ik even een vuurtje? Natuurlijk. Ja, toen zei hij, ik ga niet zeggen wie het is, want ik vind het een toffe gozer. Maar sinds ik met mijn spirituele ontdekkingsreis ben begonnen en op zoek ben gegaan naar mijn waarheid, wat is voor mij logisch, kom ik er steeds meer achter dat something is off met Joden. Ik weet nog niet wat. Ik heb in ieder geval, tussen aanhalingstekens, nog geen hekel aan ze. Zo generaliserend. Dus ik zeg, waar langs ging die route van spirituele... wat was die route van die spirituele reis van je dan? Langs de websites van de IS en de alt-right of zo? Waar is die shit? Wel, mooie overbruggende dat je de alt-right en de IS op één hoop gooit. Ja, dat is heel slim. Dat is heel verbroederend. Waar komt die shit vandaan, man? En heeft hij nog daarop gereageerd? Even kijken, wat zei hij? Dit is echt een heel bizarre uitspraak van hem. Ik vond het een hele bizarre uitspraak. Ja. En ik zei van... iets mis met Joden, gewoon zoveel mensen bij elkaar pakken. Zoveel zijn het er niet meer, dankzij jullie. Jullie. Niet... jullie. Maar nee, ik heb Joodse roots, hè? Wil je een vet verhaal horen? Ik heb ook Joodse roots, heb ik dat nooit verteld? Ja, dat hebben we, ja. Heb je ook Joodse roots? Ja, want mijn oma, van mijn vaders kant, die... die is in 1913 geboren. Die is al overleden. Maar die werd opgevoed door twee tantes. Want dat was een heel raar verhaal. Zeker in 1913. Ierland, super conservatief land. Alles werd beheerd door de katholieke kerk. Ja. En ze werd geraced door twee tantes. En niemand stelde daar vragen over. Dus iedereen dacht, oh, een wees of zo, weet je wel. Maar wat ik ooit heb vernomen is dat zij een out-of-wedlock child was. Van een Joodse man... toen een van haar tantes op haar sterfbed lag, toen was zij pas 20 of 25, toen zei ze, oh, ik ben trouwens wel gewoon je moeder. Zo, een beetje zo, heel overdreven, maar dit is het verhaal wat ik heb vernomen van mijn familie. Dus een van die tantes was wel haar moeder, maar dat kon ze dan niet zeggen, omdat het dan officieel ook echt een out of wedlock is. Dan moest zij verantwoorden van, waar komt het kind vandaan? Want dan zou de katholieke kerk gewoon het als wees het kapen of whatever. En wat zou dan er erger zijn, dat ze Joods was of dat ze out of wedlock was? Wat zei je? Dus dat is dubbel hell. Ja, ze was ook nog eens out of wedlock, maar out of Jew-lock. Dubbel hell. Maar zij wist dus ook dat het een Joodse man was. Dus mijn oma had best wel antisemitische trekjes met een reden uit haar ervaringen en zo. En, maar die was dus protestants. Mijn oom, de broer van mijn vader, die had dus ook een vrouw met Joodse roots. En die had haar ook best wel een hard time gegeven, gewoon daardoor. Maar het is ook gewoon echt weird. Maar ik heb dus ook gewoon indirect Joods bloed van... Heb je een soort DNA? Maar is het nou... Wat is nu de punch? De punch is dat ik holocaustgrappen mag maken. Dat is... Zoals Louis C.K. heeft ook in de laatste show gezegd. Ik heb Joodse roots. Ik heb trouwens ook wel best een leuke holocaust grap. Maar ik was daar in Birkenau, in een concentratiekamp. Met een kater, want iedereen loopt daar met een kater rond in de zomer. En als je in de zomer daar rondloopt, is je eerste indruk ook gewoon van... Oh,
Oh, weet je wel, gewoon omdat het zomer is en het is allemaal opgepoetst en zo. En, je gaat al heel snel dingen relativeren. En die tour guide, die was super. Dat zijn allemaal mensen met een Joodse achtergrond. Je wil bijna zeggen, die dikken het aan, maar die zijn letterlijk gewoon aan het vertellen hoe het is. Waardoor je denkt van, jezus man, alzo, van give me the light version of zo. Maar heel heftig, fucking heftig. Maar er zaten gewoon van die Brabantse, nog Brabantsere mensen achter mij, van die domme drie gasten. Ja. En die hoorde ik gewoon af en toe gewoon zeggen, nou, zo'n heel heftig van, dat heb ik echt niet gepikt. Nou, ik heb echt niet gepikt. En die zagen het ook gewoon, als een level van Call of Duty. Want op een gegeven moment zei ze zo, ja. Op een gegeven moment pak je toch gewoon zo'n geweer van een Duitser en dan schiet je toch gewoon zoveel mogelijk af. Dan doe je dat toch gewoon. Die hadden gewoon zo weinig empathie. Maar daar wel zitten. Wat? Ze zaten er wel. Ja, omdat het gewoon zo'n stand, die willen er zuipen en krakken. En dan zien ze, dan moet je ook langs concentratiekamp. Weet heb je ooit van gehoord wat Jethro Willems zei over Auschwitz? Nou. Jethro Willems, betreft voetbal van linksback PSV. Dat is de linksback van PSV in Nederland zelf. Toen vroegen ze van ja. Dus in 2012 was het EK, was toen in Oekraïne en in Polen. En in Polen, toen gingen ze met het Nederlands zelf naar Auschwitz. Gingen ze daar naartoe. Dus op een gegeven moment, die week erop of zo, vroegen ze van ja, wat vond je van Auschwitz? Zegt hij ja, dat was echt een legende. Ja, maar je moet toch ook niet van die mensen verwachten. Nee, maar het is zo lang geleden. Je kan dat niet gewoon weer meemaken. Je kan dat gewoon niet. En je kan het zeker niet in de context van een vakantie herbeleven. Je kan met de geschiedenisleraar. Dan moet je verdiepen erin, inderdaad. Ja. En zelfs dan hebben we niet. Ik hoorde nog later in Praag van die Australische gasten van. Ja, yeah, you gotta kind of admit, man. They kind of let it happen to them, you know? I mean, if you had like some kind of like self-respect, you wouldn't let that happen to you. Maar weet je wat het is? Dat is gewoon ignorance, klaar. Dat is gewoon mensen die zich volledig niet verdiept hebben in wat de fuck daar heeft afgespeeld. Ja, of gewoon gebrek aan empathie. Meemaken in je leven, dat je gewoon überhaupt niet kan bedenken dat het zo is. Maar ook gebrek aan kennis, want als je je verdiept, dan begrijp je heel goed dat je niet zo tof moet doen. Als jij donders goed wist hoe die Duitsers aan het marcheren waren als die motherfuckers. Ik had daarover met de computer. Hadden we het over als die Duitsers hier naartoe zouden komen, dan zou ik ook gewoon een fucking NSB'er zijn gegaan. Ja. Geweest, weet je? Als je die vergelijking zou gaan maken, Nederland tegen Duitsland toen de tijd, dat is gewoon als ik tegen Badr Hari. Weet je wat het is? Ik ga dat niet doen. Ja, maar weet je wat het is? Kijk, het gaat ook, het is een glijdende schaal. Het wordt steeds erger. Ja, ik bedoel, in die zin, ik wil geen vergelijking maken met wat er nu gaande is, maar het is wel zo dat wat er nu gaande is, dat je langzaam steeds meer accepteert. Ja. Steeds meer inperking van je vrijheid. Accepteer je, hè, dat is ook in de beïnvloeding wordt het heel veel gebruikt, een kleine concessie. Hè, je doet een kleine concessie en vervolgens word je een grotere concessie gevraagd en daar ga je makkelijker mee akkoord omdat je die kleine al hebt gedaan. Langzaam groei je die baby steps. Precies. Hoe moet ik dat inzien in de context van de Tweede Wereldoorlog? Ja, maar daar ging dat natuurlijk omdat ook omdat dat gewoon normaal werd. Nee, omdat het precies, gedurende 20 jaar gewoon langzaam daar naartoe werd gewerkt. Precies. En nou, ook, ik weet niet of ze waren in Duitsland misschien zelf. Ja, in Duitsland. Ja, maar ook hier, weet je, het werd natuurlijk steeds erger. Ja, maar hier was het wel meteen duidelijk dat de Duitsers zijn de vijand. Heel lang ook niet. Je zou denken, oké, we zijn nu Duits. Fuck it, we waren eerst Fransen, we waren Spaans. Nu zijn we Duits. Ja, want een hoop Duitsers trouwens, die waren toen verbaasd om het feit dat de Nederlanders zich weerstand boden. Want zij zeggen van, wat... Ja, maar die waren zo gebrainwashed dat ja. Zij... Ja, maar snap wat ik bedoel. Langzaam ga je steeds verder in dat idee en ga je er steeds verder in mee. En wanneer roep je het een halt toe? Begrijp je? Dat is natuurlijk de vraag. Weet je, heel veel mensen hebben waarschijnlijk gehandeld en gedacht van ja, dat is niet oké. Maar ja, het gaat door en door en door en je zit daar ook gewoon in. Ik bedoel, het feit dat die Duitsers ook allemaal dat hebben gedaan. Maar het is ook Het zijn niet allemaal wouw, ze zijn ook mensen zoals jij en ik, snap je? Die hebben ook meegedaan in die oorlog. Tuurlijk, maar ga jij maar zeggen voor, jij hebt een gezinnetje. Ja. Dan kan je wel heel dapper gaan lopen roepen dat je de ondergrondse ingaat. Maar wat gebeurt er nou als jij doodgaat? Wat er met jou gebeurt? Je weet Maar Hitler vertelde ook niet direct wat hij van plan was. Begrijp je? Dat bedoel ik. Dat deed Goebbels. Die zei dat in de speech daarna meestal. Maar zei Hitler, Goebbels. Nee, maar Auschwitz wisten ze pas het moment dat ze er binnenkwamen. Er zijn theorieën dat bijna niemand ervan wist, inderdaad. Nee, want die Russen, toen ze kwamen bij Sobibor of zo, bij die plekken, en ze wisten niet, of Treblinka, ze wisten niet dat die plekken er waren.
Ja. Ze schrokken zich de tyfus. Maar dat is toch ook zo vergelijkbaar met vlees nu. Dat je gewoon een stuk vlees en zie je zo'n koe in een wei. En dan komt er één video uitlekken. En dan gaan mensen meteen ook actie van... Nou ja, dat is gewoon maar ook één voorbeeld dat hier varkens vergast worden. En mensen vinden het niet oké. Ook mensen die vlees eten. En dan zo van, what the fuck is dit? Oh, dit is ook maar een uitzondering of zo. Of de uitzondering die de regel bevestigt. Dat is ook een bullshit uit. Oh, dit is de uitzondering die de regel bevestigt. Want voor de rest is het allemaal oké. In Amerika, per toeval werd dit dan gefilmd. In Amerika heeft die vleeslobby het voor elkaar gekregen dat het verboden is om te filmen hoe die shit wordt gedaan. Ja. Maar dat is toch bizar? Ja, omdat je het niet ziet, laat zeggen, je wil het ook niet weten. Fuck it, gooi gewoon dat vlees op mijn bord en ik eet het op. Ja, maar... Weet je, en er gaat van alles aan vooraf. Maar ja, daar stellen we geen vragen over. Maar even terug naar de Joden. omdat we toch de kern van het probleem begon over het vlees, hè? Ja, ik wilde niet varkens met Joden vergelijken, even voor de duidelijkheid. Maar dat doet Badr al. Maar heel veel mensen zeggen van, waarom gingen niet al die Joden gewoon weg? Want er zijn heel veel Joden weggegaan. Maar ik heb dus ook tijdens mijn studie geleerd, cultuurwetenschap niet afgemaakt, boeien. Maar heel veel van die Duitse Joden, die identificeerden zich sterker als Duitsers dan als Joden. Dus die voelden zich van, oké, dat is oorlog en ze haten ons, maar we zijn wel fucking Duitsers. Ik heb een hamburger winkel en ik ken al mijn buren en het is gewoon helemaal oké. Maar dat is ook logisch, toch? Mensen denken gewoon aan Duitsers en Joden, maar eerst waren Joden gewoon de Duitsers, weet je wel. Ja, maar het verergerde continu. Dat maar ze zagen het niet aankomen. Nee, daarom. Ik bedoel, het is hetzelfde hier als je van de een op de andere dag de moslims gaan vergast gaan worden en dat soort shit. Niemand ziet dat aankomen. Tuurlijk, er zullen wel een paar mensen zijn die toen ook een hekel hadden aan Joden en dat soort dingen. Maar je gaat er niet vanuit dat het... Ik bedoel, Duitsland, dat was gewoon een machtig land toen de tijd. Ja. Voor die hele shit met die Tweede Wereldoorlog. Het was gewoon een machtig land met een rechtsstaat. Gewoon een heel jong land, een beetje zoals Amerika. Ja, het was met de rechtsstaat, met alles ook erop en eraan. Ook juist heel arm. En daardoor was er ook veel... gebeurde er ook van alles, toch? Daardoor precies, was maar, men ook maar wat de fuck gaat er nu in Amerika gebeuren? Want iedereen denkt, het is klaar, maar het is nu juist begonnen. Gewoon de pleurenschap. Je hebt nu gewoon een groep mensen met tering van wapens die zich totaal niet kunnen vinden in de andere helft van Amerika. En het is gewoon 50-50. Het is gewoon echt weird. Het is gewoon... Dit is een Weimar-staat, hè? Er is ook nog nooit een valuta geweest die de leidraad is geweest van de wereldeconomie. Dat is de dollar nu. Die is nu sinds de gold standard is afgeschaft, is dat de dollar. Dat is de wereldvaluta. En dat is nu 50 jaar de leidraad van de wereldeconomie. Dat gaat ook instorten, want dat kun je niet meer verantwoorden met wat de fuck in Amerika aan de hand is. Als dat instort, dit is gewoon Weimar-republiek all over again. Gewoon de jaren 20 in Duitsland. Gewoon een instortende economie. Een splijtswam, culturele splijtswam. En een land die best wel oorlog ready is nog steeds. Die hebben zoveel soldaten, zoveel mensen die... Want Duitsland, ook die Tweede Wereldoorlog was ook alleen maar mogelijk in die schaal. Omdat er nog allemaal mensen waren met oorlogservaring van nog geen 20 jaar daarvoor. Dus dat is het wazige. En dat Amerika gaat echt imploderen, man. Er is nu tot op de dag van vandaag, gisteren hebben ze die... hebben die kiesmannen officieel dus voor Biden gestemd. En er zijn nu nog steeds miljoenen mensen die er gewoon heilig in geloven dat het allemaal niet waar is. Dat er gefraudeerd is. Ja, en de waarheid is daar gewoon niet meer. Je hebt gewoon twee waarheden. Ja. En het maakt helemaal niet meer uit wat de waarheid is. Die democraten zijn ook hypocriet tot in de bot. En dat is altijd de mening van een vorm van democratie persoon. Of een Johnson Crispijn of een Jensen of zo. Ja, ik noem maar. Nee, maar die denken dat als jij tegen Trump bent, dat je ook meteen voor de democraten of voor Biden. Dat is ook gewoon achterlijk. Het probleem is dat men twijfelt niet. Iedereen heeft opinies en opinies worden te veel waarde toegedicht. Maar er zou veel meer getwijfeld moeten worden. Ja. Ik bedoel, want er is vooringenomenheid. Ja, ik vind dat altijd lastig. Iedereen weet hoe het zit. Ze zeggen, er is gefraudeerd, want ze hebben drie artikels gelezen. Ja, maar dat komt door het ego. Over. Precies. Maar iedereen vertelt hoe het zit. Maar wat je veel beter kan doen, is gewoon onderzoek doen en continu alles betwijfelen. Hè? En met z'n allen trachten een goede weg te vinden. Nou, maar het is niet raar. Het is niet raar dat die Trump-aanhangers twijfelen aan die democraten, want die democraten in principe... Maar zij twijfelen juist niet. Zij weten dat het niet juist maar is. Dat is het probleem. Die democraten hebben hun potje frauderen, hebben zij gehad. Ze hebben, hun handje in het corrupt zijn. Ze hebben hun
Ze hebben hun... Dat geldt voor beide, het geld dat is logisch. Dat het geldt voor beide partijen. Er was meer geld voor Biden vanuit Big Money dan van Trump, weet je wel. Ja. Dus hij, is nou ook hij is nu ook de vertegenwoordiger van de grote kapitalistische instellingen. Tuurlijk, voor Wall Street is gek op hem. Want zij denken gewoon over vrede, Biden vrede, dus wij kunnen blijven bestaan in Amerika. Ja, dan betalen we 2% meer belasting. Wat is het verschil tussen de Republikeinen en die Democraten? Als je gaat kijken naar de laatste paar... Er is wel een verschil. Ja, die ene heeft... Die wil naar macht is bij Republikeinen sterker. Ja. Ze hebben een kleine groep. Ze zijn autoritairder. Nee, maar die zijn bereid, zijn overal toe bereid om die macht te... Democraten kunnen aanvaarden wel hun verlies. Meer dan... En Republikeinen doen dat nooit. Weet je waarom? Omdat de Democraten die accepteren hun verliezen, omdat ze op bepaalde vlakken het gewoon eens zijn met de Republikeinen. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld, ze weten als de Republikeinen winnen of de Democraten, de military industrial complex, daar wordt gaat voor gezorgd worden. Nee, maar die staat los van die beide. Dat is een op zichzelf staande kracht die gewoon hen allebei beïnvloedt. Snap je? Maar in principe, maar dan kiezen ze allebei denk ik niet eens. De belangrijke invloeden in de politiek, die hebben zoveel invloed als op de Democraten als op de Republikeinen. Het is nu alleen dat Trump het er niet mee eens is. Weet je, want toen George Bush had verloren, toen John McCain had verloren voor Obama, hadden ze ook zoiets van prima, het is goed. Weet je, we geven het gewoon over. Nee, maar je hebt wel de Tea Party en zo. Die is steeds groter geworden. Gingrich heeft in 1978 gezegd van tegen een groep studenten, dat was blijkbaar een soort mindshift. You gotta stop doing politics and start fucking winning, zei hij gewoon. Van, het gaat gewoon over winnen. En daar was Trump natuurlijk ook een product van. Je moet gewoon winnen. En als je verliest, dan heb je nog gewonnen. En je blijft gewoon zeggen dat je wint, doordat alles van jou is. Die gaat wel overlijken. Bizar, weet je. Kijk, ik vind dat interessant. Die hang naar macht, geld en dergelijke. Soms dat het beïnvloed wordt door politiek. Wat wel zo is, kijk, als je gaat kijken vanuit democratisch opzicht, waar zij allemaal voor staan. De theorie is in principe, wat ze zeggen, is de Republikeinen zijn doorgaans sterkere kandidaten dan de Democraten. Maar welke zin sterker? Gewoon omdat fysiek, strongman. Gewoon fysiek, ja. Qua hoe ver ze gaan voor hun shit. Ja, ze zijn overal toe bereid. Dus ze hebben geen middelen, ze hebben een doel. Die Democraten hebben die willen iets. Maar die hebben ook een weg die volgens hen wel eerlijker moet zijn. Ja. Omdat dat doel weg is. Klopt, ze zetten zich in. Ze zetten zich dan in bijvoorbeeld voor Obama bijvoorbeeld. Die zegt, weet je wat, we gaan. Heeft dan het homohuwelijk heeft hij dan gelegaliseerd in het hele land. En heeft hij van bepaalde dingen. Een paar social dingen heeft hij dan doorheen proberen te pushen. Daar heeft hij zich dan voor hard gemaakt. Maar voor de rest was hij het continu eens met de Republikeinen. Ja, en hij heeft meer oorlog gevoerd dan Trump. Hij heeft meer drone attacks. En hij heeft bijna net zoveel buitenlanders bij de grens uitgeknikkerd. Maar Trump heeft het echt verkocht als van ik zet die mensen hier vast en fuck deze shit, weet je wel. En hij wilde propageren dat Amerika een sterk land was. Die gewoon niks pikt, weet je wel. En daar identificeren heel veel Amerikanen ook mee. Dat ze ook gewoon een soort van Wilde Westen beleid willen voeren om maar mensen af te schrikken. En niet die home of the gewoon die open arms. Ja, precies. Wat wel goed voor hem was niet dat hij echt die hang had om landen binnen te vallen en dat soort dingen. Maar wat je wel had met wat wel gebeurd zou zijn met Hillary Clinton. Ja. Dat is nog maar de vraag. Maar ik vind het wel interessant om te zeggen. Voor Trump heeft voor Amerika echt heel veel dingen beschadigd intern. Maar als jij over 50 jaar terugkijkt naar presidentschappen, zullen wij terugkijken naar George W. Bush en Cheney. En dat is het slechtste zo. Heb je die film Vice gezien? Dat is echt een fuck. Daar sta je toch gewoon te schreeuwen naar je beeldscherm van Jesus fucking Christ. Gewoon Batman Dick Cheney. Batman was gruwelijk daarin, man. Ja, maar... Hoe heet die? Christian Bale. Ja, Jezus, man. Wat een acteur is dat. Die film moet je kijken, maar dan zie je hoe die Dick Cheney gewoon iedereen als puppet heeft zitten bewerken. De beste acteur in Hollywood, zonder enig twijfel. Christian Bale sowieso. Hij weet niet meer wie die zelf is, dus hij is een fucking goede acteur. Huh? Ja. Maar die hebben gewoon echt oorlogen, die hebben gewoon hele deelstaten gewoon kapot gemaakt. Financiële crisis, en de oorlogen. Trump heeft enigszins aan zijn woord gehouden, in die zin hij heeft gedreigd, maar hij zei ik ga geen oorlog voeren. En in die zin was hij zo met zichzelf bezig dat hij überhaupt geen schade kon aanrichten. Het enige wat hij heeft verkloot, in principe wat hem, hij was wel de meest incapabele
Ja, ja, en dat hoeven mensen niet te zeggen. Gewoon, want hij is zo met zichzelf bezig dat hij geen tijd heeft om een politicus te zijn. Maar hij was niet de slechtste, dat is zonder enige twijfel. Hij is niet de schadelijkste geweest. Maar wel voor Amerika intern, zeker wel. Want wat die oorlogen hebben... Nou ja, ik kan je afvragen. Ja, zij waren meer brokkenpiloten naar buiten. En hij is echt een brokkenpiloot. Hij heeft zijn eigen volk. Gewoon, hij heeft om te winnen heeft hij gewoon heel zijn eigen land gepolariseerd. Waardoor er niks meer van over is. Maar wat, hij heeft in principe niks. Wat wel terwijl dit juist het moment is waarop ze sterk zouden moeten zijn. Ja, ja want, zeker met want, dit. Want de tering zou zitten natuurlijk aan te komen. Ja, ja. Wat je bedoelt, China is in 2025 al zoveel kapitaalkrachtiger. En dergelijke, weet je, bedoel, ze zijn natuurlijk een beetje... Maar China is ook, de economie van China is ook gebouwd op drijfzand, hè? Ja, en ook niet helemaal real. En ook, laatst wilde die Jack, die gast van Alibaba, Jack Ma, die wilde iets, die wilde zijn digital pay system wilde die op de markt zetten. En dat zou fucking zieke aandelen, whatever creëren, ik ben geen econoom. Dat is gewoon zijn beursgang alle maar tijd. Hij zei nog even iets semi-kritisch. Kritisch over de Chinese regering. En zeiden ze, oh nee, toch niet. En dat is zo. Zo zitten zij ook zichzelf in de weg. En het zou dan via Hongkong gaan. Ja, Hongkong en Taiwan wordt ook heel ingewikkeld. Of, Hongkong is al af, maar Taiwan... Ik denk dat je ze niet moet onderschatten. Ik denk dat ze een heel steeds steviger aandeel in de wereld krijgen. Maar ik denk dat wij in Europa... Kijk, de enige manier dat China hier... kan gaan nestelen, is dat à la Griekenland... We hebben Griekenland verlogend economisch. Wat doet China? Zij kopen gewoon hele havens op. Ja. Dus wij moeten gewoon niet zo fucking de hitte naar buiten kijken... en met dat Amnesty International vingertje gaan wijzen... maar gewoon onze eigen shit fixen. Ja. Zodat wij economisch sterk zijn en geen sell-out worden... voor een of andere Chinese instelling. In principe zijn we economisch heel sterk... alleen we zijn niet zo goed verenigd. Als ja, ja, maar dat is... Kijk, in China is dat vereist voor economie. Ja. Maar China is overal in de wereld een voet aan de grond aan het krijgen natuurlijk. Hebt... In heel Afrika ja, maar wij ook met bedrijven. China. Shell is ook gewoon Europa. Jawel, maar... Gewoon hele, we zijn ook gewoon net zo goed... Maar Brexit is bijvoorbeeld, met die crisis ben je al heel erg afhankelijk van China. Huh? Ik bedoel, heel veel dingen komen gewoon uit China. Alle mondkapjes die hier worden gebruikt, komen uit China. Ja, maar die weet je wat wel zo is? Nee, maar dat is echt te China, kort door de bocht. Ja, ja, ja. China ja, ik geloof me. Ja. Wij zijn wel de afzetmarkt van China. En dat is wel een probleem voor China. Jawel, en mondkapjes. Maar, en mondkapjes zijn niet eens real, joh. Maar is het, dat is waar. Ze werken niet. Zijn gewoon servetjes met elastiekjes, man. Ja. Maar het ding is, wie gaat er stoppen, weet je? Heel veel mensen willen gewoon voor zichzelf het goedkoopste en zo snel mogelijk. Dus bestellen ze in China. Precies. Dus het gaat echt niet vanuit... Ja, we moeten gewoon niet zo'n fucking sell-out zijn. We moeten gewoon accepteren dat we niet elke maand 25 nieuwe producten in ons huis hebben. We moeten gewoon eten en gewoon de noodzakelijke dingen kopen. Ik koop niks in China, nooit. Persoonlijk dan. Nee, ik ben er nooit geweest. Zakelijk wel, maar... Nee. Ja, hoezo? Jij hebt toch een iPhone? Ja. Nee. Wat heb je dan? Android. Ja, dat is toch in China gemaakt? Nee, Zuid-Korea. Samsung. Zuid-Korea. Ja, maar dat is... Ja. Geen China. Oh, wat? Ja, maar werden dat de onderdelen... Werden dat de onderdelen in China zijn gemaakt? Nee, maar weet je wat het is? Kijk... Ja, loopt hij even door. Hè? Nee, trouwens, al die, dat trouwens wat wel zo is, trouwens... Wist dat zou maar kunnen. China, moet even pisteren. China is trouwens bezig de laatste tijd met onwijs technologie en shit. Maar wat blijkt nou? Al hun shit draait op Duitse chips. Nee, Eindhoven. ASML. Ja, maar op die Duitse chips worden gemaakt. Je hebt in Eindhoven heb je volgens mij zo'n apparaat. Ja, wij maken voor 90%. Wij. 90% van de chips. Is dat in beeld, man? Ga pissen, man. De chips in Nederland worden door machines gemaakt van ASML. Ja, ik heb zo'n apparaat gezien. Maar die Duitse technologie zit in al die iPhones, in al die Samsungs. Ja. En al die shit schijnt dus Duitse technologie te zitten. Ja, geloof ik graag. En dat is best wel fucking lijp. We moeten ons in principe... Ja. De Brexit wordt op de lange termijn is het een fucking ramp voor de Europese Unie. Ja, tuurlijk. Sowieso. Maar de Brexit dat komt uit dezelfde soort van zelfoverschatting als wat je in de Verenigde Staten ziet. Weet je, ik bedoel, de Britten denken dat ze nog een heel grote macht zijn in de wereld. Maar dat zijn ze totaal niet. Nee. En ze vergissen zichzelf. Maar ja, daar komen ze alweer achter. Moeten we dan even aan Steven bellen. Ik... Vraag mij bijvoorbeeld zelf heel erg af. Ik weet niet, Steven, misschien dat is iets wat jij je waarschijnlijk ook afvraagt. Vrij rappig ook, zeg jij. Hoe lang blijft het Verenigd Koninkrijk nog bestaan, denk jij? Ik denk dat Schotland wel afbreekt. Ja. Free Scotland. Ja. Die hadden ook alleen maar tegen dat referendum gestemd van onafhankelijkheid, omdat de EU zei van... Dan kunnen wij niet garanderen dat je bij de EU mag gaan, want dan krijg je Baskenland en Catalonië en al die andere shit. Maar het blijft gewoon een land, maar het gaat wel. Zij moeten zichzelf helemaal heruitvinden.
Dus ik denk ook wel dat die Brexit mensen ook enigszins gelijk gaan krijgen in de zin... Het gaat heel erg afbreken eerst. En ik denk dat mensen dat heel erg onderschatten. Dat, en de afhankelijkheid van de EU... Tuurlijk. Was natuurlijk... dat is helemaal afgebroken, maar zij geloofden daar überhaupt niet in. Ze hadden zo'n desinformatie dat zij niet in de EU geloofden. Terwijl maar ze dachten ook nog een wereldmacht te zijn. Alleen hebben ze maar dat is net zoals met Amerika. Gewoon ja, dat precies. Ego en de hele tijd van Great Britannia, Rule Britannia. Precies. En dat zit hen in de weg. En dat zit altijd iemand in de weg die gewoon even aan de top is geweest. Die zal altijd maar voor alles er alles aan doen om maar terug te gaan naar die tijd dat ze de beste macht hadden, zelfoverschatting, noem maar op. Het blijft gewoon altijd een land, Engeland. Ja. Ja, hoezo, maar hoe bedoel je? Wat nee, maar het Verenigd Koninkrijk, zou bijvoorbeeld... Oh ja, ik denk dat Noord-Ierland bij Engeland of bij Ierland gaat aansluiten. Zal dat gebeuren? Ja, ik denk het wel, Want hoe is het verdeeld in Noord-Ierland? Nou, het was heel lang gewoon 50-50, maar over 5 tot 10 jaar zal er een katholieke meerderheid zijn, dus ook een republikeinse meerderheid in sowieso, maar je kan ook zeggen na die Brexit shit en zo, dat ook heel veel van die protestanten zeggen van ja, dan sluiten maar gewoon aan bij Ierland, omdat we gewoon economisch fucked zijn. En sowieso Noord-Ierland is sowieso heel erg verlogend geweest door Groot-Brittannië, door Verenigd Koninkrijk. Wales ook, volgens mij. Wat? Wales ook. Ja, Wales ook, maar Wales zit daar aan vast. Ja. Noord-Ierland, als je door Belfast loopt, dan zie je alleen maar hokjes, pubs en gewoon dichtgetimmerde winkels. Het is gewoon echt best wel... Het is echt skeer daar. Het is echt gewoon Polen gewoon. Of niet eens... Nee, Polen is nu beter dan fucking Noord-Ierland. Dus het is best wel schraal. En ik denk dat zij... En Ierland, republiek is, gaat er gewoon redelijk aan toe. Want hoe is de verhouding nu, qua protestanten en republikeinen? In Noord-Ierland is het ongeveer 50-50. Dat is altijd 50-50 geweest. En dat was het slimme van Engeland. Dat precies zo... Maar ze hebben wel eens gestemd. En dat ook ongeveer... Wat Marokko bijvoorbeeld ook deed met de Westelijke Sahara. Ja, dus dat is gewoon Marokkanen naar West-Sahara. Het is eigenlijk gerrymandering. Het is eigenlijk gewoon gerrymandering. Gewoon gerrymandering met je eigen mensen. Want als ze een stukje zo links erbij pakten of zo, dan was Galway erbij. En dan was het gewoon Iers geweest. Weet je. Ja, want volgens mij nu die... hoe heet die premier van Schotland? Die chick? Die vrouw, ja. Hoe heet ze nou? Maar maakt die, niet uit, maar dat... De premier van Schotland. Die zit nu, volgens mij zit die continu weer, begint ze terug te hameren op, ja, die, op het terughalen van die op een nieuw referendum. Ja. Maar ze hebben het volgens mij zo'n ongeschreven wet in Groot-Brittannië, maar 1 referendum per generatie of zo. Oh ja, nou ja. Dat weet ik niet, maar ik denk dat Schotland wel gewoon bij Europa gaat aan. Ik denk dat Engeland gewoon... Maar Engeland wordt gewoon een soort raar, gek, apart staatje met Londen als denk soort je dat Singapore. Het voordelig voor ze is, de Brexit? Voor Engeland, voor de machthebbers wordt het denk ik voordeliger. Ja. En ik denk dat het voor het volk niet voordeliger wordt. Het wordt gewoon nog hardere, een hardere sociale... En het was al vrij hard. Ja, het was echt een Anglo-Saxische... Precies, heel Anglo-Saxisch inderdaad. Gewoon na Thatcher, voor Thatcher waren mensen, was Reagan bang en was Europa zelfs een tikkeltje bang dat Engeland een soort van communistische staat ging worden. Omdat die vakbonden zo sterk waren, sterker dan Frankrijk. Serieus, en Thatcher heeft alles afgebroken. Ja, Thatcher heeft zo cru en hard alles afgebroken dat het... De Engeland was geworden wat het vandaag nu is. Maar daarom zijn al die het noorden is gewoon verloederd. Barnsley, Newcastle, Liverpool. Birmingham. Gewoon heel Birmingham is wel best oké. Maar het zuiden is gewoon heel rijk. En het noorden, het is wel heftig. En Londen, is echt heftig, ja. Maar Londen is gewoon een zieke metropool en daar kun je nooit omheen. Tuurlijk, maar het is een vette stad, man. Mijn zusje die woont in Londen, maar die zegt ook... Wat doet ze daar? Die werkt daar nu ook. Ze heeft daar gestudeerd. Ja, snap ik dat ze werkt. Ik ben geen racist. Dat dacht ze wel. Ze werkt bij zo'n NGO. Ze werkt bij zo'n NGO daar. Maar ze heeft daarover. Bijvoorbeeld als ze zegt van... die wijken zitten... Londen zit best wel dicht op elkaar. Bijvoorbeeld, je hebt sommige wijken. Als bijvoorbeeld in Oost-Londen. Dat is... Van daaruit ben je heel snel... Je bent binnen 10 minuten ben je in Buckingham Palace. Snap je? Ja. Maar die mensen die daar in dat gedeelte van in het centrum wonen, omtrent Buckingham Palace, hebben geen flauw idee van wat er gebeurt in East London en dat soort dingen. Dat is zo'n andere wereld. Ja, maar dat is met elke grote stad. Hè? Ja. Dat is net als Istanbul of Parijs. Ik bedoel, het is gewoon een wereldstad. En wereldsteden zitten zo in elkaar. Maar omdat ze ook tijdens vanwege die Brexit ook, toen die Cameron zei van weet je wat, we gaan die Brexit referendum doen.
Hij had geen flauw idee van wat er leefde onder de bevolking. Want iedereen dacht natuurlijk iedereen gaat stemmen. Hij was er net doorheen gekomen. Maar hij wist niet dat iedereen het zou kapen uit opportunisme. Ja. En dat is het ding. Hij wist niet dat er zoveel... vooral Boris Johnson heeft daar echt een verschil in gemaakt. Want hij was een beetje een man van het volk. Ja. En hij ja. was super populair als mayor van Londen. En hij heeft gewoon puur uit opportunisme gewoon gekeken naar... Oké, wat kan ik doen? Hoe kan ik het verschil maken? En hij had altijd een beetje een soort jeugdveten met die Cameron. Want hij zat in een dispuut met hem. Samen, ja. En toen dacht hij van, ja, ik ga gewoon die shit kapen. En hij is daar helemaal nooit voor geweest. Maar hij dacht gewoon... En in die zin is dat een perfect voorbeeld van dat macht corrumpeert. Ja. Hij heeft dat gewoon puur gedaan, zodat hij dacht van... Oh, dan word ik premier van Engeland. Ja, maar dat is toch treurig? Hij volgde... Ja, maar in Engeland is de... Kijk, als we nou eens een mooi voorbeeld... Hè, heel veel van die rechtse alt-right mensen zijn dan pro-Brexit en shit. Ja, ja. Ik ga je namen meer noemen. Maar zijn de leiders wel echt vervreemd van het volk. Want bijna iedereen, zelfs aan de Labour-kant, komen ze allemaal uit drie scholen. Ze hebben die private public school. En trouwens, een public school is een private school. Dat is ook heel slim linguistisch gedaan. I went to a public school. Ja. Dat betekent dat je 10.000 euro per maand betaalt. Ze zei, die mensen daar, die zijn heel, in tegenstelling in Nederland, ze zijn daar heel snel geneigd om autoriteit te zien in mensen van een hogere klasse. Dat leeft heel erg daar in Engeland. Ja, ja. Om bijvoorbeeld een MP of zo, of iets anders. Ze hebben gewoon een klassensysteem. Ja, en ze geloven erin. Ook de mensen eronderin geloven erin. Een vriendinnen van haar en zo. Dat zijn dan best wel nog progressieve mensen en zo. Maar die geloven onwijs in het klassensysteem. Ja. En dat is maar dat is ook lekker, maar dat is fijn. Dat is fijner dan een meritocratie tot de zekere hoogte. Want dan zit je onder in die arbeidersklasse, in die lower class, working class. En dan kun je dat aanvaarden en dan trek je dat toe tot een stukje van je identiteit en dan is dat gewoon precies, zo. Precies. Maar die conservatieven hebben op een of andere weirde manier, net zoals overal, hebben zij zij voelden zich verlogend door de Labour of de PvdA of whatever. En nou gaan ze maar gewoon uit haat conservatief stemmen. Omdat die conservatieven de haat naar vreemdelingen omarmen. Ja. En die linkse dat vervreemden. Terwijl dat ook gewoon een klassenstrijd is. Ja. Het is best wel raar dat Boris Johnson, die was best wel rechtsconservatief. Maar hij volgde toen, volgens mij heet die gozer, Ken Livingston. Ja, 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 ja. Die was best wel rood, radicaal links. Ja, ja, ja. Maar die Boris Johnson is gewoon... Maar net zoals Trump. Trump was een democraat, hè. Gewoon, je hebt gewoon van die... Rutte... Opportunisten noem je dat. Ja, en Rutte vind ik wel dat hij soort van een ideologie heeft weten te maken van zijn identiteit. En dat hij niet... En dat hij toch... Ik heb toch wel het gevoel dat hij een beeld heeft van hoe het moet. En dat hij zoveel compromissen moet sluiten dat er niks meer van overblijft. Maar hij denkt van, als ik maar gewoon dit manage, dan komt het goed. En tot een zekere hoogte doet hij dat ook wel goed. En de vraag is, welke leider willen we dan? En daar kunnen we gewoon geen antwoord op geven. Nee, dus we weten niet beter. Maar dat is en hij het is probleem. Ook niet. Dat is ook interessant, ook waar jullie het over hebben. Dus het is altijd, laat zeggen, het bekritiseren van hoe het liep of hoe het loopt. Maar hoe zou het wel kunnen lopen? Hè? Wat is het alternatief? Ja, we zijn echt een stuitje verwende kinderen precies, geworden. Precies, precies. Dat, maar dat bedoel ik, dat vind ik een probleem met meningen. Iedereen laat zich gevormd een mening en that's it. En die dichten we veel te veel waarde toe. Maar het is onderzoeken van hoe zou het moeten. Ik vind vooral het feit dat Trump ooit al president werd, vond ik een heel treurig feit. Omdat het is een symptoom, hè? Hij is niet de oorzaak van Nee, snap ik. Maar dat is juist zo treurig. Dat het eigenlijk toont dat we nergens zijn met z'n allen. Of dat we ook kunnen zeggen, Tim Frans heeft hier een vet stuk over geschreven. In de Groene Amsterdammer over klimaatverandering. Dat hij zijn twijfels aan het uitspreken is over de kracht van democratie als het gaat om echt wezenlijke problemen in de wereld. Ja. Want als we alles zo langs een soort van gemeenteraad moeten door een gemeenteraad moeten slepen en elke micro-mening en decision moeten overwegen, dan kunnen we nooit iets echt veranderen zoals in China dat wel gewoon gebeurt op grote schaal. Dat die zeggen van, oh fuck, we moeten dit en dat doen. Ja. Dus alle neus op die kant op. Maar ja, het probleem is dan wat jij eerder zegt, macht corrompeert altijd. Dus als inderdaad één iemand het woord zeggen heeft, dan ben je sowieso de lul. Ja, maar als jij echt, maar wij zijn zo ver afgedreven van wat het zou moeten zijn,
vind ik. Maar ik vind qua klimaatbeleid en qua consumptiegedrag, dat we gewoon mensen zijn de hele tijd shit. Mensen zijn de hele tijd shit aan het kopen, wat ze niet nodig hebben, veroorzaakt problemen, zijn geld aan het uitgeven, waar ze te hard voor werken. En uiteindelijk gewoon blijer zouden zijn als ze gewoon een dag zouden wandelen in plaats van naar de IKEA te gaan. Ja. Dat is toch, ja, dat is heel hippie van me, maar dat is gewoon zo. Nee, maar dat is zo. Maar dat heeft te maken al met dat geld, laat zeggen, alles bepaalt in dit leven. Ja, maar dat hoeft helemaal niet. Want geld is ook totale bullshit geworden. Wat blijkt van sinds 2008 hebben we keihard zitten bezuinigen. Hebben we de staatsschuld naar beneden moeten trekken vanwege ons Calvinistisch beleid. Hij zei lekker. Net allemaal shit kopen. Ja, die ja. Ik dacht, oh ja shit. Ja, we moeten onze bek volstaan met eten. Ja, dat is maar ik wou ook niet roken. Ik rook niet eens. Hè. Ja, maar heel slechte invloed hebben deze. Ja, deze precies. Ja, sigaret is ook zo een beetje hypocriet. Maar het ding is wel gewoon dat allemaal zou moeten kunnen veranderen. Maar dat kunnen we niet. Dat kunnen we niet stapsgewijs switchen. Ik denk ook, die lockdown is tot de zekere hoogte ook een zegening geweest. In dat mensen hebben beseft van, oh ja, werken is niet mijn hele fucking identiteit. En de mensen die wel helemaal afbrokkelen, zijn de mensen die zich totaal ontlenen aan hun ondernemerschap en wat ze aan het doen zijn. En daar heb ik ook van mijn vader afgekeken. Ik ben een soort reactie op mijn vader, want die heeft altijd 80 uur per week bij Philips gewerkt. Gewoon vanaf zijn 20ste. En ik wilde dat gewoon niet doen. Ja. Omdat ik weet ook, als ik kan ziek fanatiek ergens in doorslaan. En ik weet, als ik dat ga doen, waar doe ik het dan voor? Dan ga ik, dan moet ik een huis kopen. En dan moet ik geld uitgeven. En dan moet ik gaan investeren in mijn kinderen. Dus ik heb verwachtingen dat mijn kinderen dingen gaan doen dat geld gaat kosten. Zodat zij dat gaan doen. Maar we hebben toch gewoon tijdens die lockdown geleerd dat het saai is. Ja. Maar dat niet de hele leven uit elkaar flikkeren. Maar ik wilde trouwens zeggen over die bezuinigingen. Sinds 2008 tot nu zijn er fucking veel bezuinigingen geweest. Gewoon dat de staatsschuld naar beneden moest. Want dat moest, dat kon niet anders. Dat kon niet anders. De zorg is bezuinigd. De WMO, sociale zorg, psychische zorg van kinderen. Depressies zijn een epidemie geworden. En in een half jaar hebben we al dat geld gewoon weer uitgegeven. En niks is fucking veranderd. Dus we kunnen wel gewoon schulden opbouwen. We kunnen wel gewoon investeren in onszelf. En dus heel dat verhaal van de afgelopen 10 jaar was gewoon een fucking leugen. Staatsschuld is niks zeggend. Nee. Staat zo helemaal niet zeggend. Maar even nog ingaande op jouw opmerking over die ondernemers. Kijk, ik bedoel, dat is wel... Ik neem ze niet kwalijk. Oké, ik wou zeggen, want het is wel natuurlijk... Nee. Er zijn mensen die hebben een fucking ziel en zaligheid. Die worden nu geslachtofferd. En niemand die ook zijn bek opentrekt ergens. Hè? Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Guido Weijers heeft zijn bek opengetrokken. Jawel, een paar mensen. Maar stilzwijgend accepteren we met z'n allen dat de horeca bijvoorbeeld geslachtofferd wordt. Nee, maar dat pikken we niet. Maar we weten niet hoe het beter moet, zeg maar. Nou ja, laat zo zeggen, wij niet. Ook omdat we, laat zeggen, niet ons verenigen op die... Ook omdat we ons niet verenigen op die manier, om het zo maar te noemen. Ja, ja, maar als je zo verenigt, dan zeg je gewoon dat de horeca open moet, weet je wel? Nou ja, laat zo zeggen, het zou goed zijn om met z'n allen altijd... Of in deze tijden heel kritisch te zijn. En niet continu, ja, hoe noem je dat? Door middel van opinie... verschillen te creëren, maar uiteindelijk niet tot oplossingen te komen. Vanwege het feit, omdat wij Nederlanders juist heel erg kritisch zijn, dat Rutte in het begin zoiets had, weet je wat, we doen een smart lockdown, we kijken het aan, omdat hij weet, als hij dit had in het begin had gedaan, zou die kopje kleiner worden gemaakt. Maar de vraag is, is het bijvoorbeeld zo, nu weet je zeker dat als de horeca open gaat... Nee, dat weten we niet. Er zijn zelfs dingen die gebleken zijn. Precies. Maar om die solidariteit, mensen, heel veel Nederlanders hebben gezegd van, oké, doe dan maar alles op slot, voor de duidelijkheid. Want we kunnen, mensen worden heel erg, zij wel, ik niet, dit. En daarom hebben ze dit ook denk ik maar over gedaan. Dus dat met kerst allemaal in het schalenzelfde schuitje zitten. Maar wat ik zei over Maar is dat zo allemaal hetzelfde schalenzelfde schuitje? Ja, nu wel, behalve de Albert Heijn dan. Ja, dat is natuurlijk ook hypocriet, maar we moeten kunnen eten. Ik zeg voor een volledige lockdown, shotgun pakken en we gaan gewoon lekker jagen met z'n allen. Op elkaar. Ik was tijdens de eerste lockdown, was ik Sapiens aan het lezen. Ik dacht, jager verzamelaar. Yo, dat ben ik. Ik ga gewoon lekker fruit plukken in het bos. Ja, dat is wel Steven Bell waarvan ik dacht, dat is wel Steven Bell die ik voor me. Ja, daarom kan ik zo goed leven met Jeroen Leenders. Die is ook een beetje zo. Maar wat ik wilde zeggen over die ondernemers. Die ondernemers zijn zo geworden omdat zij hun identiteit daar mochten ontlenen, omdat de VVD en CDA dat zo de hele tijd aan het propageren waren. Van, jullie zijn de backbone, bla bla bla, en jullie moeten werken. En onafhankelijke ondernemers waren de kracht en echt iets Nederlanders. Maar je moet dat ook kunnen relativeren. Je moet het
Ik bedoel, mensen in de, mensen in de zorg en mensen, een leraar die mochten op een gegeven moment ook niet meer werken. Die gingen ook niet opeens zeggen van, godverdomme, ik ben godverdomme leraar en dat kun je me niet ontnemen. Maar bij ondernemers is dat extra fel. Die gaan failliet. Ja, die gaan failliet, ja. En daar kan, daar kunnen en daarom hebben we enorme... daarom hebben we een sociale staat nodig om dat te kunnen in te dekken. Precies, precies. Maar gebeurt dat nu? Is het zo dat ze allemaal worden gered? Nee, nee, zeker niet. En dat is het probleem. Dat is het rare, man. Weet je, dat er gewoon mensen zijn die echt helemaal kapot zijn. Ja, maar er waren ook genoeg ondernemers die het dan net niet haalden. En dan, je moet ook een buffer opbouwen. Ik heb ook een buffer opgebouwd als ZZP'er. Klopt. Maar dat is wel moeilijk te stellen, omdat er verschillende type ondernemingen zijn. Maar natuurlijk. Ik bedoel, er moet een soort van ruimte voor relativering zijn, zowel financieel, dat mensen er doorheen kunnen komen en niet. En, ja. En dat is het trickier. Maar ik denk ook gewoon dat er gewoon heel veel bullshit ondernemingen zijn in de wereld. En, dat is een feit. En je haalt wel de gezonde shit over nu. Ja, zo kun je het wel stellen. Maar ja, dus met cultuur natuurlijk een heel ingewikkelde vraagstuk. Want cultuur... is nooit gezond. Ja, en cultuur is geen financiële netto winst ding. Financiële netto winst. Maar het levert de wereld heel veel op. Of laten we het gewoon over Nederland hebben. En als je daar gewoon... je kan heel makkelijk gewoon daar op bezuinigen. En dan komt het er gewoon niet meer terug. Ja. Theaters en dat soort. En het is makkelijk, shit. Vooral in dit soort tijden is het makkelijk om te bezuinigen. Zo, die linkse hobby's. Ja, maar ook die Micha Wertheim heeft daar ook echt een vette bit over bedacht, over linkse hobby's. Gewoon over gewoon dat framen van die Wiebes tijdens de zomergast. Die heeft dat gewoon helemaal uitgelegd over dat framen. Of ja, hij zei niet framen, maar gewoon het idee van linkse hobby's. Dat mensen die in de cultuurwerk ook maar hun broek omhoog moeten houden. Wat totale bullshit is. Ja. Want je moet kijken wat iets oplevert netto. In zijn totale vorm. En niet alleen maar kijken of er gewoon qua cijfers winst gemaakt kan worden. Want als iemand een pak peuken koopt... dat levert de economie iets op, maar dat kost gewoon, zelfs zonder de holistische kijk op mentale blablabla, bla bla, maar gewoon een pak peuken is gewoon ellende. Er ligt hier recht eentje voor, ja. Maar whatever. Ja. Maar cultuur levert gewoon mensen plezier op, maar het levert niet een drang tot consumeren op. En dat is het scheve. En daarom zouden we wel een mindshift in kunnen hebben. Het wordt te snel ook geassocieerd vanuit bepaalde hoeken, wordt het ook te snel geassocieerd met een bepaald slag mensen. En ja, het is gewoon een vorm van retoriek, toch? Ik bedoel, het is gewoon de Wilders die dat laat zich gebruiken, dat zijn de linkse hobby. Puur omdat de mensen die op hem stemmen, overwegend minder... Maar de VVD heeft het juist harder gepropageerd dan Wilders. VVD even het is denk, bizar voor de nationale ook. Identiteit. Laten we een Hitler als voorbeeld nemen. Wat voor hem toen de tijd de belangrijke Duitse... Wat voor hem het... een van de belangrijkste dingen wat voor hem bijvoorbeeld Duits was, was bijvoorbeeld die Wagner. Weet je, en dat is de muziek van Wagner, de muziek, de kunst en dat soort dingen. Weet je, dat maakt de Duitse identiteit. Snap je? En dan kan je nu dan wegtikken als linkse hobby's. Maar cultuur bepaalt wel je identiteit van een land. Ja. Snap ja. je? Maar zoiets doms als de kleur oranje en dat soort shit allemaal. Ja. Weet je hoe anders Nederland zou zijn als de kleur oranje er niet zou zijn? Weet je? Ja. Daarom ben ik bijvoorbeeld best wel pro-Koningshuis, omdat het toch een bepaalde functie heeft. Het kost wel veel. We zijn fucking irrationeel en toch hebben we het een beetje nodig om een soort cohesie te vormen. Is ja, wat bedoel. Ja. Ik bedoel, helaas, als tijdens het Nederlands elftal, als iedereen lekker een oranje shirtje rondloopt, het interesseert niet waar hij vandaan komt, waar hij in gelooft of wat hij er zit. Als die cohesie maar positief gestemd is. Dat is maar ik bedoel, het ligt hem toch meer in het feit dat mensen allemaal hun eigen zaken nastreven, hun eigen opinies hebben en zoveel mogelijk, laat zeggen, dat willen doorvoeren. Eigenlijk die macht en die geldgedrevenheid waar we het eerder over hadden. En dus mensen die, laat zeggen, inderdaad niet zo geneigd zijn om cultuur te snuiven, hè, daarvan te genieten, die hebben daar een opinie over. En die jongens uit een andere groep. Ben jij ondernemer? Zelfs Zwarte Piet, ja. Zwarte Piet, Sinterklaas, ook allemaal cultuur, allemaal dingen die best wel belangrijk zijn voor nationale identiteit. Dus diezelfde mensen die lopen af te geven over dat bepaalde linkse hobby's niet gesubsidieerd moeten gaan worden, ja. Weet je, omdat het dan geen bepaalde waarde zou hebben, maar ze dichten die waarde wel toe. Weet je wie de infrastructuur van onze huidige kunstsubsidiesystemen heeft bedacht? De nazi's. De cultuurkamer. Ja? Dat is begonnen in Duitsland en in Nederland was het letterlijk overgenomen. En toen mocht het subsidiesysteem dus alleen maar nazi-ideologie nastreven en bevorderlijken en anti-Joods en whatever.
Na de Tweede Wereldoorlog dachten ze van, oh fuck, daar moeten we dus nooit meer heen met die shit. Maar hebben ze wel dezelfde infrastructuur, hetzelfde kunstsubsidiesysteem genomen. En daar zit ook wel een beetje een fundamenteel probleem in. Zo slecht dat, waren die Duitsers. Dat ze zeggen van, oh, we moeten antifascistisch, anti-links-sociale staat, iedereen is gelijk. En dat moeten we propageren met kunst. En omdat dat zo, denk ik, nu toch meer dan ooit, want in Nederland was in de jaren 80 en 90 nogal ook wel een beetje anarchistisch, ook wel vet, Wim T. Schippers-achtige Hans Theo vibes en gewoon craziness, en Nederland liep daarop voort. Maar nu is er zo'n dwangmatige hang naar diversiteit, dat je gewoon bijna elk museum in Nederland inloopt, en dat het allemaal over de slavernij of het rassenverleden is, dat het ook weer vervreemdend is voor de regular Joe. Je moet geen restricties eraan leggen. Nee, je moet niet te veel, je moet het sturen. Maar we zijn nu zo dwangmatig. We zijn nu zo dwangmatig aan het reageren op onze spijt ten opzichte van de Black Lives Matter movement. Ik vind dat allemaal fucking goed. En dat is allemaal belangrijk, maar het moet niet meteen wat daarvoor was, meteen wegstrepen. En dat is diversiteit is ook diversiteit. Dus ook de diversiteit daar in ideologieën moet te zien zijn. En ik bedoel, Dalí hangt ook in fucking grote grote musea. Hij was een fucking fascist, hè? Hij was een fucking fascist. Hij was helemaal pro Franco en ook Hitler tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daar hebben we het nou niet over. Maar dat betekent niet meteen dat we moeten cancelen. Ik ben in de war met Picasso. Okay. Nee, Dalí was een Chileen, toch? Dalí was een Spanjaard. Allende was een Chileen. Ja. Maar het kan ook goed zijn dat Picasso ook gewoon een fascist was. Het maakt ook helemaal geen reet uit. Maar het gaat erom dat kunstenaars van alle soorten bewegingen, ideologieën, hele vette, integere dingen kunnen maken die jou kunnen beïnvloeden for better and for worse. En dat is wat kunst moet zijn. Het moet niet alleen een opleiding zijn van wat jij van de wereld moet vinden. Het moet gewoon een weergave zijn van de wereld, zodat jij je conclusie kan trekken, denk ik. Het moet gewoon vermakelijk zijn, toch? Ja, dat is comedy. Maar kunst mag ook wel gewoon een kade stomp in je onderbuik zijn. Ja, precies. Maar het moet zijn doel nastreven, los van wat die persoon erachter heeft. Het is niet dat je dan overal natie gaat moet gaan ophangen. Ik word wel echt altijd boos als ik door een museum loop. Ja? Ja. Welk museum ben je laatst geweest? Weet ik niet meer. Ik denk Van Abbe Museum in Eindhoven. Wat? Van Abbe Museum in Eindhoven. Is best een groot goed museum in Eindhoven. Ik moet vaak naar een museum gaan. Leiden heeft de meeste musea per vierkante meter in Nederland volgens mij. Omdat die zo klein zijn. Nee, Leiden heeft veel goede naturalis sowieso. Ik zat trouwens in de file, maar dat komt omdat die fucking bruggen hebben. Dan moest ik even aan wennen aan die bruggen hebben we ook. Open en dicht moeten. Bruggen hebben we ook. Ja, maar over kunst gesproken. Jullie hebben ik reed langs zo'n gracht of kanaal. Singel, de Singel. Singel, ja. En daar zit dan zo'n fucking grote fabriek die leeg staat, die helemaal leeg is gesloopt, zeg maar. Maar die staat er wel nog. Maar gaan ze daar appartementen van bouwen of zo? Daar komen appartementen, die zijn al verkocht al. Maar in het fabriek, in die context. Ja, dat is de oude broodfabriek is dat. Oh ja. Er komen hele vette neo-industriële woningen voor de gentrified peoples of Leiden. Ja, er komt daar, ik laat jullie zo over die foto's zien, er komt daar een aardige, ze hebben daar twee penthouses van 2,5 miljoen. Deze podcast wordt overigens doorgebracht door Funda. Ja. Ik heb daar een keer ingebroken, daar in die broodfabriek, toen er vroeger lustrumfeesten werden gegeven van Minerva. Heb je ooit wel eens met zo'n Minerva gast op zijn bek neergehoekt? Ja. Wat ging je daar doen? Ja, ook. Ja, je hebt wel. Zullen we het hebben over vechten? Ik vind vechten. Want comedians die hebben het altijd over fitties, over verbale oneenigheid. Maar ik denk dat comedians ook gewoon meer moeten vechten. Eigenlijk sowieso nooit geslagen zijn. En daarom een soort overwaardering van woorden hebben. In plaats van de incidentele klap die je in je gezicht krijgt. Ja. Die vind ik, die geeft aan wat de boundaries zijn. Die wake-up call. Ja, maar ook gewoon, het is niet oneindig woorden. Je krijgt op een gegeven moment gewoon een klapje. Je kan niet oneindig. Rogier Kamerman, die is ook. Laatst hadden we een menings. Ga je hem slaan? Een vrijheid van meningsuiting discussie. En ik zo ja, maar af en toe kunnen mensen gewoon een klap krijgen. Hij zo ja, ik ben tegen fysiek geweld. Ja, zo ja, I'm for world peace. Miss Universe verkiezingen. Maar hoe dan ook, je kan wel gewoon tot een zekere hoogte iets zeggen waardoor je een klap in je gezicht krijgt. Dat is geen. Ja.
Maar zo, dus jij vindt eigenlijk van ze nu en dan even een hoek geven? Nee, het feit dat die kans er is, is niet meteen dat de wereld angstig wordt, maar ook meer bewust van wat de consequenties zijn van je woorden. Ja, precies. Dus je moet wel realistisch zijn van, je kan dingen zeggen. Je kan mensen gewoon dusdanig kwetsen. En als die uit een bepaalde sociaal-economische kring komt, die niet heeft geleerd om alles met woorden op te lossen, dan zitten niet allemaal op de vrije school we hebben niet allemaal VWO gedaan. Nee. Dat je dan gewoon een klap kan krijgen. Ik bedoel, zeker. Als jij gewoon door een bepaalde uitgaansgelegenheid in Den Haag loopt en je zegt gewoon ik neuk jullie allemaal de moeder, dan gaat er iemand echt wel, en die is dan ook slecht, maar, en dat is ook wel iemand die dan voor de verkeerde redenen justice aan zijn hand probeert naar zich toe te proberen te trekken. Ja. Maar het is niet eenmaal uit de lucht gegrepen dat jij dan een klap krijgt. Nee, en de vraag is ook hoe erg een klap is. Ja, precies, want volgens mij... Een klap is geweldig. Ik denk, iedereen zou een klap moeten krijgen in zijn gezicht, want dan denk je ook van, oh ja, dit is geweld, dit is een consequentie van te veel verbaal geweld, en het is niet het fucking einde van de wereld. Ja, ik ben gewoon, ik heb nog nooit iemand geslagen, ik ben wel 80.000 keer op mijn gezicht geslagen op straat om zijn. Ja? Heb je nog nooit iemand geslagen? Dat vind ik wel echt... Ik ben meer van het stoeien. Ik ben meer van het worstelen. Van het uitschakelen. En tackelen. Van het uitschakelen. Nee, ik word gewoon nooit boos. Ik word nooit fysiek boos op een vreemde. Ik heb wel momenten dat ik een bekende of een vriend echt op zijn muil wil slaan. Maar dan ben ik zo hard aan het trillen en zo boos dat ik het gewoon dat ik het dan niet doe. Maar ik ben wel heel vaak geslagen. Maar ik word niet agressief van iemand anders die mij slaat. Okay. Ja, ik ben de jongste thuis, dus ik heb ze wel vaak op mijn smoel gekregen. Ja. Ja. Hij is Marokkaans. Ik heb ook wel hier en daar een klap gekregen. Niet thuis, maar meer op straat. En heb jij toen ook een klap uitgedeeld? Ik heb in mijn leven wel eens een klap uitgedeeld, ja. Maar het is niet dat ik... Ben je een jongen van de straat? Ja. Den Haag, Mattie. Den Haag, broer. Ja, je hebt ook fucking diplomatenstraat. Hier wou ik op terugkomen. Er is al eeuwenlang een vraagstuk wat ik mij dus afvraag. En het is oprecht. Wie zijn de gekste Nederlanders? Zijn dat Brabo's of Hagenezen? Ja, maar dan heb je heel de provincie. Zal ik gewoon even Eindhoven doen nu voor nu? Brabant in het algemeen. Weet je, ik nee, want als je Den Bosch hebt, dat is ook een soort van rare kak. Heb je daar een soort ouderwetse kak, omdat het vroeger de hoofdstad van Nederland was. Was Den Bosch vroeger de hoofdstad van Nederland? Ja, tijdens de middeleeuwen. Voor die 17e eeuw was Den Bosch de hoofdstad. En daar Willem Bosch, dat was de culturele hoofdstad van Willem Nederland. Bosch, wie is Willem Bosch? Willem Bosch, Hieronymus Bosch, heeft heel veel, eigenlijk de meest bekende middeleeuwse schilder van Nederland. Ik kom uit Leiden, weet je, wij zijn Rembrandt gewend. Ja, wij zijn van die echte, wij kennen alleen echte schilders, weet je. Ja, maar om op je vraag terug te komen, ik denk zelf Hagenees. Ik denk het ook wel, hoor. Ik denk dat Hagenees ook wel crazier zijn. Ik denk Eindhoven, Brabant, het algemeen zijn gekker. Maar die gaan niet helemaal door het lens zoals Hagenezen. Op een leukere manier zijn ze... Maar je hebt heel veel woonwagenbewoners in Brabant. Maar dat is heel ander pakket. Dat is heel snap pakket. Je? Die, dat ze toch maar die heb je ook in Den Haag. Maar die zijn ook best wel civilized vergeleken met Hagenezen, denk ik. Ja? Ja, want in Brabant is het alleen maar money verdienen, man. Het is alleen maar undercover... Telen. Alleen maar monies. Maar ja, ik woon tussen twee kampen, zeg maar, in Eindhoven. Ja. Daar in het bos, zeg maar, daar zitten allemaal kampen. Maar ja, die laat je gewoon met rust. Dat wil je gewoon niet. Maar ik heb vrienden die dan. Een vriend van me die date dan op een gegeven moment een chick. En die had dan een broer op de kamp. Die dan weer getrouwd was met een kamper. En dan kwam die op zijn feest. En iedereen zo: ja, je bent een van ons. En, reizigers moet je gezellig. Zeggen als je een probleem. Wat zei je? Reizigers moet je zeggen als je een probleem. Ja. Oh ja, ik ben opgegroeid ook tussen de zigeuners. Zigeuners, zegt hij nou. Oeh. Ja, prima. Dat zei hij zelf ook. Did you taste the sauce? Nee, maar... Kijk, Den Haag. Ja, ik weet niet. Ik denk dat het wel een vrij harde stad is. Dat wel. Kom jij echt uit zo'n schoffiesbuurtje? Ik kom uit Houtwijk. Sommigen zouden het wel omschrijven als een... Waar ligt Houtwijk? Dat is bij... Ik hoorde bij het Loosduinen. Kraken, oh, sorry, man. Ja, Een naaien. Ja, bij Loosduinen. Daar kom ik vandaan en ik ben opgegroeid eigenlijk in een aantal wijken, waaronder Waldek is ook vrij, echt wel een Haagse wijk. Ben je al echt als tiener, heb je al een soort van Siske de Rat? Altijd, ja. Ik heb 7 scholen gezeten, ik was echt een drukte maken. Zeven middelbare scholen? Ja, nee, 5 middelbare, 2 basisscholen. 5 middelbare scholen. En wat heb je uiteindelijk afgemaakt?
Ik heb een aantal vakken op VWO-niveau en ik heb HAVO afgemaakt. Oké. Okay. Ik kan je gewoon prima HAVO zeggen. HAVO plus. Ja, ja. Nee, maar weet je, heb je ook zeven jaar erover gedaan of zo? Of wat? Ik ben in principe 3 keer blijven zitten. Oh, netjes. Ik 2 keer. Ja. Ik dacht dat het max was. Maar, ja. Nee, maar ik heb het geluk gehad dat ik 1 keer van school ging. Het geluk gehad dat je wit bent. Ja, ik was tijdens een schrikkeljaar of zo. En niet roze. Nee, ik had... Ik moest van school, maar dat wilden we aanvechten. En toen hebben ze met ons meegedacht door de cijfers wat op te ogen. Maar, kijk, het is wel... Ik merk dat, omdat ik zelf in Utrecht woon natuurlijk nu ook. Merk je gewoon, Den Haag is wel een... Ja, vooral Utrecht is echt een zachtgekookt ijsstad van Juwelste, jongen. Ja, Utrecht is het kutste accent wat er maar bestaat. Ik ken het niet eens. Het is schatverdamme, het is zo'n... Dus... Nou, ik vind die hier ook maar... Luister. Leiden ken ik niet eens, joh. Luister. Ze hebben gewoon Hier, gozer, ken je Ur dan? Ja? Ja, grappig, joh. Ik dat klinkt voor mij gewoon maar meteen als kak, weet je wel. Ja, nee, hier is die Ur ordinair. Ja, maar dat is grappig. Dat is allemaal zo, maar daar heb ik ook gewoon een bit over. Voordat ik mijn Ierse praatte. En dat ik in een Eindhoven meteen een kopstoot kreeg. Omdat ze dachten dat ik een kakker was. Limburger, toch? Toen zei ik, maar ik had ook een Noord-Ierland kunnen komen. Naar de altijd. Dit en dan was ik Limburger geworden. Ja, die heb ik ook wel. Maar Leids is bijvoorbeeld heel zangerig. Leids is heel zo. Je luister, wat gaat ze voor? Moet je horen dan je even. Ja, niet weten. Tering, hij gas. Op het einde altijd omhoog gaan. En dat soort dingen. Ja. Maar Haag, het mij opvalt, die Haagenezen is... maar die haat naar de staat... Tikkertje opgefokter. Nee, dat is het. Het is en die haat naar de staat, want jullie wonen in de stad van de regering. Ja. En al die schoffies... Ik heb het gevoel dat al die mensen die Pieter Omtzigt aan het bedreigen zijn dan... Ja. Dat zijn allemaal Haagenezen volgens mij. Of Brabo's. Nou moet ik zeggen, diegene die opgepakt is, dat kwam niet uit Den Haag. Brabant, 100%. Maar kijk, ja inderdaad, het is vooral... vrij opgefokt. Dat wat meer, weet je. Dat merk ik vooral ten opzichte van Utrecht. Daar is het gewoon rustig, joh. Niks aan de hand. Je hebt nooit het gevoel dat er iets... Dat de Kanaleiland geweest, hè, broer? Dat de Kanaleiland geweest. Ja, maar weet je, het is... Ik ben zelf deels ook opgegroeid in Schilderswijk. Ik heb er niet gewoond, maar veel vrienden. En ik ben dat dus heel erg gewend. En ik moet eerlijk zeggen, ik hou er ook wel van. Een wijk waar het wat gemêleerder is, weet je. Als je daarvan schrikt, dan ben je meteen bang. En dan rijden ze en dan gaan ze je kutten. Ja. Terwijl als je gaat kijken, de georganiseerde misdaad in Utrecht is fucking nog lijper. Het is georganiseerd. Nog lijper dan in Amsterdam. Maar dat is anders. Daar Amsterdamse straatweg. Maken, Amsterdamse straatweg sowieso. Ja, maar bijvoorbeeld in die... Maar daar woon ik vrijwel bij. Ja. Bij filmcafé in de buurt dan ook. Ja, natuurlijk. Want die Tachi die komt uit Vianen of zo, die komt daar. Ja. Dat was ook een lijf. Die staat vlakbij ons, maar georganiseerde misdaad heb je natuurlijk niks mee te maken. Je hebt het gewoon over de straatcultuur. Begrijp je, loop je op straat, als je jong bent, dan kijk je te lang, zeg je, wat kijk je? Weet je, die cultuur, dat heb je in Den Haag vrij veel, vind ik. En Rotterdam heb ik ook een tijdje gewoond, heb ik het ook wel. Maar je hebt ook steden waar dat veel minder is of zo, veel, veel relaxter. En ik moet eerlijk zeggen, daar gaat mijn voor kunnen uit, hoor. Dat ja, tuurlijk, zo is, Al ben ik ben wel voor mijn gevoel, ik ben Haagenees. Mijn broer is bijvoorbeeld, die voelt zich geen Haagenees. Die woont in Utrecht en die heeft niks meer met Den Haag. Ik blijf wel altijd een soort van Haagenees. Haagenezen houden wel van hun stad. Ja, dat idee. Ja, dat, ik heb dat wel. Ik speel ook vrij Haags. Hè? Ja, ik praat nooit Haags, maar alleen als op podium. Als je een bakje op hebt. Ik heb als ik een bakje op heb, ga ik echt luisteren. Natuurlijk, als ik drink. Maar zo ben ik sowieso. Als ik hier met 3 Marokkanen zit, praat ik als een Marokkaan. Tuurlijk, moet. Ja, nee, dat gaat vanzelf. Anders slaan we niet de kanker. Nou, weet ik niet, weet Maar jij hebt wel... Marokkanen komen alleen in groepen. Ja, maar dat heb je drie, toch? Dat heb je ook... Je hebt op verschillende scholen gezeten, dus je hebt wel aanpassingsvermogen ontwikkeld waarschijnlijk. Ja, maar heb ik ook door dat ik... Ik ging eerst ook naar een Engelse afdeling van de basisschool en toen naar het Nederlands. Dus ik moest overal op aanpassen. In Engels was sowieso alleen maar verschillende culturen. En dan naar het Nederlands moest ik net doen alsof ik Nederlands was. Ja. Dat lukte voor geen meter. Nou ja, ik werd zelfs... Er waren tijden dat mensen dachten dat ik een Marokkaan was. Zo sterk Marokkaans accent dat ik. Hij was op zijn 12 al kaal. Zo snor. Ja, maar dat is wel... Leraar, hoezo ben je Marokkaans? Meester. Precies. Meester. Ja. Nee, maar dat vind ik wel mooi. Kijk, ik ben echt opgegroeid in een heel multiculturele groep. Dus
We gingen met Antillianen, Turken, Marokkanen, alles was, zat bij elkaar. We waren met een grote groep gingen we uit. Ik was, ik was de enige Nederlander. Ja, precies. Ja, ik mocht naar binnen en dan moest ik de rest... Nee, maar dat is eigenlijk waar we het eerder ook over hadden. Dus die verschillen eigenlijk tussen allerlei soorten mensen, die maken de problemen. Omdat iedereen in zijn eigen groepje, zijn eigen straatje denkt en zo heel boos is op de ander. Maar ik denk dat de basis... Maar niet als ze allemaal door elkaar gehutseld zijn. Precies, toch? Precies. En dat is het mooie. Als je met elkaar omgaat, dan leer je elkaar kennen. Je ziet ook bijvoorbeeld in onze groepen, maar überhaupt in Den Haag, in die omgeving, is veel minder racisme. Want als je ermee opgroeit, dan ben je helemaal niet zo boos op die ander. Begrijp je? Ik bedoel, maakt het voor ons gereed uit. Geen intrinsieke racisme, maar wel gewoon gekut. En ja, natuurlijk. Maar je zit elkaar de hete te verkankeren. Ja. Ik bedoel, dat was de basis. Maar het ligt in de dorpen, op de plekken waar je juist niks te maken hebt met andere culturen, waar de xenofobie ontstaat en relateert, om ja, zo maar te noemen. Dat heb ik ook met skateboarden. Ik heb geskateboard en toen was het ook vanaf mijn 12e en dan van mijn 12e tot mijn 18e gewoon de hele dag skateboarden. En toen was het ook echt, nu is het echt cool om te doen. En nu word je gesponsord door Red Bull en shit. En is het een Olympisch sport. Ja. Maar toen had ik net zo goed kunnen hoelenhoepen, bij wijze van spreken. Het was gewoon echt een kneuzende. Ja, ja. En zeker in Eindhoven werd je gewoon al die wijven zo... Fuck you, losers, good, skaters, bla bla. Maar je zat opeens met een groep van 12 tot 35-jarige gasten. En we waren met elkaar opgezadeld. Allemaal andere achtergronden. Ja. En daardoor zat je gewoon in zo'n keiharde groep. En ook als 12-jarig jongetje moest je opeens opboksen tegen die 30-jarige gast. En dat is gewoon echt een lompe... Had je niet al die rellen gezien toen? Maar dat is wel die... tof. Nee, maar toen hij die, wil die het heel mooi zeggen. Hij had over rellen meteen. Ja, hij wil meteen rellen. Na die rellen met George Floyd in Amerika zag ik toch gewoon wijs van die blanke jongetjes die liepen te mappen op gasten met de skateboards. Had je die filmpjes niet gezien? Nee. Fuck, hilarisch. Er was zo'n zwarte comedian daarover. Dat is wel een prachtig verhaal, hoor. Dit echt. Dat is hard dit. Ik vond het lachen om te zien. Die blanke jongens lopen gasten uit elkaar te remmen met een skateboard. Maar ja, gebeurt. Met een skateboard. Met een skateboard. Maar dat is toch juist, dat heb ik heel veel gezien van die filmpjes, dat men met skateboarden slaat. Yo, ik heb een gast iemand echt dood zien slaan met een skateboard. Ja? Er kwam dat Samir. Die was echt helemaal crazy. En Crazy was Sam. Was een Limburgse Marokkaan, dus dat weet je toch. Ze praten, dus hij praatte grappig. Ja, nee, maar die was echt crazy. Maar kwam een skinhead gewoon zat. Op vrijdagmiddagavond kwamen zatte mensen van Straat om Zijnd over het Stadsplein heen lopen. En kwam zo'n skinhead opeens zo, wat? En hij staat er ook en die denkt ook van, waarom doe je dat bij hem? En dan zo, wat? En toen opeens, kut Marokkaan, vlot, slaat hem gewoon vol op zijn gezicht. Zo. En Samir staat ze op, half bloed, en die zei, ik ga je pakken. En dan zie je die skinhead gewoon, die blik in zijn ogen van, holy shit, wat heb ik gedaan? En hij rent weg, en wij allemaal erachteraan, rijdt hij gewoon zijn park in. En die skinhead die springt op een gegeven moment over een hek heen. Parken, Samir trekt gewoon heel dat hek omlaag, want zo sterk was hij ook. En op een gegeven moment ging hij gewoon zo... Gewoon met de skateboard op zijn fucking op zijn kop inslaan. Op een gegeven moment wilde iemand tegenhouden. Ging hij hem bijna slaan en zo. Oké. En toen droop iedereen gewoon heel pijnlijk af van oké. Laat Samir met rust. Ja, precies. Laat hem even zijn ding doen. Laat hem een beetje doen. Die aflevering van South Park, dat ze Cartman is van oké, never ever. Never say. Ever fucking go. Oké, guys, remind us, never fuck with Cartman again. maar skateboard was wel hard hoor. En echt vet. Ja. Gewoon een vette dosis rauw leven krijgen dan. Hey dude, je bent continu bezig met iets, het risico dat je op je ballen terechtkomt. Ja. Ook ja, want precies. Daarna ben ik gaan rugbyen 10 jaar later. En toen. En zei je, oh, je hebt niet echt angst en shit. Zeg ik, ja, normaal flikker ik op beton en dit is gewoon gras. Maar het is gewoon heel vet om... En ik gun dat elke fucking puber. Gewoon een soort van subcultuur waar je bij kan horen. Waar je helemaal goor en bloed thuis komt. En gewoon een soort van kliek vormt. En dat bestaat bijna niet meer. Iedereen is een soort van... één grote, alle jeugdcultuur is in elkaar geïntegreerd. Dat is ook een beetje lame door Instagram. Je hebt niet Facebook geroepen, toch? Ja, maar... Mensen zijn, ja, je hebt zelfmoord, fora en shit, ja, maar die skatecultuur, dat je gewoon de hele tijd niet thuis wil zijn en dan gewoon de hele tijd tegen ouders, ik belde via een telefooncel mijn ouders op, via collectgesprek, maar, en in de tijd dat je naam kon zeggen, zei ik, hey mom, I'm gonna stay out for skateboarding this evening, if you want me home for dinner, accept this call. Dan moesten ze een euro betalen om het te accepteren. En dan zei, the phone call has been rejected. Of afgewezen. En toen mocht ik tot 10 uur skaten op mijn 14e of zo. En dan was ik gewoon heel de fucking dag en avond gewoon altijd weg. Kun je het nog dan, of niet? Ja. Doe je het nog? Heb het 6 jaar gedaan, toch? Ja, zoiets.
Maar echt elke dag. Ja, ja, toen was het ook gewoon elke dag skaten of niet skaten, zeg maar. Kun je triggies? Ja. Wat? Tuurlijk. Ja, ja, flipboard. Hoe heet die een heel goede skater ook alweer? Tony Hawk. Ja, precies. Dat was jouw fucking held. Laat wel even zien. Tony Hawk was een gangster. Dit was de hele fucking opbouw nadat hij het ging laten zien. Jullie hebben wel slechte invloed, man. Ik rook fucking nooit door jullie. Ja, nou, oh, zullen we... Ik rook, ik eet snoep. Zullen we anders... jij rookt niet meer. Opgelost. En dan gaan we vechten, hè? Dat was het. Hele opbouw hier. Ik heb respect voor de Ik vind het wel jammer dat jij nooit iemand geslagen hebt, Steven. Waarom vind je dat jammer? Ja, ik had het gevoel van je hebt er wel één keer iemand... Ja, maar mensen denken... Maar het feit dat mensen dat van je vinden, is al genoeg. Dan ben je... een keertje iemand op zijn bek hebben geramd. Ja. Laatste keer dat ik echt voluit crazy op iemand was gegaan. Maar gewoon echt... Ja, vind ik leuk. Mooie podcast dit. Ja. We gaan nu hebben over... Want ik heb ook echt heel veel verhalen. Nee, ik heb nog niet zoveel gevolgd, weet je. Maar... Eén keer kan ik me goed herinneren, ik was een jaartje of 19. En toen raakte ik mezelf kwijt. Toen zag ik dat ik zwart voor mijn ogen zag. Ik werkte bij een pizzeria. Ik reed op het Rapenburg hier ook. En het was winter. Sowieso. En ik rijd zo op, het was zaterdag, het was iets voor 10, we waren bijna klaar. Weet je. We waren toen gingen werken, daarna omkleden, stappen en dat soort dingen. Allemaal. Ik had nog een laatste bezorging had ik. Dus ik rijd op het Rapenburg. En dan rijden twee jongens rijden er. Die waren van die grote gasten en een chick rijden. Ik rijd ze bijna aan, dus ik rijd zo om ze heen. En ze beginnen te schelden. Dus ik stop zo. Ik wil kijken van jongens, wat is er aan de hand? Of zo heb ik iemand aangereden. En ze beginnen op me af te rennen. Oké, dit is niet de bedoeling. Ja. Dus ik rij ietsjes door. En ik begin ze uit te schelden. Dit. En ze komen weer achter me aanrennen. Maar die pizzeria waar ze zat om de hoek. Ik denk, weet je wat? Ik ga het even een paar keer doen. Dus ik deed het twee keer. Dan komen ze me telkens achterna. En toen ging ik snel naar de pizzeria toe, had ik een paar gasten. Jongens, ik werd achterna gezeten. Ik kon gauw die gasten grijpen. Dus ik heb met andere paar gasten... stapten voor de brommertjes, reden van die Rapenburg af. En die gasten liepen richting het centrum. En we kwamen ze tegen. En ik pak daar mijn motorhelm. En ik pak daar mijn brommerhelm. En ik begin er op één in te slaan daar. Ik begin daar op één te hakken daar. Voelt ook goed omdat je al weet van dit is een heel goed wapen. Dit. Ja, en op een gegeven moment die andere die haalde die mat. Het is wel ironisch, want een schedel hoort juist gered te worden door een helm. Ja, ja, niet die van hem van die maar dag. Maar die van jou wel, dus hij heeft wel zijn werk gedaan. Ik bleef hakken op die gozer. maar op een of andere manier, ik voelde mij op dat moment lullig dat zij met z'n tweeën wouden ze mij te grazen nemen. Ja, precies. Toen dacht ik, vieze teringleiers. Ja. Dacht ik, weet je wat, ik kom wel terug met een paar matties van mij. Ja. Toen heb ik daar lopen inhakken op die gozer. Ik heb volgens mij had ik ook die meisje per ongeluk nog meegenomen met die helm ook nog. Ja. En jij, zwart. Hebt, en op het einde zo, tot zeiden die vrienden van mij, yo, Bart, doe even normaal. Doe even rustig, man, je draait helemaal door. Die gozer helemaal bebloed KO op de grond daar. Ik zei, jongens, nu moeten we echt weg. Ja. Wij weg. Schreeuwen. En toevalligerwijs trouwens zat daar nog een andere groepje jongens die ik nog kende ook. Ik zat ook nog te kijken van, wat de fuck is dit dan? Ja, dat is het mooiste als er mensen zijn die je kent die je ook nog te hulp kunnen schieten. Ja. Die meentje had ik niet gedaan. Ik heb wel vrij veel van dat soort dingen meegemaakt, maar ik heb één keer meegemaakt. Ja, dat is helemaal niet zo'n stoer verhaal voor mij, maar wel grappig. Dat was, kijk, weet je, je had altijd ruzie, omdat je was gewoon een stoer doen, dat was heel triest, weet je. Je was altijd stoer aan het doen. En er was een jongen die wilde een keer geen sigaret geven. Nou, slaat nergens op, weet je, maar ik bedoel, dat was reden voor ruzie. Is dat een... Ja, wij kregen wat ruzie, weet je. Ja, precies. Dus ik wou het zeggen, blijf sigaret geven. Hè, dat, Ben je nou weer naar het toilet geweest? Raar, man. Die gozer. Hij doet alleen de deur open. Hij komt weer terug. Maar oké, in ieder geval. En die gozer, dus ik had wat ruzie met hem. En we hadden net de film ID gekeken. Ik weet niet of je die kent. ID is een hooliganfilm. Nee. Nee? Nou, dan moet je echt een keer kijken. Is best wel een tof film. Dus iedereen was opgefokt. En waren bij een feest geweest. En er werd dus gevochten. Maar ik zeg eerlijk, nogmaals. Ik wilde dat helemaal niet. Nee. Maar ja, ik was er ditmaal ook gewoon bij, natuurlijk. En hij werkte in een uitgaansgelegenheid. En daar liep hij heen. En toen kwamen dus alle mensen die daar binnen zaten, echt alle mensen kwamen naar buiten, plus de portiers, om ons te pakken. En wij waren met die man, iedereen ging rennen voor zijn leven. En ik fietste naar beneden, was in Kerkduin, ik fietste naar beneden. Ik kwam letterlijk, net als in een film, gewoon... Kerkduin, kankerhak, kankerdaan. Gewoon 40 man, echt.
Ik kwam gewoon naar beneden gerend en ze riepen allemaal pak Jeroen. Hè? Nou ja, zo kennen ze jou? Ja, ja, want hij wist dat ik hij dacht dat ik het had gedaan. Ik zeg eerlijk dat ik er niet eens, ik heb, weet je, ik had zoiets van doe even rustig jongens, maar oké. Ik naar beneden, fietsen, ze kwamen op scooters. Alles gewoon als in een film, en gewoon helemaal zwart zo rennen. Keihard. Ik fietsen, keihard, maar eng, hè? Echt fucking eng. Hè? Je bent, ja, ik zeg eerlijk, ik was echt bang. En er kwam een vriend van me, die rende en die sprong achterop. Mijn achterwiel zo helemaal slingeren, weet je. Maar ik hield hem net recht. En ik kwam beneden bij Kijk Duin. Ik weet niet of je het kent, maar ik steek zo recht dat kruispunt over. Supergroot kruispunt, 3:00 s'nachts. En ze kwamen echt, weet je, de scooters. Ik hoor zo, jing. En ik race aan de overkant. En ik zag daar een supergrote heg. En ik wist één ding, weet je, er is geen ontsnappen. Dus ik draai zo vol naar rechts. Keihard door de heg heen gefietst. Maar echt volle kracht door de heg heen. Ja? Maar het was pikdonker, dus niemand zag het. Ja? Fiets daar neergelegd, helemaal ergens achter in de bosjes gekropen. Auto's, scooters, iedereen. Waar zijn ze dan, die kanklijst? Weet je, scheven. Wij bang, jongen, met z'n tweeën sigaretjes roken. Zo super slim, zo'n rookpluim naar boven. Ja. Dat er iemand zo last loopt. Ja. Dat is die... Waar zijn ze? Er staan trouwens bosjes in de fik. Zullen we daar even kijken? Ja. Waar zijn ze? Daar dat is die dinosaurus bij Jurassic Park, zo, dat hij zo loopt in die laboratorium zo. Nee, maar wij zaten iets achter een stukje flat. Sorry. Maar in ieder geval... Ja, dat is bizar. Dat is echt die jongere cultuur, weet je. En wij waren... Ik zeg, jullie waren helemaal morsdood geweest. Ik was bang. Ik was fucking bang. Eén vriend was... Er waren jongens onder een vrachtwagen gaan liggen. Die waren dan niet gepakt. Eén jongen was wel gepakt. Die werd beetgepakt door de portiers. En dan mocht die gozer in kwestie... Die mocht hem 2 of 3 klappen geven in zijn gezicht. Oh, dus zo'n kontje knallen. Ja, street justice. Dus je weet gewoon... Hè, dat was wel... Ja, dat was ja, wel echt die spannend, had je beter hoor. Kunnen... Ja, ja ik was ben, heel spannend. Ik ben een keer in elkaar geslagen door een groepje Marokkanen, jongen. Oh... Ja. Black on black crime. That's the worst. It's the worst. It's the worst. Nee, maar ik ken die challenge in Hoofddorp? Ja. Challenge in Hoofddorp, dus die discotheek daar. En dat was op vrijdag was het altijd R&B night. En wat daar altijd was... Vechten. Nee, viel van mee. Het was, R&B, ja. Was, ik ook altijd. Ik kan heel goed dansen, had je niet verwacht. Nee. Ja, deze blanke kan fucking goed dansen. Ik kan ook fucking goed dansen. Ja? Echt waar? Ja. Kom, battle, alles. Ik doe het alleen maar. Gaat hij daar line dansen? Je bedoelt Riverdance, bedoel jij? Kut racist. Nee, we zaten daar in die club, we gingen daar op de Lepplazarus heen. Maar die club daar was altijd, van de buitenlanders die er waren, de Marokkanen die er waren, was de helft Amsterdam. En de andere helft waren allemaal Leidenaren altijd. En we gingen daar een keer heen en ik was daar met een grote groep jongens. En ik was bezopen. En ik zit daar... En dan ben jij fucking irritant als je bezopen ja, bent. Ja, ik ben fucking... Hij is bezopen. Als ik bezopen ben, ik heb een fucked up erop. Ja. Ik zit daar, dus er staan dus 2 matties van mij staan daar op een rijtje zo. Dus ik kom ze tegen, ik heb ze een tijdje gezien. Ik geef ze zo een zoom op de wang. Ik geef die ander ook zo een zoom op de wang. En die ander zat ernaast, weet ik veel. Ik zat in die flow. Ik pak hem ook, geef hem ook zo een zoom op zijn wang. Pre-corona, even voor de duidelijkheid. Hij zegt zo, die gozer staat zo. Hij zegt, hey, what the fuck? Dus dit, what the fuck doe je? Hij zegt, oh, sorry man, ik dacht dat je een mattie was. Dus op een gegeven moment hij begon een beetje opgefokt te doen, maar ik trainde toen ook. Kijk, zie je die armen nog? Je ziet wel dat je ooit traint. Je ziet dat je de schaduw was wat je ooit bent geweest. Ja. Somebody I used to know me. Maar dus op een gegeven moment, ik pak die gozer beet. Ik zeg, hey, Mattie, rustig. Weet je, dit, oh, je pakt een beet als een soort vredes. Nee, maar gewoon even rustig. Hij was al aan het escaleren. Ik pak hem zo beet. Ik zeg, yo. Ik dacht, What you gonna do, bitch? Om te deescaleren? Ja. Zou ik ook gedaan hebben. Dus op een gegeven moment, ik word eruit gegooid. Ik denk, oké, ik word eruit gegooid. Maar Mattie van mij, die had zijn auto daar staan. Die kon ik altijd een beetje open krijgen met mijn sleutel. Ik denk, weet je wat, ik ga daar lekker chillen. En bij de challenge zit op een industrieterrein. En die auto stond verderop in het industrieterrein. Weet je? En verderop in het industrieterrein minder lampen dan bij de discotheek heen. Dus ik loop zo. En op een gegeven moment hoor ik zo achter mij. Sjoef, daar is die. Daar is die flikker. Ik kijk achterom mij en ik zie 4 gasten komen achter me aanlopen. Ik dacht, fuck, wat ga ik nu doen? Ik denk, als ik nu die industrieterrein verder op ga lopen, grijpen ze me daar, maken ze me kapot. Terug naar het licht. Dus ik denk, ik ga terug de kant op, daar zijn uitsmijters, daar is licht. Dus ik denk, het enige wat ik ga doen is, ik zie die 4 gasten. Help, help! Nee, dat is niet rennen, wat ik deed. Rennen. Ik ging op ze afrennen. En ik rende op ze af. En ze stonden verstild. Wat de fuck is dit dan? En ik denk, weet je wat ik ga doen? Ik ga keihard schreeuwen. Ik gooi er 1 high kick in. En op dat moment komen de uitsmijters. En kasseer ik een paar klappen. Maar dan komen de uitsmijters komen elkaar redden. Weet je, dan krijg ik een paar tikjes. Prima.
Slim. Dat moment. Wow, ik ren op die gasten. Heat of the moment thinking, joh. Ik ren op dat. Beter dan een strijk. Ik ren op die gasten af. Ik ren op ze af. En ik had die gozer al uitgepikt die ik wou pakken. En ik ren op ze af. Wat gebeurde? Maar die gasten dachten, what the fuck is dit? Ze gingen uit elkaar ook. En ik denk op een gegeven moment, ik denk, ik kom nu op met die flying kick. Ik til mijn ene been op. En mijn stangbeen die glijdt weg. Oh. Ik kom. Hangen. Ik zit zo, paf, ik lig stil. En ze zijn 1 seconde lang even verbaasd. Waren ze even verbaasd. Oké, toen begonnen ze te schoppen daar. Prop, prop, paf, paf. Koppers, koppers. Ja, ik zat mijn hoofd in elkaar. Ze hebben me helemaal totaal losgeschopt. Ja? Toen kwamen die uit. Uiteindelijk is het wel gebeurd wat ik hoopte. Dat die uitsmaatjes kwamen en dat soort shit allemaal. Lekker op een gemakkie. Even de rest eraan. Mijn ribben gekneusd, alles. Oh, man. Ja, heftig. Maar dat is wel grappig wat je zegt. Want vroeger was dat zo. Als je kon bluffen, dan hoeft hij 9 van de 10 keer niet te vechten. Ja, nee, maar die challenge, dat gebeurde fuck, er waren de lijpas en die andere jongen, die ken hieruit. Nee, maar ik doe dat je op ze afrent. Even daarop, weet je, ze schrikken, snap je? Nee, maar zo was het vroeger, toch? Vroeger was het van, of jij was heel sterk, of jij kende de verkeerde mensen, begrijp je? Dat was het. Als jij stoer deed tegen een groep, dan schrok die groep, want die groep dacht, hij is gevaarlijk. Dat was ook altijd, altijd mijn move op straat om zijn toen ik op mijn bek werd geslagen. Ja. Stond ik daar gewoon zo bebloed. Toen dacht ze, oh nee, het is zo iemand. Nee, maar ik heb niks te verliezen. Ik vroeg een beetje aan Vespa, dus en ik was ook best wel afgetraind, dus die angst was nog een beetje gerechtvaardigd. Ja. Maar überhaupt was er angst toch? Ik weet vaak genoeg, ik heb op plekken gestaan. Maar hadden ze me verderop gepakt, was ik de lul. Dat was mijn talent. Ik was van onze groepen zeker niet de sterkste, maar ik was wel heel goed in doen alsof er allerlei gevaarlijke dingen gingen gebeuren als je bij mij voelt. Ja, maar dat is de Trump. Daar heeft Trump nooit oorlog gevoerd. Omdat ze van, hij is knettergek. Als we 1 ding fout doen, dan knalt er gewoon om de toonbom. Daarom deed hij als eerste, toen hij net president was, deed hij die mother of all bombs. En dan, fire and fury. Like you never seen before. Ja, gewoon bom en dan zo, oké. Dit hoef ik dus niet meer te doen, neem ik aan. Kwam ik op een van die nieuwe scholen. En er zat een gozer, die heet Frerk. Misschien hoort hij dit wel. Hij was toen al iets van 115 kilo zonder vet. Gewoon één fucking beest van de gozer. Maar ik had grote gouden oorbellen en een beetje een matje. En ik deed heel stoer. Dus hij was eigenlijk bang voor mij. Terwijl hij waarschijnlijk 10 van mij gewoon voor ontbijt kon opvreten. Weet je? Ja, maar de gekke, die wint altijd. Hè? Precies, maar nu later kwam hij dan achter dat het allemaal wel meeviel. En toen sloeg was hij dat in mijn nadeel. Ja, precies. Nee, maar mijn eerste comedy verhaal. Dat is ook gewoon echt gebeurd. Daar heb ik dus een soort van grapverhaal van gemaakt. En daar heb ik mijn eerste set van gemaakt. Maar dat was dat ik op Stratum Zijnd de kroeg uitliep om 4 uur s'nachts. Dat was al 4 uur s'nachts gaan al die kroegen simultaan gaan ze dicht. En dan gaat die straatverlichting aan. En die politiepaden die komen er ook gewoon aan in zo'n fucking lijpe sfeer. En iedereen komt gewoon naar buiten om te vechten of om te neuken. Dat is gewoon die sfeer, je ruikt gewoon die hormonen. En ik loop gewoon naar buiten en ik ben voor mijn doen niet super zat. En ik loop gewoon half tegen een chick op, tegen een arm. En ik wil gewoon naar haar toe draaien om te zeggen, sorry dat ik tegen je opliep. En zij zegt gewoon meteen, jij motherfucker! En gewoon meteen, flop, gewoon een klap. Gewoon vol op mijn muil. Gewoon zo. Gangsta! Ja, gewoon op dat zo'n middenplein van Stratum Zijnd, waar alles dan gebeurt. En zij zegt ook meteen, ik krijg 5 euro van jou voor mijn armbandje. Mijn armbandje is kapot. En ik kijk op de grond, dat is een elastiekje met dobbelstenen eraan, die is op de grond. En ik zei zo van, ja, je kan niet nu om geld, je hebt me net op mijn gezicht slaan, je kan of mijn gezicht slaan of geld krijgen. Je kan niet en niet de op reden, 5 de euro. De reden, kijk, dit slaan of geld. Ja, heel ook, simpel, okay, 2,50. Ja, ook gewoon ook sowieso die klap was 20 euro waard, dus ik krijg 15 euro van jou, bitch. Ja. Maar, dus die shit escaleert, dat was naast zo'n hip-hop tent. Toen komen zo'n groep donkere gasten gewoon in zo'n kring om ons heen. Die zitten ook van, oh yes, er wordt een dude in elkaar geslagen. Of er wordt gevocht, of er wordt gebreakdanced. Ja. Letterlijk. Maar die gasten zitten allemaal op mij in te fluisteren van, wow, pik je dat, sla het terug, sla het terug. Maar ze willen allemaal dat ik haar een tik uitdeel, zodat ze mij allemaal in elkaar kunnen slaan. Van, oh, sloeg een vrouw. Ja. En die vriendin van haar, die chick was helemaal zo, en een vriendin van haar die zo, Sandra, hij is het niet waard. Is dat Limburg? Ja, nee, dit is gewoon echt Brabants. En toen zei ze ook tegen mij, ik zal echt weglopen, het is helemaal gek hoor, het is helemaal gek. En ik stond de hele tijd van, oh, ik kende dit soort type vrouwen. Zo van, oh, dit gebeurt elk weekend. Ze komen elke keer ermee weg. Ja. Omdat de laws zo zijn. En ik zo, fuck, ik kan hier niet van weglopen. Maar smack the bitch. Ja, nee, ik moet slim zijn. Emanciperen, maar niet helemaal emanciperen, slim zijn. En ondertussen
komt een vriend van mij ertussen. Ze van, hey jongens, doe rustig aan, doe rustig aan. Slaat ze hem ook op zijn gezicht. Gewoon een fucking lieve vriend van mij. Ik heb een plas bloed in mijn mond. Echt? Gewoon omdat ze heeft echt mijn tanden zo half in mijn lip geslagen. Was gewoon een flinke klap. Gewoon een gebalde vuist op mijn mond. En toen dacht ik gewoon, fuck it. Gewoon bloed, zo flots. En iedereen zo, oh! AIDS, bitch, HIV! Ja, mijn punchline was, en ik heb ook nog HIV, what? Maar wat echt was gebeurd, was dat zij zo een beetje zo, en toen spuug ze nog één keer zo terug naar mij, en er kwam een beetje spuug op mijn gezicht hier zo, en ik denk zo, ja, meer! En toen dacht ze van, fuck, deze gast kan ik echt niks aanmaken. En toen, je hoorde ook nog zo half zo'n weird applaus van, oké, dat was weird. En toen gewoon... Ik had liever dat je had geslagen, maar ook... Ja, ik vind het jammer dat ik haar niet heb geslagen. Zo, dit was veel effectiever. Ja? Ja, man. Soms moet je gewoon het... Je moet maar sommige wijven komen... Sommige vrouwen doen dat soort shit omdat ze weten dat ze niet geslagen worden. Tuurlijk. Maar dit was veel erger voor haar. Want zij, haar formule is dat als iemand haar terugslaat, dat iemand anders haar weer helemaal... Die andere weer helemaal elkaar tikt. En dan wordt die battle voor haar overgenomen. Ik heb wel een keer een vrouw gehoekt. Gewoon echt een hoek gegeven. Oké, dat is dan interessant. Okay. Ja. Maar gewoon echt vol op de gezicht? Vol op de gezicht. Eén keer. Knock-out? Waarom? Ik was met een vriend van mij, waren we in de Nexus. Nexus is echt zo'n ballentent. Dat was de tent waar Armin van Buuren is begonnen met draaien. Zo. En dat is zo'n juppetent is dat, weet je. En, wat deze? Ik aan het einde van de avond, ik had die avond niet gedronken. Een mattie van mij had gedronken. Dus ik dronk die avond niet. En ik zat op het einde van de avond, ik zit even een beetje op die kruk, zat ik even een peukje te roken. Te wachten op die maat van mij, want die zat nog te ouwe hoeren met een chick. En ik wil een peukje opsteken, dus ik had geen vuurtje bij me. Dus ik vraag zo'n meisje van, hey, sorry, mag ik even, heb je misschien een vuurtje? Ik wil haar vragen. Ik tik haar zo aan. Dan zit ik zo, het begon zo doen, alsof ik haar mag gefuseren. Ik denk, oké, whatever. Ja, je was wel een beetje boos, hè? Niet liegen. Nee, ik was wel moe. Ja, ik was echt wel maar moe. Zoals vroeger toch? Sorry, je was wel een beetje boos. Als zij zo doet, heb je al meteen... Nee, ik was sowieso niet... Ik was sowieso nuchter. Ik was nuchter. Okay. Ik was chagrijnig, ik was naar huis, ik was moe. Okay. Maar ik zat te wachten op die maat van mij. Dus op een gegeven moment, ik zit daar op die kruk zo. Ik tik haar zo aan en zij wimpelt ze me zo af. Ik denk, oké, whatever. Fuck. Weet je, dan komen van die Oesgeestse juppen, van die Minerva-sletjes komen daar. Ik denk, whatever. Uiteindelijk komt ze naar me terug. Wat wij je vragen dan? Is er niks? Ik zei, nee, ik zei, joh, niks, dat is goed. Ik zei, joh, laat me met rust. Gaf ze me een platte hand. Heftig. En ik gaf haar toen mijn linker gewoon zo op haar gezicht. Zo. Ja, maar dat is gang. Ja, oké, okay, maar dat is one-upper. Oké, okay, je staat niet helemaal in je recht. Nee. Komt hier niet goed uit. Voor zo'n eentje op haar gezicht. Je had het beter kunnen plaveien met een soort subtiele leugen, maar je hebt daar gewoon... Je hebt daar gewoon, is ze dat neergegaan? Maar het is wel in Nee, ze was niet neergegaan. Het was een corrigerende hoek. Corrigerende hoek. Die ken ik niet. Het was een corrigerende hoek. Het was gewoon een eentje van, weet je, ik had haar een platte hand kunnen geven en was ze, maar ze moest het wel merken. Ik heb echt een, dat was ook wel heftig. Ik had een keer echt een crazy. Ik heb de hele tijd dit soort verhalen, want ik. Ja. Jij ook? Ik heb een heel rijtje. Maar let op deze. Nee. Ja, nee, maar ik had een keer een... Ik ben politiek juist. Politiek, hij is zo straat dat hij politiek juist zegt, in plaats van politiek correct. Ik ben politiek juist. Maar nog één deze en dan komt hij er nog slechter uit. Want let op. Nee. Want ik had een crazy vriendin, die was gewoon echt wel borderlinerig. En ik wist dat zij crazy was toen ik verkeer mee had. Want al die exen die werden gewoon knettergek van haar. Maar dat was een heel leuke, aantrekkelijke chick. Maar als ze dronken was, werd ze gewoon helemaal knettergek. En ik had haar een keer meegenomen naar vrienden in Amsterdam, naar een feestje. En toen fietsten we samen naar huis en toen was ze weer helemaal... Dan werd ze gewoon een soort van Mr. Hyde als ze dronken was. Gewoon giftig. En ik fiets naar huis en ik probeer... Zij had een appartement voor ons in Amsterdam gefixt. En zij wist sowieso niet meer waar ze was. Dus ik zat de weg te vinden, maar af en toe sloeg ik verkeerd af. En dan hoorde je... Steven, je weet helemaal niet waar je bent! Je weet helemaal niet waar je bent! En tussendoor ook nog gewoon PSV-liederen zingen door Amsterdam. Hey, PSV! Gewoon zo'n klein lief blond meisje. Ik mag er wel. Ze is een ultieme troll. Maar en op een gegeven moment kon ik het niet vinden. En dan ging ze ook gewoon... En ze had ook wel iets kankerigs. Want ze sloeg gewoon af bij jongens. En dan zo... Hey, weten jullie misschien waar we zijn? Een vriendje weet helemaal niet waar we zijn. Zo, ik stond zo van,
Tessa, kan hem mee. Oh, ik heb een naam erbij. Hoppakee, neem maar mee. En uiteindelijk, ik was zo gek van haar geworden op die fietstocht. Zei ik van, oké, ik ben nu helemaal lijp. Ik ben nu helemaal, ik trek dit niet meer. Ik ga nu bij een maat slapen. Jij slaapt hier. Gewoon, that's it. Oké. En toen deed ze opeens zo, oh nee, blijf nou. Gewoon, blijf gewoon gezellig slapen. Ik zei, oké, ik blijf hier nog even. Ik ga in de tuin een peukje roken. En ga ik even kijken wat ik ga doen. En ik ga naar het tuintje. Het was een beneden appartement. Ik zat in het binnenhofje. Met allemaal appartementen omheen. En opeens sta ik daar te roken. Opeens zo... Tsk, tsk, doet ze die deur op slot. Ik zeg, Tessa, wat de fuck doe je? En ik kan niet roepen. Ik kan niks doen. En zei, waarom doe je die deur niet open? En zij zo... Nee, ik ga die deur niet open doen. Want dan ga je mij slaan. Ik zo, ja, nu. Zo van, wow, dit is... Dan ga je mij slaan. Oh, je creëert gewoon een monster van mij. Oh, ja, zo fucked up. En dan gewoon omdat sommige, ik kan niet dit generaliseren, maar gewoon, zij wil dan gewoon zo over de scheef gaan, ja, dat er dan een klap wordt uitgedeeld, zodat het dan weer oké is, soort van. Weet je wel, want dan staan we weer gelijk of zo in haar fucked up daden. Als ik de hele tijd soort van Jesus ga uithangen, dan is zij opgestaan met een schuld. Hoe was de seks met haar? Heel heftig. Heel oké. Okay. Heel oké. Okay. Heel juist. Ja. Politiek juist. Ja. Maar goed. Ja. Jeroen. Nee. Moest schudden. Nee. Zij houdt ervan om af en toe geschud te worden. Nee. Als een kleine baby, ja. Nee, Jeroen, nee, je hebt er gewoon één. Dus als jij het nu niet vertelt, dan gaan wij gewoon iets simuleren waar jij dan een... Weet je nog die keer dat Jeroen een 14-jarig meisje in elkaar sloeg? Weet je dat nog? Ja, dat weet ik nog. Ja. Of misschien kun je het beter zelf vertellen. Ik had een keer... ik had nee, niet... vertel gewoon. Vertel gewoon jouw... Ik heb wel verschillende... Ik ben slecht, man, met die microfoon. Een vuist. Ja, sorry. Badder is ook niet helemaal perfect erin, hoor. Laat zo zeggen, hij gaat alvast op een nieuwe podcast droppen. Die komt zo meteen. Nieuwe podcast droppen. Met Dave Chappelle en... Precies. Laten we daarheen gaan, man. Nee. You smack the bitch. Weet je wat een beetje is? Dat wij waren vroeger gewoon altijd in groepen en daar gebeurde altijd van alles. Begrijp je dus... Verzachtende omstandigheden aan het creëren. Nee, mensen naar deze podcast luisteren. Dus komt nee, maar ik bedoel... Yes. Niet als ik er een paar hashtags in zet van vrouwengeweld. Nee, maar dit is geen verhaal, joh. Dit is geen verhaal, maar dit is... Wat willen jullie, man? Wat willen jullie? Jullie willen... Je hebt die chick op de oog gebost. Nee. Ik heb wel eens dat ik geslagen ben en dat ik... Terugsloeg. Gereageerd heb. Ja, maar ja, dat is... Nee, maar dat is... Oké, laten we het even neutraal maken. Wat is hiervan de oplossing? Want daar hebben we nog steeds geen universele oplossing voor. Van als een man door een vrouw wordt geslagen, wat mag je dan doen? Want nou, dat is wel interessant, hè? Als jij zegt, ik ben door een vrouw geslagen, dan is de vervolgvraag van een vrouw vaak, wat heb je gedaan? Ja, maar... Zo van, because you were in your wrong. En, nee, maar dat is... Ik heb ook relaties gehad met vrouwen die gewoon de grens niet opzochten, maar overgingen, om zo maar te noemen. Dus zoeken naar, laat zeggen, escalatie. Ja, zoals mijn verhaal. Ja, en ik heb dat die... nog in die zin veel, veel sterker mee. Ja, heb jij een nummer nog? Twee maanden. Ja. Nee, maar dat bestaat natuurlijk. En de vraag is, van dat zegt ze überhaupt. Als dus, laat zeggen, een man een vrouw slaat. En stelt, dat komt dan bij zorgverlening en dergelijke. Dan wordt toch dat helemaal uitgevraagd. Omdat het heel vaak is dat die man al lange tijd mentaal eigenlijk genakt is, waardoor die op een gegeven moment... Snakt. Ja, genakt, snapt, inderdaad. Ja, precies. Ja, knakt, ja, ja, ja. Maakt niet uit, lekker. Maar... Twist. Ja, maar ik heb bijvoorbeeld een relatie gehad. You put the K into nakt. Nee, maar ik heb wel een relatie gehad waar je gewoon merkte van... Dit is niet gezond, begrijp je? Telkens zo hard die grens opzoeken, zo hard, dat je dan al frustratie hebt en je bent ook wat jonger. Hè? Het heeft ook allemaal te maken met leeftijd. Ik bedoel, nu zijn de zaken natuurlijk allemaal wat anders, maar als je een jaar of 20 bent en elke keer die grens opzoeken, en als dan die woede er al is, ook scheppen bovenop. TV hard zetten, weet je, gewoon continu nakken. De tv te hard zetten. Ja, maar nee, niet te hard, terwijl je praat, snap je? Dus je hebt irritatie, je zegt, ik vind dit, dan gaat zij die tv hard zetten. Dan verdien je gewoon een schop. Luister, zet wel even zacht dan. Gewoon die dvd op pauze zetten, jongen. Verkeerde ondertiteling aanzetten. Verkeerde ondertiteling, dat is niet te doen. Maar gewoon eten, niet warm, hè? Lauw eten.
Gewoon slaan, direct. Nee, maar, maar je kent wel gewoon... Bam, je komt die, ja, ik snap, ik snap nu wel waarom je dit niet wilde vertellen. Ja. Want volgens mij is hij de bad guy hier. Ja, nee, nou... Ja, met de klootzak in het verhaal. Zet de tv te hard, eten was te koud. En, ja, precies. Maar dit was de jaren 90, jongens. Maar ik ging om met allemaal jongens en zo, ja. Dat was het ook normaal, zo, weet je. Nee, maar het is, ik denk dat... Je was jonger, ja. Als je jong bent, dan is het wel je ging om met Marokkanen. Dat sowieso. Nee, maar ik denk dat dat sowieso een ding is, toch? Ik bedoel, de verhalen die jullie vertellen, als je zo jong bent. Ik ben een heel ander mens geworden, eerlijk. Hè? Zonder dolle. Ik ben echt heel erg veranderd ten opzichte van mijn jeugd. In mijn jeugd was ik een veel minder juist persoon. Minder juist persoon dan dat ik nu ben. Maar wat zijn de regels omtrent het slaan van vrouwen? Gewoon niet doen. Maar... Ja, het probleem is dat als een vrouw jou slaat, dat je het als man zelden kan beamen met zelfverdediging. Omdat je die strijd over het algemeen altijd wint, zeg maar. Nee, dat maar het ding is, dat is ook geen rationeel ding. Een grote gast die een kleine gast slaat, weet je wel, dat is een beetje dezelfde verhouding. Is er een verschil tussen je... Kijk, ik heb bijvoorbeeld het idee, een verschil tussen bijvoorbeeld mijn relatie, als zij me een keer een platte hand geeft... Die ga ik niet slaan. Ik ga mijn relatie, ga ik mijn vriendin slaan. Ook al slaat ze mij. Je moet gewoon nooit slaan. Als een wildvreemde chick mij een klap geeft zonder iets, dan. Nee, maar sowieso. Een platte hand. Ook mijn relatie. Niemand geeft mij een platte hand. Wat gebeurt er dan? Nou, laat zo zeggen. Als ik een relatie. Oh mijn god, ik ga. Al haar spullen gooien. Ik weet niet waarheen, maar ik zie, als je me slaat... Materiële represailles. Ja, maar dat is het enige wat je kan doen. Als je... Ik word... Nee, ik kan choke a bitch. Maar zonder dolle, als jij wordt geslagen in je gezicht... Dat, voor mij is dat een ding. Dan is de relatie voorbij. Nee, maar ja? Mijn vriendin heeft mij wel eens een bitch heb gegeven. Maar toen zei ik ook van... Yo, dit moet je echt niet doen. Maar zij is ook van mening... Zij is eerder van mening ook gewoon... Dat je elkaar niet mentaal moet kwellen, maar je af en toe gewoon een uitlaatklep fysiek mag toelaten aan jezelf. In plaats van de hele tijd die mentale kwelling maar door laten gaan. Dat is weer mijn vriendin. En hoe zij is opgevoed. Ja. Een beetje gewoon van ja, en nou is klaar, tots. Ja. En bij mij is het gewoon eeuwig. Jij bent vrij relaxed, snap je? Kijk, maar ik ben wel fucking boos. En ik kan ook heel erg. Gewoon helemaal de hele zieke dingen zeggen, zeg maar. Oh, dus en wij zijn allemaal heel verbaal capabel mensen, dus wij kunnen het altijd winnen met door verbaal gewoon iemand te kwellen. En als die ene zich in een hoek gedrukt voelt, dan kan die een fysieke uitspatting hebben. Dus het zijn geen twee totale aparte werelden. Doe je dit omdat je vader niet van je houdt? Ja. Is dat het? Ja. Is dat vind je dat hard? Je vader haat jou, daarom denk je dat je niet dat doet. Nee, maar het is heel complex. Het is gewoon eigenlijk complex. Wil je vader slaan. Maar ja, maar deze podcast kun je niet knippen en plakken. En dan kun je elke conclusie uittrekken over hoe fucked up alles is. Ja, nee, maar ik vind wel... Kijk, ja, dat is wel dan. Ik denk dat het heel erg te maken heeft met wat voor persoon je bent. Want ik denk, wat jij tot nu toe verteld hebt, ben je wel iemand die op een bepaalde manier veel kan incasseren. Hè? Want je gaat niet snel slaan. En ik ga ook niet snel slaan. Maar ik ben bijvoorbeeld, ik was iemand met een kort lontje. Ja. En ik heb nu bijna 9 jaar een relatie met mijn vriendin. En zij heeft mij rustig gemaakt. Ja. Dus wij hebben echt in die zin een goede balans. Zij gaat ook nooit tot het punt dat ik heel erg boos zou worden. Ja, wat best misschien klinkt dat ongunstig, maar dat zit wel in me, temperament. En ik hou weer op een bepaalde manier, dus laat ze rekenen met haar. Dus er zit een soort van balans, weet je. Ja. En jouw vriendin doet dat, omdat ze weet... Ja, dat ze heeft maar 1 keer een tik uitgedeeld. Ja, precies. Zo. Maar die heeft wel een soort... Waar niemand iets heftigs uit hoeft te concluderen, maar dat af en toe gewoon een corrigerende tik als kind. En dat is ook maar. Ben je wel eens heb jij tikken gekregen van je ouders? Nee, nooit. Nee. Ik ben alleen met mijn moeder op. Dus je bent gewoon integer, je bent gewoon inherent slecht eigenlijk. Ik ben vrij slecht inherent, ja. Nee, maar ik zou mijn vriendin bijvoorbeeld nooit slaan, maar ik zou wel heel veel andere dingen in het huis slaan. Ja, maar ik ook. Dat is zonde, man. Hè? Maakt niet uit, nee. Je moet geen dingen waar je voor betaalt kapot slaan. Jawel. Ja, nee, dat heb ik ook. Maar ik kan zo boos. Ik kan echt... Ik ben heel relaxed door ik mijn shit verlies. En maar ik ben ook heel ongeduldig. Maar ik heb ook bijvoorbeeld nooit fysieke agressie gekend van mijn ouders. Maar wel de dreiging. En ook gewoon zieke, boze woede. En wel veel mind games. Die mental torture. Ik helemaal niet. Ik heb een heftig moment gehad dat ik...
Ik had gaten en gordijnen geknipt die mijn moeder net voor mij had gemaakt. En toen was ik zo betrapt en toen moest ik huilen. En toen mijn vader me zo voor de spiegel neergezet terwijl ik aan het huilen was. Serieus? Ja. En toen vertelde ik dit zo tussen neuslippen door aan mijn vriendin. En toen zei ze zo, dan kun je beter gewoon een paar klappen krijgen. Er is een spectrum van wat je zonder geweld kan doen en wat je met geweld kan doen. En soms is dat een klein beetje geweld minder erg dan... Maar ik lach daar achteraf om, weet je wel. Het is allemaal oké. Maar net zoals dat jij om tikken in je jeugd ook wel kan lachen. Gewoon, je kan het achteraf wel. Geven. Maar heel die discussie over een geweldloze wereld... is een veronderstelling dat wij een geweldloze jeugd hebben gehad. En een feilloze jeugd. En daarom worden al die discussies worden vaak gevoerd door mensen uit een heel warm nest. Of gewoon die weinig kunnen, geweld hebben gekregen. Ja. Of, en dan is het zo hypocriet. Weet je wel? Natuurlijk willen we allemaal... Wij moeten nu eigenlijk in de podcast zeggen... we leven liever in een wereld dat we geen klappen hoeven uit te delen. Of dat er geen klappen zijn überhaupt, toch? Ja. Maar die is er niet. En als je uit deze wereld, deze huidige wereld, alle geweld forceert, dan krijg je een nog engere wereld. Dan krijg je een soort equilibrium van absolute machten, van dat degenen die nu aan de macht zijn, die hoeven nooit bang te zijn van een onderdanen, want die kunnen geen fysiek geweld gebruiken. Ik beantwoord die al die lui die zeggen dat geweld nooit de oplossing is voor iets. Nee, want als je totaal machteloos bent, terrorisme is de wanhoopsdaad, de laatste wanhoopsdaad van iemand die zich onderdrukt voelt tot een zekere hoogte. En als er geen geweld was geweest, hadden die nazi's niet weg kunnen knuffelen. Nee, precies. Nee. Maar het gaat erom wie dan krijg je een soort jij-bakken van wie is er begonnen. Weet je wel, wie is er begonnen? De nazi's zijn begonnen. Daarvoor was alles helemaal koekenij in Europa, dat weet ik nog. Ja. Dat wel, maar... De Eerste Wereldoorlog, dat was gewoon knuffelen, toch? Ja. Nazi's zijn begonnen. Greppeltje. Nee, maar dat waren de Fransen en de Britten, maar die krijgen nu een shit. Mijn broeders in de banlieues, die zorgen daar wel voor. Maar... Kijk, ik mijn vind broeders wel... en zusters in de banlieues, what up? Maar laat eerlijk zijn, ik bedoel, geweld als zich is iets wat ik afkeur. He, dus ik bedoel, ik ben niet, ik hoop het nooit meer te gebruiken in mijn leven en ook nooit meer te ervaren. Nee, dat is niet fijn. Kijk, maar en ik denk en ook. En ik moet eerlijk zeggen, nog iets anders. Ik vind het van mezelf kwalijk als ik merk dat ik heel erg boos ben geworden. Begrijp je? Dat gebeurt nu zelden maar nog. Maar gaat het om boosheid? Het gaat niet per se om. Gewoon alle vormen van agressie zijn eigenlijk niet oké. Ja, precies. Okay. Agressie. Nee, maar agressie. Maar toch hebben we het ook nodig. We hebben het ook nog een soort uitmaken. Je zou alle. Als je creatief en fysiek jezelf voldoende uitdaagt, dan zal dat nooit agressie uit. Ik liep een keer in Utrecht, dat is echt een prachtig voorbeeld. Ik liep gewoon op een stuk waar je ook met de auto mag rijden, wat ik niet eens wist. En ik was aan het bellen met mijn kapper. En ik rijd daar en opeens word ik echt, word ik in één keer in mijn knieholtes gereden. Gewoon gereden met de auto, dus ik ga zo bam, zo achterover. En daar was een gast, die voelde zich heel stoer. En zijn vriendin ook. Zijn vriendin helemaal kankerlijen en dat. En koffie gooien. Maar ik was zo boos, dat ik direct... Hij stapte uit, maar ik ging direct rennen. Want ik dacht, ik was helemaal door het dolle. En hij stapte weer in en reed snel weg. Overigens weet ik niet of dat... wellicht had hij ook kunnen blijven staan en mij gewoon klappen kunnen geven. Want hij was vrij groot. Maar ik denk dat hij een kans had gehad. Maar waarschijnlijk voelde hij zich geïntimideerd, omdat ik echt fucking helemaal door het lint ging. Ja, maar waarschijnlijk toen, dacht hij van tevoren, oh, deze homo rijdt omver, want hij is gewoon aan het bellen met zijn kapper. Nou, precies. Ik wil uitgedund, maar niet super uitgedund. Alleen de puntjes. De zijkant een beetje. Maar wat voor gesprek was je met je kapper? Om een transplantatie te laten. Ja, maar wat voor gesprek had je met je kapper? Gewoon een afspraak maken. Maar de grap was dat... hij reed er weg en toen dacht ik daarna van, kijk, weet je, die reactie is raar, snap je? En welk doel dient het? Maar probeer je om ver te rijden. Jawel, maar het is ego, snap je? En dat stoort mij wel eraan, dat ik dat niet kan loslaten. Ik bedoel, er is niks gebeurd, man, weet je? Ik bedoel, ga gewoon aan de kant, zeg gewoon, hey, raar gozer, loop gewoon door. Waarom moet ik me gram halen? En dat vind ik wel lastig. Ja, anders ga je die Batman-vibe in, dan ben je daar eeuwig in verknocht. Ik heb jarenlang, weet je, ik was op middelbare school, heb je natuurlijk heel erg hiërarchie. Nou, je hebt op heel veel scholen gezeten, krijg je gewoon dat je in de hiërarchie sta je hoog, weet je. En je bent altijd met jongens. Alles kon geregeld worden met dat je vrienden had, begrijp je? Ja. Kom je met een groepje naar school, mensen deden stoer, deze niet meer stoer. Dat was het hele verhaal.
Toen gingen we opeens naar HBO. Op een gegeven moment zat ik op universiteit. Daar werkt het niet meer, snap je? En dat wist ik. Dan was het alleen maar mind games. Ik moest heel erg wennen eraan, weet je? Want ik wilde dingen oplossen met stoer doen. Begrijp je? Dan word je zo belachelijk gemaakt. Ja, snap je? Dus dat werkte niet. En toen kwam ik erachter van, ja, dit is een fucking domme wereld. En dat moet ik loslaten. Maar je merkt wel dat die temperament, die is niet zo makkelijk te beteugelen. Nee, maar die mensen hebben ook een temperament. Ja, maar die gaan irritant. Dat met snobisme en neerbuigendheid gaan ze dat ook weer doen. En dat is ook, dat doet net zoveel pijn als die klappen die je krijgt. Maar ik denk ook, zoals jij daarnet zei, wij zijn misschien wel wat makkelijker met onze bek. Dus je daarom, dat scheelt ook een hoop matpartijen. Zeker. Dat scheelt echt een hoop matpartijen. Begin dus niet. Gewoon intimideren. In het begin was te veel praten en dan een klap vangen. Maar toen was ik wel kleiner en 16 en zonder baard. En dat, Maar ik denk dat jij nu gewoon vrij stoer doet, dat veel mensen denken van oké, die Viking gaat me aanvallen. Ik ga gewoon meteen tussen dingen staan en zeg van, en dan sta je daar zonder angst en dan denken ze, oh ja, deze gast die staat ertussen en hij, het ziet eruit alsof hij het dagelijks meemaakt en dan vinden ze het ook heel eng, zeg maar. Of ja, eng. Zo moet je ook elke gevecht beginnen. Jongens, ik maak het elke dag mee. Precies. Maak me niet boven. Maak mijn hoofd niet heet. Ik heb dit niet nodig. Ik heb dit niet nodig. Nee, broer, ik ben niet de eerste vandaag. Ik zou het fijn vinden als ik dat helemaal los kan laten. Omdat het altijd ego is. Het is altijd van, je moet mij niet pushen tot dat punt. Ja, snap je? Je wil laten zien van, ik laat niet met me fokken. Snap je? Als je dit doet, zie je dadelijk koplampen, rijden, jij vliegen. Maar dat is wat je voelt of zo. Weet je? Dat zie je met jongens ook die vechtsporten doen. Ik heb met twee neefjes, die zitten bij karate en dat soort dingen allemaal. Die zijn best wel goed, ook een Nederlands kampioen geworden. Die zijn heel relaxed met hoe ze met shit omgaan en zo. Ook met voetballen en zo. Die mensen spelen ook voetbal. En soms is het af en toe altijd matten. En met één neefje bijvoorbeeld voor mij, dus jongens, hij speelt dan één leeftijd hoger. Hij speelt dan één leeftijd hoger, wat hij dan best wel goed is. Maar hij doet ook karate. En af en toe breekt er dan een matpartij uit. Hij is de relaxte van hun allemaal daar. Ja, ja, ja. Hij is allemaal de relaxte van, hé jongens, niet rustig gaan en dit en dat. Maar hij zegt ook tegen mij, soms zit hij dan ook, hij is 11. Soms zegt hij ook van, als ik iemand te stoer doe, pak ik hem ook beet. Zo zeg ik, hij is niet te stoer doen, hè. Ja. Ik had een vriend vroeger. Maar dat soort mensen heb je ook nodig. Ik had vroeger een vriend. De kalme autoriteit, weet je. Ja, maar ze hebben die zelfvertrouwen in zichzelf, van dat als er wat gebeurt, geef je een partikke lichtje, weet je. Al die stress hebben ze al helemaal niet. Ik had vroeger een vriend, die heette Bouw. Shout-out naar Bouw. Hij was meervoudig wereldkampioen Wushu Kung Fu. Omdat hij de enige was die het deed. Nee, nou, dat is juist niet, toch? Nee, meest behoevende tak van Kung Fu. Dus fucking heel China doet het. Okay. Ja? Maar die man, weet je, hij is net als Jet Li. Letterlijk, hè. Gewoon tegen muur oprennen, alles. Hij kon het. Dat is toch Jackie Chan? Jackie Chan. Ze lijken allemaal. Maar zoek het maar op. Bao Xianfei, echt een beest. Bao Xianfei? Ja? Oh, hij is Chinees. Ja, echt een beest. Hij is ook echt zonder dolle fucking vechtsportkampioen. En dan ging je met hem uit. En gewoon, ik weet nog een keer in Rotterdam, stonden gasten voor groen licht, stonden stil. Dus ik haal ze vier rechts in en ze trekken hard op. Wat betekent dat ik tegen de fucking stoep oprij, per ongeluk. Ja, natuurlijk per ongeluk, maar ze reed me klem. Dus mijn band was lek. Je wou de helft pijn. Ik was helemaal fucking boos. We zaten in de auto, ik en een vriend van mij, Marokkaanse jongen, heel slank, heel, weet je, niet echt intimiderend. Zij met vijf man, tering groot. Ja. Maar ik was heel boos, dus zij stopte uitstappen. En dan komt hij, heel kleine Chinese man, en hij gaat alleen gewoon zo staan. Hij staat gewoon voor ze. En iedereen weet gewoon, op een bepaalde manier, gewoon deze handen achter op zijn rug. Hij kan niets, weet je. En dat fokt je op. Ja, maar Chinezen of Aziaten hebben ook sowieso wel een beetje zo'n vibe. Pure rust. Ja, gewoon zo. En dan, lachen. Pure rust. Nee joh, dit. En hij zei ook vaak, ja, dit wil je niet. Gewoon rustig. En iedereen wist dan ook, dit wil ik niet. Dit wil ik niet, weet je. Hij is Aziatisch en rustig. Dit is gevaarlijk. Ja, maar dat is ook zo'n fucking gevaarlijk. Dat is gewoon racisme in je voordeel. Gewoon, ja, precies. Oh shit, hij kent een van de magische vechtkunst. Ja, maar dat is ook een ding dat je met vechten. Ik denk dat je eerder geneigd bent om te gaan vechten. Het moment omdat als je je bedreigd voelt. Denk je van, je voelt je bedreigd omdat je denkt, weet je wat, het is nu hij of ik. Ja, dan ga je precies sneller stappen. Maar als jij fucking goed bent en denkt, weet je, het is hij. Precies. Hij is het. Ja. Weet je, ik dus, is het niet in ieder geval. Ik ga het niet worden. Het is hij en ik hij. Ik heb dit precies zo meegemaakt vorig jaar in juni.
En, dit is een ik weet niet wie luistert allemaal naar die podcast, even tussendoor. We hebben al gewoon een uur lang de prachtigste verhalen over hoe we mensen neerhoeken. Ja, ja. Nou ja, behalve die van mij dan. Maar, ja. Maar ik heb gespuugd op die bitch, man. Ik, ik heb emancipatie opgelost. Maar nee, ik was naar huis aan het fietsen, naar een comedy show in Eindhoven. En fietsen van die jongens die dan waarschijnlijk net een diplomaatje hadden gehaald om in juni, weet je wel, voor het eerst helemaal voor God lossen op stap. En om 2 uur fietsen ze naar huis en allemaal schreeuwen naar alle huizen. En ik erg me er gewoon aan. Ik zo, hé jongens, hou even je muil dicht. Ze hebben een diploma gehad, man. Laat ze man. Ja, weet ik. Ik verzin ook maar dat ze een diploma hebben gehaald, weet ik veel. Je verzint verzachtende omstandigheden. Ja, zie je? Zo optimistisch ben ik. Maar in ieder geval, ik zei, jongens, doe gewoon lekker rustig. Het is allemaal prima, weet je wel. Gewoon even je bek houden. En toen fietste ik zo door en toen stond ik zo voor een rood stoplicht. En toen haalde ze me in en bleef ze zo schreeuwen. Hey, je gooit waf tegen ons. Hey. En toen bleef ik zo achter een fiets, zo 5 meter. Zo achter. En hij zei zo, ga gewoon weg. Fiets gewoon weg of zo. En ik zo, nee, ik blijf gewoon hier fietsen. Gewoon, ik hou jullie gewoon in de gaten. Zo. Peter, wacht eens aan. Nou ja, ze waren 17 of zo. Dus zo lekker waren ze niet. Nee, maar 3 van de jochies. Dat mag toch? 3 van de jochies. En toen fietste ik zo. En toen sloeg ik nog een beetje af. En toen schreeuwde ze nog iets. En toen fietste ik al alsnog weer achter. En zo, fuck Rob, je hoeft hier niet eens heen te fietsen. Ik zo, je moet gewoon je mouw houden. En zij voelde ook gewoon op een gegeven moment van, fuck, hij blijft echt lang achter ons aan fietsen. Zij dacht van, het is hij of ons, dachten zij gewoon. Even. Zij stappen allemaal van hun fiets af. Zo, ja, flikker op. En ik kon gewoon doorfietsen. Maar ik stapte dan ook al van, waar gaan jullie nou doen? En ja. Toen gingen ze allemaal op mij af. En eentje probeerde de hele tijd te trappen. En ik pakte zijn been en ik gooi hem zo terug. En ze probeerde hem te slaan. Ik sta gewoon zo, ja, waar ga je nou doen? En toen, maar het duurde. Ja, gewoon zo slaan in mijn hand. En de hele tijd zo wegduwen. Ja. En je ging ook op een gegeven moment zo links en rechts. Ja, maar zo ging het wel. Zo ging het serieus een beetje. Maar toen dacht ik ook, maar het duurde echt lang. Ik werd gewoon een beetje moe. En toen dacht ik ook van, als ik uitglijd, dan gaan ze gewoon met z'n 3 op mijn intro. Kan ik flikken. Dus ik dacht gewoon, kut. Oké, nu moet ik als, Steven, wat de fuck heb je nou gedaan met je domme hoofd? Gaan we gewoon weer op de fiets. Jij zat er ook te ver in. Ja, gewoon te veel micro. Te veel micro decisions. En ik zo op een gegeven moment wegfietsen. Ja, ik weet niet. Te geïnteresseerd in, ook gewoon een beetje zelfdestructie of zo. En toen ben ik op een gegeven moment op een fiets gesprongen. En toen het allerkutste was dat zij nog met z'n 2 zo achter me aanrenden. Waardoor ik ook nog door moest fietsen. Alsof ik zo. Waardoor zij al zoiets van, ja, we hebben de walvis weggejaagd. Weet je wel. Zo. Ja. En zo, kut. En toen keek ik naar mijn hand. Was heel mijn hand gewoon fucking opgezwollen. Had ik gewoon mijn middenhandsbeentje gebroken. Die zit nou een pin in. Dus ik zou twee weken later zou ik de Mont Ventoux op fietsen. Was heel mijn hand in het gips. Heb ik hier zo'n 2 pinnen in mijn hand. En ben ik gewoon zo. Dus heb je opgefokt? Ja, gewoon door zo de hele tijd mijn hand aan te slaan. Gewoon zo. Toen kreeg ik gewoon aan mijn hand. En jij was zo dronken dat je dacht dat. Ja, zo dom. Zo dom. Maar eigenlijk was je dus te rustig. Ja, ik was eigenlijk nog steeds te rustig. Want daardoor voelen ze de ruimte om dat te doen. Weet je, want waarschijnlijk was je fysiek een stuk groter. Je had ze meteen uit moeten schakelen. Dat ging ik nooit doen. Niet uitschakelen, in ieder geval de suggestie wekken dat je gaat uitschakelen. Nee, maar ik wil toch gewoon een beetje domineren zonder te domineren. Dat precies. Ontspannen domineren. Maar ja, uiteindelijk was je aan het fietsen en rennen zijn. Gewoon op je nek leggen. Ja. Dat is het mooiste. Dat je dan gaat fietsen, zij gaan rennen. En je weet gewoon van, kijk, ik moet nu iets harder fietsen. Want anders gaan ze van achter mij de hele tijd slaan en shit. Dus je gaat harder triest. Fietsen. En zij hebben maar ik zeg het wel gewoon eerlijk, ik ben gewoon heel triest afgetroefd. Ja, ze een young padawan. En ze hebben een zieke ego boost gekregen. Ja, we hebben fucking goed gast van 30 jaar, gewoon weg. Ja, ik was 3. Hey, en ze hebben elkaar high-fiven. Zij zit nu echt in de podcast dit verhaal te vertellen. Ja. Jongens, jullie hadden toch wel een beetje gelijk, maar die moesten wel gewoon je bek houden. Dus, ja. Toch een soort van slechte vader. Daar waren kinderen. Maar ja, dus dat is het hele ego-ding. Maar het is wel tof dat je inderdaad niet je ego liet prevaleren. Ja, maar wel een beetje dat ik tot dat punt. En toen. Nee, want ik ben gewoon. Ik was te veel mijn ego aan. Te veel mijn ego prevaleren. Maar ik wil ook nooit me door angst laten leiden. Dus ik was zo anti-angst aan lijn van ik blijf dit gewoon doen. Maar ik vind ook gewoon, ook met in die context van corona en shit, we zijn zo bezig met niet doodgaan, dat we niet meer kunnen leven. Maar is gewoon niet doorrijden, want je kan ook gewoon doorrijden, maar je gaat toch terug. Ben je dan niet bang om dan je trots te verliezen of zo? Ja, dus dat is het ook gewoon een beetje hoor. Dus je kan ook gewoon doorrijden. Maar dat is toch het hele probleem? Maar heel mijn probleem was dat die jongens gewoon het gevoel hadden dat ze alles konden maken. Precies, maar dat is het dus ook, dat is dat ego dingetje. Want bijvoorbeeld,
Ik ken een jongen, een hele goede kickboxer, B-klasse en dat soort dingen allemaal. En die vertelde mij een verhaal over dat hij met zijn vriendin aan het lopen was. En twee gasten viel hem de hele tijd lastig. Hij had dat op het moment, hij zei, ik kan ze nu helemaal elkaar gaan timmeren. Hij heeft zijn vriendin naar huis gebracht, is hij naar ze teruggegaan. Ook teruggaan. Laten we het er nu over hebben. Ja. Hij zei, naar ze teruggaan. Hij zei, ik ben nog niet naar ze teruggegaan om ze in elkaar te timmeren. Of voor iets anders. Ik zei, jongens, waarom doen jullie dit? Ja. Hij is gewoon naar ze toe gegaan, van, jongens, waarom doen jullie dit? Waar is het voor nodig? Zij dachten, ze willen met hem gaan vechten. Dus zij beginnen op een gegeven moment tegen hem te schreeuwen en dat soort dingen. Dus hij pakt er eentje beter, hij legt hem neer op de grond. En ze zei, ik ben hier niet teruggekomen om te gaan vechten. Hij zei, ik had ook gewoon kunnen blijven bij mijn vriendin. Maar ik ben hier terug, ik weet niet waar ik naartoe ga met het verhaal. Hij zei, maar ja, hij zat op een bepaalde dialoog openhouden van, jongens, dit is niet zonder consequenties. Snap je, waarom doe je dit? Waar ben je maar dat is het. Is gewoon echt. Maar ik zeg wel, als jij met twee mannen iemand aanvalt die met zijn vriendin is, voor mij, ik zeg, weet je, dat vind ik moeilijk. Ik merk dat ik nu al lichte irritatie voel. Want dat is iets waar ik heel moeilijk vind om rustig te blijven als ik alleen met mijn vriendin ben. Omdat dat is gewoon niet de code, snap je? Je weet, ook toen je jong was, één ding, ik ben met mijn vriendin. Luister, doe rustig, begrijp je? Je gaat niet met twee man, een jongen die met zijn vriendin is, dan ben je heel laag. Jeroen is duidelijk iemand die met een bakfiets met zijn kind te rennen iemand aan elkaar trekt. Ja, ik zat nu met een bakfiets neer. Je loopt gewoon met je vriendin en dan komen er twee mannen, dat vind ik heel, heel onsmakelijk. Mensen kunnen irritant zijn, man. Ja. Hey, maar over ego gesproken, dat vind ik interessant. Je ego ontkoppelen van je ego. Je ego die in de weg zit. Hoe groot invloed is dat op comedy. Ik heb gewerkt dat mijn ego me fucking dwars vindt dat comedy betreft. Heb je daar ook zo... Bij Amsterdam's Kleinkunstfestival zat ik in de voorronde, waar John de Crispijn ook erin zat en door is gegaan. Is dit pas? Ja? Nice. Dat was net voor die tweede lockdown. Ja. Dus was jij niet doen? Nee. Maar ik speelde ook heel slecht, want er was ook zo klein... Ik wil gewoon reactie van het publiek en ik wil daarop kunnen reageren. En daar moet je een beetje theatraal gewoon de stilte in lullen. Maar ik kreeg als reactie van, je stelt je te weinig kwetsbaar op. En, dat kan ik me goed voorstellen, ook bij mezelf. Ja, maar dat is het ingewikkelde. Wat was je grappig? Wat zei je? Was je grappig? Ja, mensen moesten wel lachen, maar daar gaat het niet alleen maar om. Als je in de kader van kunst of van cabaret of die zo. Die mensen moeten doodschieten die dat allemaal zeggen. Nee, want dat is ook wel een goed punt. Want dat heb je ook gewoon, dat is ook vet en dat vind ik ook jammer aan... En sommige dingen van Theo Maas en Hans Theo is dat er gewoon geen kwetsbaarheid in zit. Er zit twijfel in, maar er zit geen echte kwetsbaarheid in. Dat je zo'n successchild hebt, dat je... Ja, dus, ja, ik weet ook niet wat de oplossing is, maar die dat pijnlijke en dat kwetsbare van... Yo, ik heb dit meegemaakt dus, of zo. Of gewoon een pijnlijk verhaal. Ja, Hans Theo heeft in een van zijn laatste shows heeft hij opeens afgesloten met het feit dat hij... in een kraakpand in Weert als tiener, twintiger zat en speed in zijn arm spoot en zo. En dat hij hoorde opeens dat een van zijn maten uit die tijd was overleden. En dat hij dat gewoon vertelt, gewoon helemaal uitgekleed. Zeker in het context van zijn comedy is dat fucking kwetsbaar. Ja. Dat het ook helemaal geen joke is, maar dat geeft wel... Uiteindelijk investeer je ook in zo'n persoon als je naar al die shows gaat. Dus je wil ook gewoon diegene zien in al zijn emoties. Niet alleen maar lachen. En dat mag er ook tussen zitten. En het is niet, je hebt ook een plicht om mensen aan het lachen te krijgen. Maar we hebben ook een soort van dwang voor authenticiteit. Omdat alles zo vaak is geperformed en zo. Je wil ook gewoon weten wat die persoon ook echt van dingen vindt. En dan probeer maar is het belangrijker dan lachen? Nee, zeker niet. Maar het is, het is wel interessant. Reginald D. Hunter en zo'n podcast. Comedian podcast met Reginald D. Hunter. Die vertelt dan zijn verhaal. En dat is echt een goed verhaal voor elke beginnende comedian. Die zegt dat hij in Utrecht in het comedyhuis in Cargador speelt. Samen met Tony Woods. De inspirator van Dave Chappelle. Tony went to the coffee shop. En, pring. En die was fucking ziek. Tony Woods was die avond ziek. En Reginald die was toen nog een beginnende comedian. En die speelde wel toerend. En die speelde gewoon de sterren van de hemel. En dan kwam die Tony Woods op. Die was gewoon, die had koorts. En die deed iets met zijn armpje en iets met een ezel. En die melkte dat gewoon een half uur of drie kwartier uit. En Reginald was gewoon boos. Van ja, ik zit hier gewoon fucking strakke set. Iedereen lachen en die mensen zitten gewoon uit zijn hand te eten. What the fuck is dit? En zat een beetje boos. En toen kwam Tony zo langslopen na die set. Ze van, you get yourself a pen and paper. And we'll sit down in 5 minutes. And I'll explain to you what I just did. En dan vertelt hij hoe dat gesprek in. En dan zei van, before you funny, you interesting.
En dat vind ik gewoon eigenlijk is interessant zijn. Net zo, eigenlijk dat vind ik net zo belangrijk dan als funny. En Chappelle heeft het ook zulke dingen gezegd. Dave Chappelle had het over, die had het gezegd tegen Trevor Noah. Die speech, ja. Maar die speech, zoals Chappelle met veel dingen heeft gewoon van Tony Woods gehad. Hey, Tony Woods, ik ken Tony Woods nog van Comedy Factory, man, van vroeger. Ja. Tony went to the coffee shop. Ja, bring, dat kleine armpje. Fucking knetter op het podium. Maar ik vind dus wel gewoon dat je net zo goed interessant moet zijn als grappig moet zijn. Ja, maar dat is interessant zijn, jouw persona is de leidraad van jouw grappen. Klopt, maar mensen tenzij met een goed gevoel voor humor vertelt. Maar mensen met een goed gevoel voor humor zijn bij voorbaat interessant. Jimmy Carr is ziek professioneel, goede grappen, maar die laat niet echt per se iets los van zijn eigen persoonlijkheid. Die is alleen maar bezig met... Maar zijn persoonlijkheid is toch die posh guy? Dat lijkt wel gewoon een aanvulling van zijn grappen eerder dan andersom, zeg maar. Je grappen zouden een aanvulling moeten zijn van je persoonlijkheid, denk ik toch. Grappige mensen staan altijd in het middelpunt van de aandacht, ongeacht wat voor grappen ze maken of wat voor, het staan altijd in het middenpunt van de aandacht. Dus ze zijn bij voorbaat al interessant voor mensen om hun heen. Ja, maar je kan interessanter zijn, weet je wel. Je hoeft er tuurlijk, niet helemaal... Tuurlijk, ja. Maar het kan breder zijn dan alleen die grappen. Per persoon, dat is wat je bedoelt, maar toch? We hadden het net al over Jeroen Leenders bijvoorbeeld. Jeroen Leenders is... fucking interessant persoon, een interessante kijk op de wereld. Precies, maar dat is iets wat ik dan terugzie in zijn podcast. Jeroen Leenders, ik heb dat vaak tegen mensen gezien, hij is de... Het beste shit wat ik ooit live heb gezien. Ik heb alle goede comedians hier in Nederland heb ik live gezien. Ik heb Dave Chappelle live gezien. Ik heb Chris Rock live gezien. Ik heb ze allemaal gezien. Maar het allerbeste wat ik ooit live heb gezien is Jeroen Leenders. Hoe vaak heb je hem gezien dan? Want het is best wel een interessante claim. Ik heb hem een paar keer in de Tumor heb ik hem gezien. En ik heb hem ge-MC'd in een... was ik MC bij een gig. Waar moesten we op één avond moesten we meerdere keren moesten we optreden samen. Oké, cool. En... die shit die hij vertelt daarin, is per definitie iets interessants waarvan ik denk van oké, ik leer Jeroen Leenders dus nu beter kennen. Ja. Het enige wat ik weet is op dat moment dat Jeroen Leenders, zodra hij begint, hij brengt die lachsalvo, die lachdecibellen, brengt hij naar hier in de eerste minuut, in de eerste 10 seconden. En dat blijft het ook 20 minuten lang tot het einde van de avond. En zijn kijk op de wereld is... De kijk van bijna niemand, maar aan het einde van de avond heeft hij bijna iedereen ervan overtuigd dat het klopt. Ja. Ondanks dat ze het niet mee eens zijn. Maar die bits die ik heb van hem gezien is niet zoiets iets van wat me aan het denken heeft gezet. Het heeft me aan het lachen gezet. Maar als ik dan bijvoorbeeld verder uitpluis naar hem, als ik dan bijvoorbeeld luister naar de Jeroen Leenders experience, waarin hij de tijd neemt... Dat doet iets anders. Dan heeft hij voor zichzelf onderwerpen uitgekozen en dan gaat hij gewoon... live riffen op die onderwerpen. Ja, letterlijk ik zie dat dit inderdaad... Gewoon bijna een eenmans podcast in je eentje met publiek. En dan is het een interessante... Natuurlijk is het een interessante gozer als ik hem zo hoor. Toen komt die interessante shit naar boven. Ja. Het is niet op een gegeven moment dat ik hem dan op die podium zie... om dan terug te komen op de kwetsbaarheid. Het is niet dat ik denk, hij stelt zich heel kwetsbaar op hier of zo. Hij komt hier gewoon met hilarische shit. Ja. That's it. Ik zeg je eerlijk, die man is fucking geniaal. Ik hoop dat... Ik zou hem een keertje hier over de vloer willen hebben, man. Ik zei... Ik vraag het wel of die... Het is wel interessant. Je moet die gast gaan kijken, man. Het is... Nou, we gaan daar die Toomless set kijken. Die Theo Maassen zei toen bij Jinek, volgens mij... Theo Maassen zei bij Jinek, hij zei... Ik wil nooit na deze gozer optreden bij de Toomless. Nee. Die gast is... Hij is een comedian die ook gewoon... Niet alleen een comedian is. Ja, tof. Ik ben benieuwd, man. Ik heb dat zo hard lopen proberen na te bootsen. Jullie zitten veel dieper in die shit, joh. Ik heb zo weinig gezien. Ik weet de allereerste keer dat ik hem zag... Dat deed ik pas een jaartje comedy of zo. En toen dacht ik, deze gast is sick. Hoe lang doen jullie eigenlijk al comedy? Ik ben gewoon 2016 ben ik begonnen. Ik ben er 4 jaar nu. Oh ja, beide 4 jaar. Ja, wanneer ben je begonnen? In 2017. Ja, wat tof. Ja. Ik was mei 2016 was mijn eerste. Maar ik was echt al een zieke comedy nerd voordat ik comedy ging doen. Ja, precies. Dat heb ik helemaal. Ik heb heel mijn studie, ik heb 8 jaar lang gestudeerd zonder iets te halen. 1 studie cultuurwetenschap. Comedy. De cultuur ik kende geen enkele Nederlandse comedian toen ik was begonnen met comedy. Ik stond daar op een gegeven moment op het podium met Peter Pannenkoek en dat soort lui op een gegeven moment. En die zat op een gegeven moment te praten over... aan het einde van die... de comedy train. Ik kende de comedy train, had ik wel eens van gehoord. Dat je Mali zat erbij. En ik ken een meisje, een oud-klasgenoot van mij, Daphne, die werkte vroeger bij de... Die werkte... wat Evander nu doet bij de Comedy Train? Je koptelefoon kapot gemaakt? Nee. Wat Evander nu doet bij Comedy Train? Ja, dat deed zij. Dat deed Daphne.
En ik wist dat ze daar werkte, dus ik stuurde haar een keer een mailtje. Ik zei, ik wil een keertje comedy gaan doen. Dat is goed. Had ze een plekje voor me geregeld, dus ik ga daar naartoe. En ik had een bedrijfsuitje en ik was aan het zuipen. Zuipen. Ik kom daar helemaal lam. En ik hoorde open mic. Ik ken het concept open mic wel. En wie was daar? Ik ken alleen Gertijn Boersma, die ken ik vroeger, want ik werkte samen met hem. Hij komt ook uit Leiden of zo, toch? Hij komt ook uit Leiden, maar we werkten vroeger samen bij pokerwebsites. Oh ja. Dus we toerden langs Poker. Ze zijn toch gelinkt aan Rogier Kamerman. Dat is toch een soort moment. Ja, Rogier Kamerman kende ik niet. Maar we deden samen verslag van toen pokertoernooien door het hele land en zo. Okay, En ik kwam daar en ik wist dat toen al dat hij comedy deed. Ik dacht, oké, het is al comedy open mic. En die avond waren dus... volgens mij iedereen van de comedy train was daar. Alleen iedereen van de, als ze open mic waren, alleen de mensen van de comedy train toen. En ik en Felix... hoe heet die grote? Van den Berg. Nee, die ander uit Utrecht. Heesemans. Oh, Heesemans. En ja. Nog zo'n andere jongen waren de enige die niet van de comedy train waren. Wie waren het? Maar op een of andere reden toen waren we klaar. En toen hadden zij ze zo van, weet je wat, jullie komen jullie ook maar mee met die nabespreking of zo. Oh ja, leuk. Ik denk, dit is gewoon gezellig. We zijn klaar, weet je, dit zijn artists. Je hebt mensen. Toen ook open mic gedaan. Ik had toen ook open mic gedaan, maar ik wist dat hele concept niet. Ik kende geen Peter Pannenkoek, ik kende geen Kees van Amstel die daar was. Boera, Stefan Pop was er toen niet. Cindy was daar toen. Janneke de Bijl. De Bijl, ja. Allemaal van alles en nog wat. Maar ik wist niet dat die mensen van de comedy train waren. Ik wist helemaal niet. Maar die zitten allemaal door elkaar heen te praten. Peter Pannenkoek zit in mensen allemaal tips te geven. En ik zat door Peter Pannenkoek heen te tetteren. Ik zei, Peter Pannenkoek, ik moet deze grap moet je zo doen. Hij had eens zo'n grap over dat als je kennelijk als je mensen die kinderen nemen. Een kind van 0 tot 18 kost net zoveel als een Ferrari. Ja. Dus ik zei tegen hem, yo, wat je grappig zou zijn. Het zou grappig zijn als Ferrari dus gewoon condooms gaat lopen, condooms gaat maken voor mensen, zodat ze geen kinderen kunnen krijgen. Zodat ze daarna allemaal uit kunnen. Waar ging ik naartoe met het verhaal? Waar begon het verhaal over? Ja, gewoon over Toomler. Nee, dat begon het niet. Tips, be interesting. Waar hadden we het over? Ik weet niet meer. Ja, jij bent het verhaal begonnen. Ik vond het leuk om dit verhaal te vertellen. Ja, dat is toch gewoon... Maar als je dit gaat vragen aan het einde van het verhaal, dan ontkracht je meteen heel je verhaal. Ik vond het gewoon een boeiend verhaal. Ja, Jeroen was gaan pissen. Jeroen was gaan pissen en toch voel ik zit hem. De hele tijd door die hele vergadering, zit ik doorheen te tetteren. Zitten elkaar tips te geven en dat soort. Ik zit er doorheen te tetteren en iedereen zit aan te kijken. Wie is dit? Weet je, wat doet hij? We zaten onder bij de Hilton zaten wij. Wie doet deze gaf? Wat doet deze man hier dan? Toen kwam hij laatst niet eens aansluiten bij ons aan de tafel. Toen wij samen die op de markt deden. Toen had je geen zin om bij de tafel. Nee, ik had daar geen zin om te zitten. Waar? Bij Toomler. Wat dan? Ik had geen zin dat was jouw eerste gig in een half jaar. Maar vond je het ongemakkelijk? Wat? Om daar te gaan zitten? Nee, maar... Ja, het ging gewoon niet zo lekker. Je wilde gewoon weg toen. Nee, ik was open micer. Dus open mic zit altijd weg als het niet lekker gaat. Open mic zit daar niet op die plek, toch? Dus moet je weer dingen gaan uitleggen. Dus later kwam die chick naar me toe, Femke, die is daar nu ook weg. Ze zei, luister eens, een paar dingen moet je even goed begrijpen. Als je serieus bent met comedy... En ik weet nog, ik zit daar nog niet, Daphne die zit de hele tijd zo, fuck, dit is gewoon een klote. Ja. En ik heb fucked op dronk. Ja. En jij was haar plus één in principe. Als ik dronken ben, dan ben ik fucked up. Echt? Was hij haar plus één? Ja, in principe, jij was zat daar, omdat zij jou kende, een soort van. Als ik dronken ben, ben ik echt fucked up. Ja? Dus die Funke, die is daar toen die manager was van die alles, komt daar naar me toe en zegt, luister eens, als je serieus bent in deze comedywereld, dan moet je, je moet niet dronken komen, ja. En ten tweede, er is een hiërarchie in deze wereld, ja. Ik zeg, ja, oké. Je moet niet zomaar door mensen heen gaan tetteren. Ik zeg, ja, weet ik veel, ik ken deze mensen niet. Ik weet niet wie Peter Pannenkoek is. Moet minder jezelf zijn. Nee, maar kijk, één ding, hè. Dat zeg ik wel. Ik vind tetteren is natuurlijk bullshit. Moet je ook niet doen, door mensen heen. Maar ik vind ook hiërarchie... Kijk, ik vind ook... daar hou ik ook niet zo van. Begrijp je wat ik bedoel? Nee, maar als jij tevoren gewoon een maat had meegenomen... Nee, maar dat is een ander verhaal, precies. En hij doet fucking vervelend. Nee, maar we hebben een podcast hier. En hij zo, ja, ik ga gewoon daar zitten. En hij gaat de hele tijd, nee, dat is niet zo. Nee, dat is ja, fucking irritant. Dus er is altijd een hiërarchie. Nee, maar dat is logisch. Dat is logisch. En hij was die dronken gast in de hoek. Maar Peter Pannenkoek zei later wat dat hij me wel hilarisch vond. Top. Ja, dus uiteindelijk was het alleen maar plaatsvervangers die er eigenlijk niet eens was. Nee. Ja, maar achteraf zat ik me pas te bedenken. Later zat ik meer een beetje in die comedy. Ik dacht van, oh ja, oké. Okay. De comedy train is dit. Dus het is niet alleen Najib Amali. Nee, het is dus dit, bla 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 bla. Ja. Maar
Maar ik vind wel hiërarchie in algemene zin. Ik hou er niet zo van, begrijp je? Maar je moet wel je plek verdienen in een wereld waar die voor 70% gevuld is met debielen. Jawel, precies. Maar ik vind dat er alle reden is om altijd voor iedereen aandacht te hebben. Begrijp je? Ongeacht of je grappig bent of niet. Ja, maar ik hou daar niet van. Bij zo'n Toomler, anders als iedereen daar aan kan haken, dan krijg je ook van die fanboys die daar gaan zitten. Nee, maar dat is een ander verhaal en zo. Maar gewoon los van Toomler, gewoon in algemene zin. Ben je grappig, ben je niet grappig, maakt niet uit. Je bent allebei mensen, je kan wel praten. Je hoeft niet stoer te doen. Nee, daar hou ik niet van. Maar na zo'n Toomler show heb je gewoon een nabeschouwing van de kom. Ja, dat weet ik. Heb je geen zin om iemand van A tot Z alles uit te leggen wat er eigenlijk aan de hand is, weet je wel? Dus ja. Het is meer van shut the fuck, dude, ik ben hier net... Maar dat is los van hiërarchie, toch? Dat staat los van hiërarchie. Nee, maar dat is me wel bijgebleven, dat er wel een soort van hiërarchie... Maar het was meer van... Ik denk, ik kom hier op een open mic en ik kom hier gewoon... dat soort dingen. Jij was gewoon lam. Ik was zwaar lam. Snap je? En dat is het probleem. Als jij lam bent, dan ga je gewoon terug naar fucked up zijn. Of je bent helemaal hyped omdat je zo'n nieuwe bent. Maar het is wel zo. Ja, je moet altijd onthouden. Ook gewoon als je lange comedy doet. Er komt zo'n jonkie bij en die stelt allemaal heel veel vragen. Dan moet je gewoon altijd gewoon geïnteresseerd reageren. En niet allemaal tof doen omdat je dat gesprek al 20 keer hebt gehad of zo. Nee, maar überhaupt, weet je, ik bedoel, los van... Maar comedy is nog ingewikkelder, omdat je heel vaak van die nieuwe krijgt, die dan, hoe vond je het? Maar die willen dan ook, die zijn ook niet overal toe bereid om alles aan te horen. Dus dan heb je ook al snel zoiets van, ja, ik kan beter niet zeggen wat ik ervan vind, weet je wel. Nee, of, precies. Dan of, je moet een standaard, of je moet een standaard verhaaltje van blijf in jezelf investeren, bla bla bla. En dat is meestal ook zo'n reactie die je krijgt als je begint met comedy, als je aan zo'n grote jongen vraagt van... Wat vind je ervan? Nee, precies. Dat snap ik inderdaad ook. Maar het is wel... mensen voelen zich snel te tof voor dingen. Precies, dat is een ander ding. Daar hou ik niet van. Weet je, ongeacht waar je ook staat, wat je ook doet... hoeveel je verdient of hoe succesvol je binnen de comedy bent of waar dan ook. Doe niet te tof. Snap je? Er zijn maar geen reden voor. Ja, maar die fucking goede comedians die doen ook nooit zo tof. Nee. Die ervaring heb ik helemaal niet hoor. Altijd moet ik zeggen. De gasten aardig. Die het meest tof doen zijn altijd de gasten die het gewoon mediocre net zijn. Weet je. Krijg altijd alweer die heb je dan weer van die lui die allemaal komen vertellen wat je allemaal wel of niet moet gaan doen. Wat ik heb gemerkt, het verschil tussen een goede comedian en slecht. Ik merk het aan de feedback die je krijgt van iemand. En je merkt het aan de... Zodra iemand naar je toe komt en die zegt tegen jou van, deze grap moet je niet doen. Dit is een slechte grap. Als een slechte grap is een slechte grap. Maar als iemand zegt, dit soort grappen moet je niet doen of dat soort dingen. Dan heb ik meteen al zoiets van, joh, oké. Van jou ga ik niet heel veel comedy adviezen, zou ik niet willen aannemen. Nee. Maar zodra iemand naar jou toe komt om te zeggen van, joh, wat wil je daar eigenlijk mee gaan zeggen? Wat bedoel je daar eigenlijk mee? Waarom zeg je dat? Weet je, waar komt het vandaan? Dan merk je al heel snel een andere benadering. Dan krijg je al betere commentaar. Ja. Dat is wel vind het ook wel intrigerend. Ik heb wel met mensen gesproken. Ik doe het natuurlijk nog niet lang. Maar ik heb met mensen gesproken die mij feedback gaven. En dat ik me heel sterk afvraag van... Wil jij graag... In de vriezer liggen nog wat, volgens mij. Wil jij graag iets zeggen... Of heb je echt kennis? Begrijp je wat ik bedoel? Dat is wat ik wel eens merk. Hè? Dat je in conversatie raakt. Ze geven feedback en dan denk ik, oké, maar waar stoel je het op? Begrijp je? Ik bedoel, wie ben jij? Hè, is dit omdat je daadwerkelijk weet hoe de fuck shit werkt? Of praat je gewoon? En ik denk dat een veel voorkomend iets is. Dat comedians gewoon praten. Ja. Ze willen iets zeggen. Maar ze kunnen eigenlijk niet echt uitleggen waarom iets wel of niet goed is. En als je dat niet kan, in mijn opinie, kun je beter niet praten. Nee, klopt. En ik denk ook... Ze moeten allemaal ons bek houden. Ja, jij zeker. Hoe lang doe je dit nou, Jeroen? Nee, maar... Goeie vraag. Lastig gezegd met corona natuurlijk. Eerste set was... Maar ik had... Ik deed het ongeveer een jaar eigenlijk. Wat is het mooiste moment van jouw comedy carrière? Wat is het winnen van die prijs? CTA sowieso. Winnen van CTA? Ja, kijk. Ja. Nou, eigenlijk, weet je wat ik vooral heel mooi vond? Maar misschien heb ik het vorige keer al verteld. Die finale was voorbij, althans iedereen had gespeeld. En toen was er dus nog pauze voordat de winnaars werden uitgeroepen. En toen liep ik gewoon door het publiek. En er kwamen heel veel mensen naar me toe die fucking enthousiast waren. En zeiden van, hey, was fucking tof. Dat is best altijd... Had ik de finale kunnen... Dat vond ik wel leuk, ja. Had ik de finale kunnen winnen, joh? Zeker.
Ja, zeker, tuurlijk. Had jij dan had gekund. Halve finale lag. Halve finale had je sowieso kunnen winnen. En finale. Kijk, wat ik vorige keer al zei, ik ben gewoon realistisch. Weet je, bedoel, het is onder andere streep altijd zo van hoe speel jij, hoe speelt de ander. En heel veel mensen kunnen zoiets winnen, denk ik. Hè? Zeker die naar dat einde toe komen. Maar comedy hoort ook gewoon niet bij winnen. Het is ook eigenlijk best wel bullshit. Het moment van de die, dag. Al die wedstrijd elementen. Ja. Dat is alleen maar een soort verdienmodel. Precies. Om mensen hun beste... Ja. Dat ze hun beste maar, kijk, er zitten natuurlijk mensen tussen die die finale niet kunnen winnen. Ik bedoel, ik zal niet doen alsof ik helemaal geen eer toekom. Maar er zitten ook heel veel mensen tussen die het wel kunnen winnen. Weet je, het is inderdaad een momentopname. En nou ja, weet je, ik speelde inderdaad voor mijn doen gewoon best wel lekker. Ja, man. En dat vond het publiek ook. Maar dat was voor mij wel een heel tof moment, tuurlijk. 300 man in die zaal en ik liep er doorheen. Allemaal vrouwen ook naar me toe. Lekker, foto's, hè? Alles. Ik denk, lekker, hey, hè? Ik ben heel goed. De keer daarna was ik heel slecht. Ja. De keer daarna speelde ik ook meteen echt best wel kut. Het was zo van, ja, nee. Ja. Dus, 300 man is wel stuk. Ja, dat is wel echt de kunst is om altijd op die flow te blijven houden. Dat is het, ja. Dat is het. Maar ik heb daar heel veel moeite mee, omdat ik altijd merk dat... Je bent toch gewoon veel te... Als je nu al stabiel zou spelen, dan ben je al eigenlijk aan je max. Ja, nee, dat snap ik wel. Maar wat ik merk is dat je een soort van altijd... Ik moet altijd in die soort van energieke modus zitten en scheid hebben. Een soort van 200% modus of zo. Iets voor mij is dat nodig. En toevallig de keer daarna had ik iets georganiseerd in Gouda. Daar kwam Grisha ook spelen, Chris en Renier Meijer. En toen ging ik zelf vrij matig. Dat was heel jammer. Het kwam vrij veel bekend ook. En, ja, dat ja. Zij denken en, dat je slecht bent. Nee, maar het kut is dat je daar dan... voor mij was het daar dat ik dan iets wat minder energie had of zo. Begrijp je? Komt er dan wat meer druk bij kijken, omdat je ook nog met andere dingen bezig bent? Met organiseren? Ja, misschien, maar ook gewoon van... Kijk, grappen zijn alleen leuk als je ze echt leeft of zo. Weet je, als je echt kan leven dat ding gaande is. Ja, terwijl als je ze vertelt... allemaal kunnen herkouwen. Dat gevoel van het constant herkouwen van die noodzaak, dat is de skill die je moet hebben. Zo, want daardoor wordt het bij mij dof, weet je, dat ik het gewoon vertel. En dat ik zelf ook denk van, ja, zo grappig is het niet, weet je. Dat... Ja, zo, nou, deze ken ik al. Dat je het zelf al hebt van, daar gaan we weer. Okay. Echt leuk vind ik het niet, maar ik zal hem even vertellen, weet je. Dat vind ik wel lastig, ja. Dat, ja? Ja, dat is een dieptepunt. Ja. Dat is een kut ervaring, man. Nou, ik moet wel zeggen, ik heb vrij dikke huid. Dus in die zin, wil doodgaan. Ik denk dat sommige mensen daar meer last van hebben dan ik. Ik heb er niet heel veel last van. Ik vind het vrij komisch ook. Maar ik moet wel zeggen, ja. Achteraf is alles hilarisch. Nee, maar ook op het moment moet ik er vaak om lachen. Hè? Het is gewoon heel grappig als je grappen maakt en niemand lacht. Weet je, dat is natuurlijk, ja, ik vind dat een heel komisch beeld. En dat zie ik dan ook voor me. Maar ik had slechtste ervaring. Tering, wat is. Ja, er zijn natuurlijk plekken waar je ongemakkelijk voelt. Heel expliciet kan ik die niet noemen. Ik weet wel dat ik een keer in Den Haag heb gespeeld in de Buddha Bar. Dat is een eettentje waar je gewoon. Kut. Ja, waar je gewoon eten komt halen. Ja. En daar kom je niet voor comedy. Misschien ga je er even op aan een klein tafeltje iets eten, maar that's it. Toen gingen wij daar spelen. Het was licht. Dus gewoon overdag. Opeens ging degene die het georganiseerd had, liep naar voren. Die had haar eigen geluidsinstallatietje bij zich. De mensen die er zaten wisten niet dat het kwam. Hadden ook niks betaald. En toen moest ik openen. En toen was het van, ja, en hier is de eerste comedian. En dat was gewoon van, ja, dit gaat niet werken, man. Weet je? En dat 8 comedians gingen daar ook dood. En voor mij, ja, wat ik toen heel interessant vond, is dat Chris toen afsloot. Ik kende hem overigens verder niet. Maar diegene die dat had georganiseerd, die introduceerde hem als een legende. Weet je, van, ja, hij is heel goed, 19 jaar comedian. En ik zat in het publiek, ik dacht, hé, dat is echt kut voor hem, want hij gaat ook dood, snap je? Chris is een legende, man. Precies, nee, maar hij gaat sowieso dood, want er ging net 8 man dood. Niemand kan hier spelen. En hij speelde heel fucking goed. En toen, dat vond ik best wel intrigerend dat hij dat kon. Hij is die kut plekken, weet je, die... fucking kutplekken, weet hij op een of andere manier. Ja, weet die past hij... bij zijn wereldbeeld. Hij gaat ervan uit dat niemand in hem geïnteresseerd is, zeg maar. Dat is een beetje zijn uitgangspunt. Yo, hij heeft wel hij heeft wel... Daar is hij echt een iets, beest in. Hij is echt een beest. Als een soort van positieve vibe in de kamer hangt, dan wil hij die volgens mij eerst kapot maken dat hij gaat beginnen. Ja, maar dat vinden mensen dan hilarisch. Ja, zeker. Ja. Dat vinden mensen dan hilarisch. Dat is een beetje maar die Bill Burr-stijl. Hij heeft fuck wel... Fuck you guys. I'm going to continue this. Liberty Bell. Ja.
Maar ik vond dat echt fucking hij boeiend. Hij heeft skills, man. Die man heeft echt skills. Want ik had echt verwacht. Ik vond het ook kut voor hem, weet je. Ik baalde voor hem dat hij zo werd geïntroduceerd. Want hij ik dacht, veel, ja, maar hij heeft veel hij gaat dood. Hij heeft 19 jaar, dus niks vergeleken met... Nee, dat is zo. Maar ik bedoel, ik had niet verwacht dat het kon. En het kon blijkbaar wel. En dat vond ik wel heel interessant. Ik heb een keer met hem opgetreden in Eindhoven voor 4 man. Voor Raymond Hopkins? Nee, voor een andere gozer. Met 4 man. Hij en ik 2. Ik heb zijn voorprogramma zijn eigenlijk met 4 man. Oh, en Pat P. In die, Nee. Dus een tijdje. Je had Roger? Ja. Roger had een compagnon, die Molukse gozer. Oké, ja, die ken ik niet, maar ik ken dus Roger op een gegeven moment wel. Ging ze uit elkaar of zoiets. Dus die gozer ging zelf wat organiseren in Eindhoven. Oké. Toen had hij Chris, hij had 1 keer wat gedaan. Had hij Chris gevraagd en... Waar was het dan? En wat voor plek was het? Als je dat gerecht hebt... Ja. Weet je waar Eva ook organiseert? Dat was op Stratum's Eind dus. Ja, bij Stratum's Eind daar. En dan is het bij een soort van pleintje zit ook bij naast ja, dat is waar die vrouw mij op mijn bek sloeg. Ja. Dat pleintje, ja. Waar je ook zo'n kippen snackbar hebt. Ja. Daarnaast daar had je zo'n soort verkochte bar had je daar. Oké. Okay. Bekend voor? Oké, ja, die had je ook. Okay. Je hebt daar zo'n snackbar op de hoek zitten. Die loopt over die hele hoek, die snackbar. Ja, de hoek, ja. De hete hoek. Bij de kerk. Maar ja, boeien. Okay, je hebt die ongrondse garage heb je dan. En dan Oh, ja. Onder die ABN gebouw waar jij ook zat. Oh, bij de cocktailbar. Ja. Snap je? Dus daar... Fuck ja. Ja, ik weet het gewoon niet. Maar... Ik denk, ga ik het Eindhoven uit. Ik denk, wauw, ik ben goed in shit beschrijven van 3 jaar geleden. Ja, ik denk, mijn memory ik vind het zo goed beschreven. Ik denk, mijn geheugen laat me niet in de steek. Maar het was in ieder geval geen plek voor comedy. Het waren 4 mensen. Maar de 4 mensen, het ging helemaal slecht. Ja, 4 mensen kregen geen comedy meer doen. Hij wel. Ja. Ja. Maar ja. Dat is wel heel tof. Hij wel. Dat is ook leerzaam, vind ik. Weet je, ik bedoel, ongeacht iedereen heeft zijn eigen mening over allerlei comedians. Ik vind trouwens best wel aardig, heel erg aardig gozer trouwens. Maar ik heb ook geen slecht verleden met hem. Hè? Ook geen slechte ervaringen. Ik vind het echt een tof gozer. En hij is ik vind het ook... Comedy. Alles en iedereen die wat artistieks doet, vind ik dat hij bij voorbaat... een steekje los moet hebben in zijn hoofd. Dat hij kuren moet hebben. Dat hij gekke shit moet doen. En dat hij lijp moet zijn. Uitbundig. Extravagant. Het maakt je niet uit. Volgens mij valt het dus wel mee. Volgens mij, ik ben nu... Dat is ook al mijn mening. Maar ik ben nu... The artist's way. Nee, het is niet dat het een eis moet zijn. Nee, maar als het gebeurt... Zo, ja. Maar als het gebeurt, het moet er wel in zitten. Weet je? Ik weet dat jij misschien... Misschien hou jij het in toom. Hou jij het onder controle. Maar... Ja, ik ben een onderdrukker, maar... Nee, man, ik vind hem... Maar ik ga niet... Snap je? Ik net al stuurde, alleenstaande hooligan. Ik vind hem best wel een bijzonder type, hoor. Veel vind je mij een hooligan? Nou ja, ik vind gewoon heel grappig... Een emotionele hooligan. Nee, maar ik moest echt in die hoofd... Emotionele hooligan? Ja, toen had ik ook een zwart t-shirt aan met korte mouwen. Normaal toon ik mijn armen niet, want dan denk ik wel een beetje zo... Een beetje onzeker over je armen, zeg. Nee, maar dan zie ik er te lijp uit. Deze guns, deze guns, die passen niet eens hier doorheen, jongen. Ja, deze niet. Waarom ben ik mijn armen aan het laten? Tegen jou niet meer getreden. Ik hou ze maar. Maar ik zie dan, ik vind dat ik ik had net mijn haar gemillimeterd ook. En dan met een zwart t-shirtje. En dan vond ik er zelf ook gewoon te lijp uitzien. Want ik wil juist niet meteen zo lijper uitzien, maar juist... lijp woorden in mijn set. Maar trek jij niet meer die pak aan? Ik vond dat ja, wel... Ja, trek wel eens een pak ik heb een keer wel goed geroost met die pak van je. Ja, dat is een pedofiele natuurkundeleraar. Ja. Ik vond dat dus heel grappig en ook best wel... Dat een goede avond was dat, man. Ja, bijzonder, dat was een hele avondje was dat. Bijzondere stijl, weet je? Heel veel energie. En best wel bijzonder. Steven is authentiek, man. Ja, ik hou ervan. Helemaal opkomen, springen, alles, druk doen. Ik vind het relaxed. Ik sta er gewoon aan, ja. Ik probeer er ook een beetje mee te... Nee, maar kijk, weet je wat het is? Dan heb je 8 of 10 minuten of zo. Nee, maar wat ik bij jou wel had, het moment dat je ziet, je weet meteen wel meteen... Ik zie meteen of iemand grappig is, ja of nee. Ik heb 2 woorden met iemand nodig, dan weet ik of iemand grappig is, ja of nee. Dat weet ik meteen. En ik weet ook meteen of iemand fake aan het doen is of niet. Ik kan ook op het podium. Niet grappig, noem eens een paar namen. Ik kan een hoop namen noemen, maar dat ga ik niet doen. Maar je hebt ook mensen die zo ongrappig het podium opkomen en het alsnog naar een hand weten te zetten. En dat is ook heel vet. Nee, los van het opkomen, maar als ik met iemand aan het oude moeder ben. Of als ik met iemand aan het praten ben, dan weet je gewoon of iemand grappig is. Of nee. Maar is dat ook niet een beetje het interessante ook?
Want ik vind dat mensen die te snel grappig doen, die zijn alweer niet te grappig. Van die nee, je hoeft nog niet eens. Je hoeft nog niet eens. Gertijn Boersma bijvoorbeeld. Gertijn Boersma, daar werkte ik bijvoorbeeld jaren mee. Met, het is een hele, het is een gozer die heel erg in zichzelf is. Ja. Hij praat niet zoveel en dat soort dingen. Maar als je, af, shit, toe, als je af en toe met hem praat, die een paar dingen, weet je, deze gast heeft het gevoel voor humor. Dus het hoeft nog niet eens dat iemand grappig aan het doen is. Het gaat meer, je merkt het aan de kleine dingen. Bepaalde reacties of bepaalde dingen. Dan merk je gewoon of iemand grappig is. Ja. Wat me wel opvalt is dat comedians veel lullen, man. Maar god, joh. Nee, maar gewoon ook hier zo. Overal, joh. Het ja, gaat als gek, joh. Ja, het zou een fucked up concept zijn. Ja. Dat nee, maar echt. Heb je, is je nooit opgevallen? Gewoon in de comedy dat je met een paar staat. Dat je zo. Praten wel lekker veel, hoor, hier iedereen. Ja, nou, ja maar ja? Zo zijn mijn vrienden ook. Ik ja, kom niet tussen mijn eigen vrienden, zeg maar. Dus, ja, precies. Nee, ja, kijk, ik ben zelf in die zin ook iemand die best wel veel spreekt. Maar tering zeg, hey, ja, je hoeft niet, het is echt vijf man bij elkaar. Ja, maar het is ook meteen zo'n battle tussen. Van wie kan het woord tot zich nemen, zeg maar. En houden, ja. Ja, ja dat is wel het is gewoon echt een apenkooi. Ik was er vroeger beter in. Tegenwoordig laat ik mensen uitspreken, werkt niet, man. Nee. Ja, maar ik moet er weer doorheen geschreven. Voor mij was het ook echt confronterend. Ook de eerste keer dat ik een podcast deed, dat ik ook te veel door mensen aan het lullen was en zo. En dan als je dat terugluistert, denk ik van, jezus man. En kies eens een keer je woorden. Je hoeft niet de hele tijd iets te zeggen, gewoon om iets te zeggen. Ja, precies. Je moet een podcast, praat veel, maar je zegt weinig. Je moet een podcast opnemen met G van Zeventer. Shout-out naar G van Zeventer. Die is van Knockout, van toch? Van de Knockout komt ik van ja. De Reuterpuppies en zo. Ik heb nooit zien spelen, volgens mij. Die gast is fucking funny. Maar met hem in een podcast zitten, met hem in een auto zitten, ergens naartoe, is de meest hilarische shit wat je meemaakt. Want die gast tettert. Ik ben laatst van Eindhoven naar Maastricht gereden met Hassan en Jeroen en een chick in de auto. En dat was ook echt alleen maar madness de hele tijd. Gewoon, ja. Ja, gewoon te veel comedians bij elkaar. Eigenlijk moet je gewoon één comedian hebben en dan de rest normale ja. Mensen. Comedians zijn snel geneigd om elkaar te gaan battelen. Ja. Ja, het is wel heel irritant. Oh, man. Maar vooral ook in die internationale cultuur waarbij niemand gewoon even zegt van oké, nou je moet je bek houden, dat is saai. Nee. Zeg maar. Daar is het alleen maar, oh ja, we zijn allemaal beleefd en oh leuk, ja? Alles wat, ja, het is wel, daarom heb ik echt een behoefte aan die Nederlandse eerlijkheid. Zo van, hey, oké, yo, nou moet je echt je mel houden. Gewoon een beetje die dreiging van dat je gewoon een keer afgerekend ja. Kan worden. Ja, precies. Want als iedereen gewoon onvoorwaardelijk gewoon maar leuk kan blijven doen. Het houdt je scherp ook. Ja, zeker. En daarom is zo'n hiërarchie, zo'n apenrots ook gewoon goed voor je uiteindelijk. Wat is jouw hoogtepunt in de comedy? Ja, gewoon qua 500 man toch in Paradiso? 1500 man. Oh, die foto was vet, maar je had die foto laten zien. Dat was een fucking vette foto. Ja, dat was wel fucking vet. Maar ik... Het ging, ik hoorde ook, laatst zat ik in de trein met iemand, of ook een beetje jammer, zo'n oude studiegenoot, die zei, ja, ik zat aan het publiek, man. En ik zei, ja, wat vond je van? Hij zo, ja, ik zag je wel struggelen, maar hij had natuurlijk ook helemaal niet de perceptie van Steven van Open Mics en Comedyavond dan daar. Hij zei, want als ik daar gewoon voor een random persoon het goed zou doen, dan was ik gewoon Bill Burr geweest, een opening. Maar ik wist, vanuit mijn vrienden weet ik gewoon, ik deed het en het ging gewoon oké, binnen de marge dat het oké ging. Maar ik was ook gewoon gewoon een containerschip aan het besturen van mensen die nog binnenkwamen en bier aan bestellen waren en niet voor mij kwamen. Maar ik kreeg gewoon de voorkant mee, maar ik kon niet gewoon die 1500 man meekrijgen. Nee. En volgens mij ging het gewoon best oké. En vooral die opening was lijp. Want daar had ik zoveel nachtmerrie zo van, hoe de fuck open? Ik zo van, yo, ik ben niet die dude waar iedereen voor gekomen is. Ik sta op de post, maar niemand weet wie ik ben. Dus hoe de fuck open ik daar? En ik deed gewoon een beetje crowd interaction. En ik dacht, ik ga beginnen. Ik ga ooit zeggen dat ik eerst ben. Dus eerst vraag ik waar iedereen vandaan komt. Where is everybody from? En dan allemaal verschillende dingen. Ik zo, diversity. En dan zo, who's British? who's British? En dan, hey, give them passports. Gewoon heel goedkoop. En dan, who's American? En dan... eens een chick, meteen vooraan. Ik zei, oh, the girl in the front row with the purple hair, of course. Want er was gewoon zo'n chick met paars haar, een beetje lachen. En toen hoorde ik uit het publiek, we're from Wales. We're from, ik zei, oh, you're from Wales? Nobody cares. En toen moest iedereen lachen. En toen dacht ik, oh, en toen zag ik mij een beetje zo van, oké. Kan je los iets? Ja, van oké, ik heb een reden om hier te staan. En toen ging ik mijn set doen en dan was gewoon een beetje frikken en vegen. En dat was fucking vet. Maar kort daarna mocht ik voor 150 man een Club Hauk spelen openen voor Sean McLachlan. Die heeft geopend voor Bill Burr bij die opnames in Royal Albert Hall. Okay. En voor Ricky Gervais, fucking grote naam. En ik mocht voor hem openen in Club Hauk.
En dat was fucking... En dat, was, en dat voelde gewoon als thuiskomen naar die fucking grote show. En toen zei die, kwam hij na die show ook naar me toe van... Oh, die ene grap van de gender reveal party grap. Fuck, ik had die willen schrijven. Kwam die gewoon, kwam een volle prof naar me toe van... Oh, die had ik willen schrijven. Gewoon. Dan ben je goed. Ja. Dat is lekker als iemand ja, zo naar je toe komt. Dat is zo'n simpele grap. Ja, ja. Ken je die grap? Volgens mij... Dat ik uitgenodigd ben voor de gender reveal party. Ik wist niet wat het was. Ik ging naartoe. Ik had mijn lul in mijn broek. Was blijkbaar niet de bedoeling. Ik heb hem verzaken, maar ben ik vergeten. Maar ik heb hem laatst nog ergens... Ik heb die grap laatst... Heb jij hem laatst op Facebook gezet? Ja, nee, weet ik niet. Ik heb hem laatst ergens gelezen, vrij recent. Maar het kan ook gewoon zijn dat ondertussen iemand hem gewoon heeft... Dat zijn die mooie momenten als iemand... Wat ik een keertje heel vet vond... Ik speelde in Rotterdam, speelde ik. Bert Keurentjes. Ja? Ja, Bert Keurentjes. Oh, nee, ja. Doet hij zijn grap? Ja. Nou Bert, ik heb hem al anderhalf jaar. Als jij hem niet eerder hebt geschreven, dan moet je hem schrappen. Hij doet pas een week of niet. Als ik nu zijn naam gewoon... Nee, ik heb Rob Schepers. Ik heb met Rob Schepers in de line-up gestaan. Dat is best een... Die... Is een Belg toch? Nee, dat is een Eindhoven. Of hij komt uit een Brabander. Dat is een tomprater bij de carnaval shows. Maar die verkoopt gewoon vier keer parktheater uit als hij in Eindhoven speelt. Dat is echt zo'n Brabants comedian. En ik deed een show met hem. En toen deed ik die grap. En toen zei ja, Steven had het nog over gender reveal party. En toen deed hij een grap. Heeft hij sowieso zelf geschreven. Maar had in een WhatsApp groep dat hij dan een dickpic stuurde. Ja, maar hij deed gewoon na mijn grap, deed hij gewoon alsnog een soort van vergelijkbare grap. En oh, hij is ook van Padoen Pats. Ja. Hij is fucking goede one-liners. Maar hij deed wel gewoon een hele vergelijkbare grap. Ik heb samen met hem gespeeld in... Ja. is ook zo. Ja, ik heb samen met hem gespeeld in Helmond. Ja, hij is fucking goed. Ja. Maar hij is altijd een beetje in overigens, die... Ik moet het even checken hoor, maar je noemt natuurlijk al snel Bert Keurentjes omdat hij 10 grappen per dag op social media op Facebook zet. Dat, uiteindelijk denk ik dat hij alle grappen heeft gemaakt. Nee, volg hem niet? Nee? Ja, hij, Bert Keurentjes? Ja, hij heeft ik hem één keer gezien. Maar dus een grap die het jammer is dat die grap zo simpel is dat iemand anders hem ook kan precies, schrijven. Je kan hem bedenken, ja. Maar ja. Ik heb mensen ik al beef over... heb gehad om een zwarte pietengrap in Marokkaan. Ik heb al twee Marokkaanse comedians die ik had. Wat dan? Hassan. Ga je er weer op in? Het verhaal tussen mij en Hassan is, en dat moet ik toegeven, is iets wat ik zelf heb opgeblazen. Ja, zoals je heel vaak doet. Nee, ik heb het verhaal tussen mij en Hassan heb ik zelf bewust ook op dat moment opgeblazen over... maar hij heeft er zelf ook nog een handje mee gehad. Want Hassan, die... Waar gaat het eigenlijk over? Ja, maar hoe gaan we dit helemaal oprakelen? Gewoon heel die kijk, ik moet een keertje gewoon dit verhaal moet ik gewoon een keertje even zeggen. Oké, hij beschuldigde Hassan van een grap jatten die hij had over Zwarte Piet en Marokkanen. Ja, okay. Ik maak een grap over Zwarte Piet en Marokkanen dat ik hartstikke blij ben met de Zwarte Piet discussie. Precies. Want tijdens de Zwarte Piet discussie is Zwart Nederland zo boos op Wit Nederland dat niemand nog tijd heeft om boos te zijn op lichtgetint Nederland. Weet je? Ja. Dat is dan een beetje die strekking van die joke. En ik had daar een hele shit nog omheen over Zwarte Piet discussie. En Hassan was toen de tijd bezig ook met een bit over Zwarte Piet. En hij had mij nog opgebeld om mij te zeggen van... Oké, ik ga deze jokes doen. Zitten we niet in mekaars... Ik ben die veroorzaker van die beef. Ik heb het helemaal zelf laten... Dat is escaleren. Escaleren, mijn schuld. Ja. 100%. En... wat was dat? Dus hij had mij opgebeld om te zeggen van, ik ga deze jokes maken over Zwarte Piet. Zitten we niet in mekaars vaarwater? Oké, is goed, weet je. Dus wat gebeurde er op een gegeven moment? Ik was een beetje boos geworden op Hassan. Om iets heel kleins en onbenulligs. Ik had ook een podcast hier met mij opgenomen. Ik probeerde toen een beetje mijn podcast een beetje te promoten en te vergroten en dat soort shit. Dus ik vroeg hem toen een tijd, deel hem even op je Facebook en dat soort dingen. En dan, weet je, voor mijn promotie. Hij zei, nee, dat doe ik niet, blablabla. Ik voelde me op mijn pikje getrapt. Ik voelde me op een pikje getrapt. Okay. Maar hij was er toch? Huh? Was hij er? En hij wilde hem niet delen? Ja, weet je, inderdaad. Zoals de rest, hij zei, ik deel geen podcast en dat soort dingen allemaal. Prima, maar wel interessant. Prima, nu achteraf denk ik van, oké, prima. Maar op dat moment, ik voelde me op mijn pik getrapt. En ik... ik ga deze afspraak leeg maken. En ik dacht van zo, oké, is dat wat we gaan doen? Dus ik begon toen... Ik begon hem te trollen. Ik begon hem te irriteren. Ik begon hem onder zijn huid te zitten. En ik begon hem gewoon vervelend te doen. Ik vind trollen ook gewoon zo'n makkelijk woord voor dat je gewoon was gewoon een lul aan het zijn. Ja, je vindt trollen makkelijk voor dat je troll is een kaboutertje. Ik was een eikel. Kutlul aan het zijn. Ik was een eikel aan het zijn. Ja. Ik was een eikel trollen. Aan het zijn. Trollen, was dus lekker aan trollen.
Dus op een dag zat ik op Instagram en hij had wat op Instagram gepost van, yo, je kan toch op Instagram kun je toch van die vragen stellen en dat soort shit. Ja, ja, ja. Dus ik zat daar van die vragen te stellen, te insinueren alsof dat een verkaasde Nederlander was en dat soort shit allemaal. Ja. Weet je, dat soort shit. Dus ik zat gewoon onder zijn huid te zitten en toen werd hij boos. Yo, dit en dat, fuck jou, weet je wat, ik blokkeer je, dat soort dingen. Groot gelijk had ik al. Ik dacht bij mezelf, dat had je al jaren geleden moeten doen. Precies die dag daarna komt er van hem een radio interview met Radio 1 of zo, of dat soort dingen allemaal. En toen hadden ze het over en toen deed hij die zwarte pietenbit van hem. Hij deed hem, maar er werd hem wat gevraagd over de zwarte piet discussie. Toen zei hij, het enige wat ze, het was niet dat hij mijn bit deed. Hij reageerde alleen van, ja, wij worden dan met rust gelaten, weet je? Ja, ja. En dat was gewoon een reactie, het was niet dat hij mijn bit deed, het was gewoon mijn reactie. Het kan ook een spontane opmerking zijn. Weet je, het was gewoon een slip of the tongue van hem op dat moment. Ja, het was nog ineens dat hij mijn bit deed. Nee. En ik dacht van, ja, die ben je van mij. die ben je van mij. En ik begon daar, en ik stuurde, en het enige wat ik toen deed, nu klinkt het alsof ik aan het bagatelliseren ben wat ik deed. Ik stuurde toen, bij Comedy Huis had dat dingetje gedeeld, en toen had ik eronder gezet. Oh, leuk, origineel man, die grap over dat Marokkanen met rust worden gelaten en dat soort dingen allemaal. Ja. En toen ging ik werken. Het gebeurde die shit werd opgenomen om 5 uur in de ochtend of zo. En ik was op werk om 7 uur en ik schreef het op en ik kom thuis. En dan zat bij alle comedians, had hij een hele bit gepost, shit gepost over... Luister eens, Badder, dat beweerde ik grappen van hem niet had. Badder is niks meer dan een troll. En dit 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 en dit. Al die frustraties bij hem kwamen eruit dat ik hem al de hele tijd liep te irriteren, kwamen er bij hem op dat moment uit. Ja. En toen gingen andere mensen zich ook mee bemoeien en dat soort dingen. Toen ging ik met hem, ging ik er ook gewoon verder op in. En toen sindsdien is het nooit meer goed gekomen. Nee. Dus maar eigenlijk wil je gewoon zeggen van, hey, ik was best wel relaxed en dat hij daar zo op reageerde is wel verdedigbaar. Nee, ik heb een tijdje geleden heb ik nog tegen gezegd. Ja, dat wilde je eigenlijk zeggen. Ja, maar hij zegt nu nee, maar hij zegt. Nee, ik heb een tijdje geleden. Nee. Ik heb een tijdje geleden had ik een bericht gestuurd op Instagram. Ik zei, bro, luister eens, dit en dit en dit en dit, sorry. Mijn schuld. Bye, dus je zegt eigenlijk ja. Maar dat is toch. Nee, dat is moeilijk om je te zeggen. Maar ik zei tegen luister eens, het was me, weet je. Ja. Dus het is dat. Mijn excuses daarvoor. Mooi. Respect, ja. Oftewel, niet trollen. Niet zo fucking trollen. Want in het echt had je het niet zo gedaan. Jawel, ik ben wel als ik een real life bedoel. Ja, maar in real life doe je het en dan is er meteen een weerwoord waardoor het nooit zo fucking escaleert. Ja. Als jij echt iets dieps hebt, dan moet je niet zo, net zoals dat hij dat misschien ook, hij had misschien ook niet met dezelfde middelen hetzelfde moeten doen. Mensen moeten niet zo fucking... Moeten elkaar gewoon even bellen. Ja, en elkaar naar ogen kijken. Ja, maar weet je wat ook is? Hassan zat te relaxed tegen mij. Ja, sowieso. Volgens mij is fucking aardig gozer. Hij was altijd heel relaxed tegen mij. Ja. Ik was degene op een gegeven moment... maar andere mensen begonnen zich er ook mee te bemoeien. Die stonden dat toen aan mijn kant. Zo van ja, dit is wel inderdaad een verhaal, grap van Badr en dat soort dingen allemaal. En dat is Joe Rogan kwam nog veel op. Maar dat is wel iets wat hem nog steeds dwars heeft gezeten. Omdat het is wel dat is ook het kut, hè? Snap je? Als er iets, precies, er wordt iets neergelegd, dan blijft het aan je hangen. Het bleef aan hem hangen van dat hij zogenaamd die graf van mij had. Maar die graf volgens mij heb ik nog een comment onder jouw shit gezet van... misschien moet je een keer niet alleen maar Marokkanen grappen maken die andere Marokkanen van je kunnen jatten. Ja. leuk. What did you expect? Sowieso. En had ik nog wel beter schrijven gewoon een grap over Ieren, want dat is er maar één van. Precies. En dan komt hij naar je toe, hij zal je nooit slaan, maar hij komt wel als een beest op je af. Dat wel. Ja, fly, high kick. Hij komt nu achter je aan, Mattie, als je naar je weg gaat. Maar Badder komt achter hem aan, dan doet hij een high kick en dan glijdt hij uit. Maar dan is het wel intimiderend. Precies. Mooi man, wat er allemaal gebeurt. Ja, maar dat was wel. Ik had toen met hem er. Toen hij zei hij mag me nog steeds niet, laten we daarvoor zeggen. Dus ik dacht achteraf dat ik was wel fucking ver gegaan. Ja, nee, wat. Ja. Mensen kunnen wel een beetje. Mensen hebben het recht om een beetje diep te. Maar ik bedoel, in principe, met andere woorden zeg je toch gewoon van luister, ik had dat misschien anders moeten doen. En dat is cool. Weet je wat ik is? Kijk, ik heb mijn excuus aan hem geboden, dat soort shit. Ja. Maar het is niet per definitie als ik mijn excuus aanbied. Hoeft niet per se te betekenen dat iemand ze hoeft te accepteren. Nee, dat is waar. Maar en ik denk als ik in zijn schoenen had gezeten, had ik het ook niet geaccepteerd. Nee, oké. Maar ik vind wel tijd Onze Marokkanen kennende. Ja, hè, dat is het hele probleem. Gewoon veel vrok. Dus dat is het verhaal van Hassan. Ik hoop dat het ook wereld is. Dus dat was wel... Eer. Maar ja, ik bedoel, ik zou nu ook Bert Keurentjes...
helemaal kunnen fileren hier. Nee, maar ik moet wel even zeggen, even een disclaimer. Ik bedoel, nu ben ik Los daarvan, hij is nog nooit bij een show van mij geweest. Iedereen kan die grap verzinnen. Nee, daarom. Sowieso. En ik moet wel zeggen, even, ik bedoel, hij is wel actief, man. Hij doet wel zijn best. Op social media wel, ja. Zeker. Nee, ja, maar leuk. Ja, maar je kan de hele tijd overal comments onderzetten. Nee, maar ik vind dat best wel interessant. Over wie hebben we het? Bert. Hij doet nog niet zo lang, maar hij is wel fucking actief op Facebook. En ja, maar wie heeft nou iets op aan activiteit op Facebook? Ik bedoel, ook op het podium is hij heel actief, laat het zo zeggen. Oké, maar ik vind wel gewoon... Ja, maar je hoeft niet de hele tijd overal op te reageren alsof je super lang in de biz zit. Nee. Dat is de hiërarchie. Leuk. Weet je wat dat is? Maar hij post... Ja. Nee, misschien is dat zo, inderdaad. Maar hij post gewoon, ook veel... Ja, dat komt natuurlijk ook door de lockdown. Is dat niet een soort van geldingsdrang? Dat heeft mij in mijn begin... Als dat nu... heb je ook gewoon te veel gedaan. Je hebt meer gemanifesteerd op social media dan in het echt. Dat en is mijn gewoon comedy is uiteindelijk, vooral stand-up comedy, moet je gewoon echt show spelen. En daar je plek verdienen en dat mensen jou kennen. En niet dat mensen jou via Twitter of weet ik veel wat leren kennen. Maar dat ook is... gewoon even praten, weet je. Want dat begrijp ik niet. Kijk, met jou en Rogier, hè? Laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, jullie hadden ook even wat gesprekjes online. Ja, maar zij zijn allebei van de domme manier van praten. Maar ik vind gewoon wel gewoon, snap je? Als je kijk, ik vind prima als iemand tof doet over mij. Ik moet eerlijk zeggen, ik kan me niet voorstellen dat het me ooit raakt. Maar stel dat het zo is, dan bel ik je gewoon. Weet je, zeg je luister, hoezo stuur je dit ding man? Mijn probleem was, toen ik was begonnen met comedy, ik dacht oprecht, I'm God gifts to comedy. Weet je, ik ben het helemaal. Nu komt, jongens. Hij was te vroeg gepiekt. Nu komt. Jeroen is ook te vroeg gepiekt. Ik ben klaar. Ja, nu komt de man helemaal. En ik wou op een gegeven moment... er is een simpele regel is daar. Hey, yo, ben je grappig, laat het zien. Maar ik wou grappig gevonden worden zonder het te laten zien. Dat heeft me wel uiteindelijk opgebroken. Want ik heb uiteindelijk nu nog steeds, volgens mij, heb ik heel lang die imago van de troll van die irritante man gehad. Maar de grap is... Ik opgebroken uiteindelijk, weet je. Ik ken je niet zo lang natuurlijk. En ik moet zeggen, voor iedereen die denkt dat hij een troll is... Heel aardig gozer, joh, die bodden, joh. Huh? Nee, maar de laatste twee jaar ben ik wel... Jammer dat hij zo'n troll is. Wat? Ik heb al twee keer heerlijke pasta hier gegeten. Hij zorgt goed voor zijn gasten. Zo. Echt waar. Nee, maar het is wel... Voor Bert Keuritjes, als je luistert, je moet wel opletten van hoe je je gedraagt op social media. Het heeft mij opgebroken, want ik denk in principe... Als ik mij gewoon normaal had gedragen, dan was ik nu veel verder geweest. Ja, maar dan gaan we vanaf nu doen, toch? Nee, ik ben er mee bezig. Nee, maar voor iemand als Bert is het wel zo van... controleer gewoon... Of je hebt die grap al gemaakt. Nee, daar gaat het helemaal niet over. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over... Nee, dat is prima. Nogmaals, ik weet het niet zeker. Nee, maar ook gewoon is het zo. Jezus. Dan maakt het helemaal geen reet uit. Dan moet ik maar een originele grap verzinnen. Maar het gaat er gewoon om dat je niet de hele tijd zo een gesprek naar je toe aantrekken te bent. Aanwezig zijn. Ja, te aanwezig zijn. Ja, klinkt heel paradoxaal in de comedywereld, maar... Social media is zo van, verdien ik gewoon een beetje... Shut the fuck up. Ja, ook ja. Shut the fuck up. Kijk en luister in het begin vooral. Dat is toch gewoon sowieso de beste tip die je geeft. Gewoon, ga naar... dat is altijd de tip van pros. Ga naar comedy shows, ga naar open mics. Kijk je ogen uit. Als je zelf niet speelt, kijk je ogen uit. Kijk hoe het allemaal gaat. En ga niet meteen gewoon denken van... Oh, ik ben hier 100% een onderdeel van. Maar dat is geen, maar sowieso. We zijn geen buurthuis. Dat is ook een ding. Al lijkt het verdacht veel op een buurthuis. Maar dat is het hiërarchieverhaal vanaf het begin. Nee, maar dat is ook gewoon normaal. Snap je? Kijk, ik heb dingen in het leven waar ik kennis van heb. Daar praat ik over. En als ik comedy doe, ongeacht of ik hier en daar een keer goed ga... Je zal mij na een optreden of na andermans optreden nooit op hem afzien stappen en zeggen dit en dat moet je anders doen. Weet je, luister, ik praat pas als ik daadwerkelijk weet dat ik ook iets te zeggen heb. Ja, dat is de truc. Ja. Het is ook dat ding. Ik vond bijvoorbeeld zelf ook dat ik overal recht op had. Jawel, maar jij was gewoon een klein beetje, hoe doe je dat? Ik vond ik overal recht op had. Jij had nog te veel last van ego waar we het eerder over hadden. Snap je? Gewoon straatmentaliteit, weet je? Hè, doe je nou stoer tegen mij? Oké, dan ga ik je kapot maken. Snap je? Dat is een beetje de modus. Ja. Toch? En daar ben je nu, heb je minder last van, denk ik. Of anderen hebben er minder last van. Nee. Ik heb uiteindelijk wel... als ik ga kijken... Van de jongens met wie ik ben begonnen... Diezelfde periode als ik zijn begonnen... Wie zijn dat dan? Die slimmer zijn... Jannik of zo? Die het slimmer hebben aangepakt dan ik.
kijken dan. Ik had veel verder kunnen zijn dan ik nu ben in principe. Want ik ben nu in principe... Sorry, telkens heel gericht in de microfoon boeren en daarna... Ja, sorry. Ik ben blij dat je sowieso iets in de microfoon loopt te doen. Want ik moet de hele tijd tegen jou zeggen, yo, vuist diep. Hij, hè? Ik heb het over hem. Oh, jij? Ja, ik ben Mr. Microphone hier, hoor. Nee, maar er zijn een hoop gasten die het veel slimmer hebben. En dat is het ook. We hebben het over bij calm down. Wie zijn er zijn na mij een hoop gasten ook gekomen die het veel beter doen. Iedereen die zijn bek gewoon houdt aan het begin van zijn carrière. Teun van der Elzen is nog na mij begonnen. Teun van der Elzen is een baas, man. Ik heb een keertje, de allereerste keer dat ik ooit met Teun van der Elzen heb opgetreden, was in Hellendoorn. Hij en ik en Odette van der Molen moesten optreden in Hellendoorn. Ik had ze opgehaald in Amsterdam. We reden dus die hele fucking pokken en daar naartoe. Was het West-Friesland of zo? Wat? Nee. Dat is richting Friesland toch? Ja. Oh, ja. En we... Op de afsluitdijk. Ja, en we moesten elkaar MC'en en zo. En we moesten elkaar MC'en en dat soort shit allemaal. We hadden allemaal weinig MC-ervaring. Dus ooit heeft iemand tegen mij verteld, joh, het belangrijkste aan MC'en is gewoon... Was het een pielenavond of zo? Nee, dat was van Said in zo'n hele grote festival met die Rob Schepers. En allemaal losse elementen waren het. En we hadden het over, dus op een gegeven moment, hij had van, ja, hoe moet ik gaan MC'en dan? Ik zeg tegen hem, het enige wat ik weet van MC is gewoon oprechte interesse tonen. Ja. En dat komt vanzelf wel goed. En hij ging toen MC die avond. Het enige wat, hij deed het fucking goed, hij had het nog nooit gedaan. Hij zei aan het einde van de avond, jij had gelijk, man. Ja, oprechte interesse tonen en that's it. Ja, hij heeft altijd wel op zijn gemak gevoeld. Hij heeft wel theaterachtergrondje gehad, zeg maar. Maar ik heb hem onderweg hier naartoe, heb ik echt bijna een uur met hem gebeld. Ja. Want hij heeft die... Die nieuw shit. Die politieke... Ja, dat is echt heel tof. En wij sparren gewoon veel met elkaar. En hij las gewoon zijn script aan mij voor. En dan ging ik even kijken. Ik vind het wel chill. Hij gebruikt mij gewoon... wij hebben wel wat aan elkaar. Maar hij pikte dat gelijk op. Hij zei van, dit is gelijk oprecht interessant. Hij zat daar toffe op die filmpjes trouwens. Ja, ik wil even zeggen. Dat is echt de filmpjes. Ik vond het uitermate bijzonder. Ja, ik was erdoor verrast. Ik vind mooie filmpjes. Maar hij is ook super. Hij is ook politicoloog. En hij heeft er zo'n verstand van. En hij kijkt ook gewoon voor zijn fucking plezier die Tweede Kamer debatten en zo. Dat vindt hij gewoon heerlijk om naar te kijken. Dus hij kan dat gewoon letterlijk uit elkaar trekken voor de gewone man. Doet hij tof. Ik ken hem verder niet. Alleen dat hij had CTA gewonnen in het jaar voor mij. Ja, hij en ik zaten samen in de finale van de Comedy Slam. Dat was ook nog lopen toeren door Nederland. Ja, ik heb toen de Eindhovense Comedy Match of zo had ik gewonnen. Yeah. Maar dat was ook alleen maar omdat hij een blackout kreeg. Hij kreeg in de finale een blackout. Zo na 2 minuten zo. Ik weet niet meer. Ja, sorry. En ik zo, oh yes, dan heb ik misschien een kans om te winnen. Zit hij nog bij Haug? Ja, hij zit nog bij Haug. Ja. Ik speelde laatst bij Haug. Hij is aan het schrijven voor Guido Weijers ook. Oh. Ik speelde laatst bij Haug. Dat was de eerste keer dat ik hem ooit zag. En toen was hij heel lovend over mij. Dus ik vind hem echt fucking aardig. Ja, fucking aardig. Ja, snap ik. Maar het alles... Ik keek, hij had toen een jaar, had hij Grafioen en Gronings gewonnen of zo. Ja. En ook het jaar ervoor CTA. Maar toen had hij dus Gronings gewonnen, had hij gewoon heel een show. En dat was dan in september of zo. Of in november. En bij Oud en Nieuw had hij bij Haug, had hij gewoon een conferentie, gewoon een nabeschouwing van het jaar. Had hij gewoon een heel nieuwe 20, 25 minuten. Gewoon heel uit de dag van. Had nooit moeten tekenen bij Haug. Hoezo? Hij had naar de comedy trainer moeten gaan. Maar dat moet je ook op een of andere manier zien. Hij is toch ook gewoon... Ja, maar hoe is die intake van Comic Trains ook total randomness? En dat is ook ingewikkeld. En hij kan wel aankloppen van ik heb dit en dit gewonnen, maar dan kom je nog steeds op dezelfde plek terecht. Dit is wat ik had gehoord toen hij zat daar op de radar, maar hij zat toen bij Haug. Oh zo, ja, maar dat kan hij alsnog. Dat had hij gereviewd en dat soort shit had hij allemaal gewonnen, maar hij speelde toen dus niet meer op die avond dat ze die voorselecties deden toen. Oh ja. Maar toen ik had die review en dat soort shit gewonnen, toen hij zat in de finale met Bob Komen. Ja, ja, dan had hij prima. Snap je? En hij zat toen maar omdat hij toen dus bij die Haug zat. Maar je hoeft niet altijd, het hoeft niet allemaal via toe. Maar ik bedoel, Haug is ook gewoon echt een. Kom je trainen is wel stukken beter dan toen Haug. Ja, zeker. Ja. Maar dan heb je minder last van dat er zo'n geplaveide weg van tevoren is, weet je wel. Teun, die werkt toch al op zijn eigen manier super hard. Dus hij heeft het ook niet per se nodig dat er zo aan hem wordt getrokken, zeg maar. Je hebt ook van hij is blijkbaar wel bij Toemler komen ook altijd van die lekkere, weirde persoonlijkheden waar dan nog veel comedy aan gevormd kan worden. Ja, weet ik veel. Ik probeer maar als je moet kiezen, Haug of kom je erin. Zou ik gaan voor kom je erin. Ja, hij woont in Amsterdam, dus dat is allemaal fijn voor hem, ja. Dus ik denk als hij nu zou kunnen ruilen, doet hij het zo. Groot gelijk, man. Ja, natuurlijk.
Het is wel leuk. Interessant dat hij zoveel creëert. Leuk en aardig die houdt. Ja, maar dat is iets, ik creëer geen ene hol, joh. Nee? Nee, joh. Maar ik, in die zin, dat is voor mij echt, ik vind het lastig. Maar het is een flow waarin je moet komen. Ja, weet ik. Maar ik moet dat meer doen. Maar ik ben eigenlijk, merk ik vaak, te weinig bezig met comedy. Als ik jullie hoor ook, weet je, denk ik moet echt veel meer doen. Maar wat doe je in het dagelijks leven dan? Ik heb een... liever hou ik die dingen gescheiden. Zo begint elke gozer die wiet teelt, begint ja. zo, hè? Nee, ik heb... oh, shit. Ik heb, ja, weet je wat het is? Ik heb, nee, zeg het eens. Nee, ik heb een kamertje over. Ik heb een bedrijf in zorgmaterialen. Oké. Okay. Ja. Oh, dat doe je toch goed tijdens corona? Ja, zeker. Ja, ja. Oh, je had het net over. Je was net Chinese mondkapjes aan het verdedigen. Nou, weet ik waar je. Inderdaad, ja, ja. Nee, die Chinese mondkapjes. En hij was heel specifiek. Ik haal persoonlijk nooit wat van Chinese website. Nee, dat is grappig. Ja, dat zei ik ook. Inderdaad. Ook qua zorgmateriaal. Nou, het meeste komt uit de westerse wereld, maar ook uit China natuurlijk. Oh, dus daar gaat heel je principiële bullshit. Nee, daarom. Dat is ook zo. Dat zei ik. 3,5 uur kunnen we gewoon wissen nu. Precies, gewoon kapot. Nee, maar. Ja, ik merk vaak, veel mensen denk ik, zeker zo'n Teun is al gewoon echt goed daar... Ja, maar die is alleen maar daarmee bezig. Precies, maar ik helemaal niet, joh. Ik ben echt een Mogol en dat is jammer, want ik... Nee, hoezo ben je een Mogol? Je hebt gewoon een bestaan... Dat is ook een beetje het probleem met comedy. Je moet het moet je enige uitweg zijn, heb ik ook het gevoel. Maar ik vind... En daarom heb ik mezelf ook in deze lastig pakket... Want jij hebt jezelf ook gewoon... Je bent gestopt met werk, je bent alles gedaan... En je bent gewoon dat gaan doen ook. Ja. En avonden organiseren. En dat. En daarvan rondkomen, dus de hele tijd... Maar je bent wel fucking vooruit gegaan. Die pidden. Ja. Want ik heb het begin dat ik jou heb gezien... En de laatste keer dat ik jou heb gezien in september... Andere wereld. Ja. Dude, laatste keer dat ik jou zag was toen in september, toen in de Toemler. Oh, in Toemler. Dude, je was gewoon fucking killing. Thanks, man. Ik was gewoon fucking gangster. Ja, ik hoop ook, dat is ook mijn... Snap je? Maar dat vind ik ook tof. Dat is die 24 uur ermee bezig zijn. Ja. Maar dat wil ik ook graag. Maar dat is ook echt een struggle, hoor. Om de hele tijd maar te bedenken hoe je in welke facet... Omdat je kan niet de hele dag schrijven. Je kan niet de hele dag... je moet... en dat vind ik ook zo vet aan mijn vriendin. Die heeft gewoon... Maak ze nog van die lekkere cookies? Ja, ook. Ja. Ik heb de droomvrouw. En ik had... Ze is best mooi, toch? Of niet? Ze is ook nog heel mooi. Ja, ze is ook nog heel mooi. Toen ik voor het eerst bij hem thuis kwam, ik dacht, ik kom in zo'n hobbithuis of zo. Ja, dat was een mooi, hè? Mooi huis. Hij komt gewoon een normaal huis. Gewoon geen mos aan de muren, helemaal niks. Het was gewoon een normaal huis. Gewoon een fucking netjes ingericht huis. Gewoon een kantoor had hij thuis. Lekker, voor een achtertuin. Ja. Ik dacht, dude, what the fuck is dit, man? Ik was teleurgesteld. Ja, hij dacht echt dat ik... Maar dat had ik hier toch ook? Ik wil gewoon in een grot komen. Ja, maar dit is ook geen grot. Nee, natuurlijk, dit is fucking... Het heeft wel meer man cave aspecten dan mijn huis. Bij mij is ook wel allemaal mooie kleurtjes en zo. Ja. Maar zij voor 3 jaar verkering heeft ze mij ook gewoon een soort van zo'n theaterpersoon een soort van cursus gekocht. Voor een paar uur gewoon eenmaal theater aspecten. Ja. Want je moet al die aspecten moet je gewoon trainen. Je kan niet alleen maar zeggen, ik ga alleen maar stand-up comedian, dus ik moet alleen maar grapjes vertellen. Je moet alle facetten. En je moet ondertussen ook gewoon als een algemeen persoon, ook als ondernemer, moet je ook bedenken van, kun je podcast luisteren met van die Tim Ferriss-achtige bullshit. Van hoe kun je efficiënter zijn? Hoe kun je beter tot rust komen? Dat je uiteindelijk dat gewoon... 4 uur gewerkt, Tim Ferriss? Maar gewoon die vibes, die al die self-help shit. Je moet wel flexibel zijn, want zoals je zei, er kan zomaar weer een pandemie komen waardoor alles plat ligt. Maar weet je, ik ben gewoon, kijk, mijn grootste probleem is eigenlijk nog gewoon telefoon en dergelijke, weet je. Ik heb een heel slechte concentratie, begrijp je? Dus ik laat me gewoon afleiden. Kunstenaarsafspraken staat in The Artist Way, dat je gewoon sowieso minstens 1 keer per week met jezelf afspreekt, ik ga 2 uur en dan je telefoon thuis laten, ga ik 1 uur wandelen of ik ga naar de HEMA en ik koop fucking knutsel shit. Gewoon allemaal shit om je creatieve brein op een of andere manier, op een weirde manier op gang te brengen. Ik kan en dat gewoon stelen. Of dingen stelen, nog beter. Maar ik heb ook van het boek heb ik de Morning Papers. Dus in jouw geval, ik hoef niet een half uur eerder op te staan, maar als jij je wekker een half uur eerder zet, of ja, met een kind hoeft dat niet eens, dat je nadat je opstaat gewoon zonder dat je iets doet, zonder een bak koffie, gewoon ook misschien eens muziek opzet en een half uur gewoon typt, gewoon van je afschrijft. Artist's Way, zei je? Wat? Artist's Way? The Artist's Way, ja.
En dat zijn morning papers. En dat is een soort van anti-blokkade, anti-writers block. Ja. Dan heb je gewoon al je gevoelens, alles waar je over maalt. Is ook gewoon psychologisch supergoed voor je. Ja. Dat je gewoon 3 A4'tjes vol schrijft. Met, hoeft niet eens een dagboek te zijn, kan een dagboek zijn, maar ook gewoon dingen door je hoofd spoken. Dan komt ook wel eens iets grappigs uit, maar dan heb je dat uit je, dat is een soort diarree die eruit moet voordat de goede kak uit je hoofd komt. Ja. Om, dit is één ding wat Hassan ooit tegen me zei. Oh, your best friend. Yeah. hij zei... Je moet dood! Hij zei, een paar jaar geleden zei hij dit tegen mij. Hij zei, ik ga jou 3 jaar struggelen besparen. Hij zei, ik zei, hoe dan? Hij zei, schrijf geen grappen. Schrijf gewoon. Ja, dat en is ik, het. Ik begreep het niet. Ik zat daarover na te denken. Ik weet niet wat hij bedoelt. Ik zei, je moet toch grappen zijn? Schrijf gewoon. Ja. Schrijf geen grappen, maar schrijf gewoon. Ja, maar hij bespaart je ook gewoon 3 jaar psychotherapie. Want als jij gewoon als jij naar een psychotherapeut gaat, hier heb je een dagboek, schrijf je shit op. Want als jij in je hoofd zit te malen, dat is geen bron van creativiteit. Dat blokkeert jouw brein gewoon. En als jij ergens mee, als jou iets dwars zit, je schrijft het op, je ziet het op papier, heb je een soort out-of-body experience van, zijn dit mijn gedachten? Zit ik hiermee? Nee, natuurlijk niet. Het zijn gewoon bullshit gedachten. En als je dat niet opschrijft, blijft het in je fucking hoofd zitten. Dan blijf je elke dag dezelfde bullshit denken. Ik ben sindsdien, wat ik nu al 1,5 jaar doe, is gewoon elke dag ben ik aan het schrijven. Moet je een voorbeeld kijken wat ik allemaal heb staan. Oh jee, krijgen we de deepest darkest. Ja, nee, maar kijk. Het is gisteren heb ik een vrouw geslagen. Wow. Nee, maar kijk. Maar het zijn allemaal dingen. Het zijn allemaal dingen. Moet je kijken. Oh, het was een fly kick. Er zijn allemaal dingen die ik heb staan dan. Weet je. Volgens mij zijn het 100 bestanden. Met daaronder weer allemaal 4 pagina's. En het enige wat ik doe is schrijven. Ja. Er zit geen grap tussen. Maar het enige is schrijven. En dat is wat jij moet doen. En dan komt er uiteindelijk iets interessants uit. Zal ik wat voorlezen? Ik ga jullie advies volgen. Ik heb eentje necrofilie. Ik ga me voorlezen. Necrofilie, oké, okay, let's go. Necrofilie. Ik ga voorlezen. What's up with necrofilie? Maar hoe vaak, eerst nog even dit, hoe vaak moet ik dat doen dan? Elke ochtend een 1/2 uurtje. Eigenlijk 3 A4'tjes vol typen. Elke ochtend? Ja, ja. Vaak, man. Ja, maar rituelen, gast. Ja, gewoontes. Gewoontes, ja. Maar je kan beginnen met het 1 keer per week te doen. Ja. En je moet jezelf niet een onmogelijke taak stellen. Nee, maar je doet nu niks. Dus doe het nou maar 1 keer per week. Ja, ik doe heel weinig, ja. Doe maar 1 keer per week. Goeie, ik ga het doen, man. En over podcasts gesproken. Theo Maas heeft creativiteit voor beginners. Heeft hij een podcast met allemaal creatievelingen. En hoe zij hun creativiteit in zichzelf... Dat is een podcast van hem? Van Theo Maas, ja. Creativiteit voor beginners? Zoiets, Theo Maas heeft binnenkort trouwens ook een podcast met iemand. Ik word één fucking goede comedian. Nee, maar het is voornamelijk gewoon schrijven. Schrijven. En die grappen komen vanzelf op een gegeven moment. Want er zijn gewoon schrijvers uiteindelijk. Het begin van een grap is gewoon schrijven. En uiteindelijk wil je al je gevoelens wil je documenteren en plek geven. En ook alle kut... Dat is ook wat je leert bij... Bij een schrijverscursus gewoon schrijf alle kutgrappen ook op. Niet denken van, nee, dit moet niet. Nee, die moet er ook uit. Die moet er ook uit. En dan... De kunst is het moment dat je aan het schrijven bent. Wat ik mezelf heb aangeleerd is het moment dat ik ga schrijven. Ik doe niet aan spellingcontrole. Ik doe niet aan backspace. Nee, gewoon flow of thought. Alles gaat er gewoon uit. Stream of consciousness. Gewoon schrijven. En ik ga later wel kijken wat het is. En dat is de kunst. Je kan beginnen voor de graag gewoon 10 minuten per dag. 10 minuten per dag voor een paar weken, en dan doe je 15, en dan 20, en dan 30. Voor je het weet zit je op 1,5 uur per dag klakkeloos. Ik zie dat ik de hele tijd ermee terugkom, omdat ik gewoon nooit een dagboek heb. En mijn donkerste periode was mijn studietijd, omdat dat gewoon één grote leugen was. En, waarom? Omdat ik gewoon niks haalde en ik had het voorloog dat het allemaal goed ging. Dus ik zat bij een van dispuut en zo en ik vond het allemaal kut. Ik voelde me gewoon een imposter en ik wilde daar niet zijn. En dat was echt gewoon, en ik had ook nog eens een depressieve vriendin. En zat ik ook met helemaal... Was het die crazy bitch? Nee, dat is een andere. Je trekt ze wel aan. Ja, precies. nou heb ik een goeie. Maar die had ook... Behalve deze. Deze is cool. Ze maakt lekkere koekjes. Maar het was allemaal heel heftig. En ik had zo'n... Met haar was ik wel gewoon real. En al die andere dingen waren gewoon nep. En die studie was nep. En er was een grote leugen. En af en toe barst ik gewoon een traan uit. Dat het gewoon allemaal bullshit was. Ja. Bij haar durfde ik ook... En heb ik ook opgeschreven. Bij haar barst ik uit... Dit is kwetsbaarheid, Badde. Ja, bij haar barst ik een traan uit van fuck, het is allemaal leuk, man. Ik ben gewoon... Ik ging toen huilen. Ja. maar toen kwam ik uit van, ja, ik heb nooit examens serieus genomen, nooit tests. Gewoon al vanaf de basisschool, middelbare school, nooit serieus genomen, ook altijd gefaald. En toen kwam ik tot een punt van, en deadlines, die nam ik allemaal niet serieus. En dan tijdens mijn studie heb ik geen één deadline gehaald. En je gaat er niet dood aan. Toen begon ik met een bit over deadlines. Van ja, what the fuck heb je aan een deadline, aan het woord... Was je niet dood?
Ja, zo van, ja, ik ga niet dood. En toen zocht ik op wat de deadline echt was. Er was een lijn in een gevangenis, in een open gevangenis. En als je voorbij de lijn ging, schoot je dood. Dat is nog eens een deadline. Maar ja, ik ga niet dood. Ik kan wel zo... De enige mensen die vaak zijn gestorven zijn mijn ouders en mijn grootouders. Omdat ik uitstel wilde voor de deadline, weet je wel. Ja, het verzoekjes. Ja, zo. En maar gewoon, dat zijn gedachten waar je uitkomt als je gewoon door al je shit komt. En dan heb je ook nog eens die interessante aanleiding waarom je tot zo'n gedachte komt. Want dat is bij een comedy show. Zeg maar, waarom begint hij nou opeens over deadlines? Je zegt van ja, ik heb altijd gefaald met dit en dat, omdat die deadlines niet lukte. En dan heb je ook nog meteen die noodzaak te pakken. Ja, precies. En dat is hoe een vette joke of een vet verhaal begint. Ja, dat is wat ik heb geleerd trouwens, op een gegeven moment ging al die shit... Want ik heb ook veel shit te vertellen. Want ik ging niet... Zeker, over hoe hij die keer die vrouw heeft geslagen. Wat nee, maar sowieso. Ik bedoel, ik heb ik niet voor niks op zeven scholen gezeten. Nee, Badder, ik. Vertel, Jeroen. Nee. Oh, ik ben echt benieuwd naar wat je te zeggen hebt. Nee, maar ik bedoel, inderdaad. Ik denk dat iedereen wel iets te vertellen heeft. Maar je moet er wel toe komen. Ik ben geneigd om veel sneller... De eerste grappen die ik geschreven heb, waren eigenlijk gericht op de grap. Ja, en je hebt meer een soort moppige context nog steeds. Ja. Maar uiteindelijk op lange termijn, als jij een 20, 30 minuten set wil hebben, dan moet het echt vanaf werken. Dat is lullig om te zeggen over mijn eigen materiaal, maar ik vind het ook vrij mager. Ik begrijp wel dat men erom moet lachen. Je hebt eerst je funny. Maar inderdaad, ik ben het niet. Maar je moet eerst de ins en outs, de techniek. Ja, je kan meteen je eigen persona gaan ontbinden, maar je kan ook gewoon de ins en outs van funny begrijpen. En dat weer toepassen op de realiteit. En dat ga jij dan hopelijk doen. Ja. Maar en jij zit in een fucking interessante fase van je leven met het kind en zo. Ik bedoel, alleen al voor je kind en voor je vriendin, zou je ook allemaal shit van je af moeten schrijven, zodat je niet zo boos en gefrustreerd zou moeten zijn. Ik ben helemaal niet boos. Maar inderdaad, ik begrijp wel je gedachten. Je kan wel boos worden. Ja. Nu niet meer. Nee, ik word nooit meer boos. Nee, ja, flikker op. Dit is echt de woorden van een psychopaat. Ik word nooit boos. Nee, maar ik word tenzij... tenzij ze de tv te hard zet. Het eten is te koud! De verkeerde ondertiteling bij een DVD. Nee, weet je wat ik uiteindelijk tot de conclusie was gekomen van mijn eerste shift werk, wat ik deed? Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat het allemaal taglines waren in plaats van dat het echt... kern van mijn joke was. Zou ik doen? Ja. Het waren allemaal omdat je dan zo joke. Het zoeken naar die joke was op een gegeven moment iets wat je dan doet op het moment dat je dan de kern van je verhaal, wat je wilt gaan vertellen. En uiteindelijk realiseerde ik dat. Ja, Cookie Baby, die zijn goede cookies. Cookie Monster. Die moet je dopen door de. Ja. Op een gegeven moment, uiteindelijk komt de conclusie. Elke eerste beste grap die ik nu schrijf, is uiteindelijk een tagline. Wat ik eigenlijk wil gaan zeggen. Waardoor ik begon te proberen te ontleden wat ik eigenlijk probeerde te zeggen. Ja. Ik begrijp dus niet dat jullie niet de hele tijd fucking snoep eten en koekjes. Ja, heb ik al. Ik ben al een beetje misselijk. Dat ben ik. Weet je, dat is het rare. Ik kan niet stoppen, man. Weet je, jullie zo. Ah, ik neem één of twee. Dan stop Nee, ik ben altijd zo. Ik heb heel die fucking zak leeg gegeten, man. Welke gu? Ja, ik heb die zijn goed, hè? Ik heb elke keer 5 in mijn bek gedouwd. Ja, nou ben ik misselijk. Ik vond die niet zo lekker, man. Ja, ik ook niet, maar ik ben gewoon een junk. Ja. Maar M&M's ik kan niet stoppen, joh. Nee, er is geen bier meer nou, of wel? Jawel. Nee, diepvries op. Maar hey, even is er geen bier meer? Ik heb fucking 16 blikjes, 18 blikjes meegenomen. We hebben allemaal 6 op. Hebben we alles op? Ja, alles op. Kijk, mijn teleurstel kijken. Ja, sorry man. Ja, we hebben allemaal even veel gedronken. Maar Badder, jij klikt het dingetje, dat lipje af en dan doe je het in je eigen bier. Dat is voor geluk. Is dat voor geluk? Nee, weet ik veel. Dat deed ik per ongeluk. Ik zat ermee te spelen. Zit er veel bij jou, hè? Kun je dat ook schenken? Jij ook? Nee. Ik vind het veel, man. Ja. Dit is sowieso te veel voor. Jullie moeten nog rijden naar huis. Badden. Je moet niet alles delen met het publiek, man. We hebben allemaal 2 biertjes op. Precies. Ja, en we blijven hier slapen. 2+2 is 18. We gaan daar gangbangen. Hey, zullen we even nog een comedy ding bespreken? Ja, cool. Gooi het erin. Nou, er was een Hongaarse Europarlementariër. Die flikka. Ja, die ziek anti-homo was. Die, van Orbán's partij. En die was gepakt met 24 andere mannen in gangbang in Brussel. Oef. En die is via de regenpijp ontsnapt.
De regenpijp. Hey, hoe feller anti-gay je bent, hoe groter. Ja, nee, maar homofobie is een product van homoseksualiteit. Dus als je echt. Je hebt ook. Maar 24 mannen, weet je. Ik bedoel, Jezus. Ik heb er ook wel respect voor. Je probeert wel heel erg shit te onderdrukken met die. Huh? Ik vraag me af dan wat hij riep in die kamer. Vergassen ze. Oh, ik heb one-liners erover geschreven. Serieus? Ja. De deelnemers van de gangbang zouden zich niet aan de coronaregels hebben gehouden. Dat is serieus ondervend nieuws. Ik heb... kom toch eens op. We hebben allemaal wel eens een familieweekend dat het de hand loopt. Nee. Oh, dus als je met 24 naakte mannen een feest geeft, ben je meteen homo. Oké. Gaan we zo doen? Ik vind het wel grappig. Deze man was tegen een huwelijk tussen twee mannen. Heeft niks met 25 te maken. Sorry? Hij was tegen huwelijk tussen twee mannen. Dus, ja, go. Mag je ervan uitgaan dat een gangbang niet coronaproof is? Misschien gebruikt ze wel spatschermen. Nee. Wat als het allemaal één huishouden was? Hashtag Arland. Vind ik grappig. Misschien moest hij nou... Ja, nee, laat maar. Als ik echt van een vrouw hou... Dan hoef ik er geen 24 met ecstasy erbij. Dus hij houdt niet van mannen. Nee. Die volg ik niet. Hij van voetbal kijken. Nee, ik volg hem wel, maar iets later. Hij ontvluchtte het gezellige feest via de regenpijp. Wat een nieuwe dimensie geeft aan de uitdrukking naar de pijpendans. Nou, oké, shit, laat maar. Regenpijp, ja, regenpijp. Naar de pijpendansen. Nee. Ik vind wel mooi hoe ik met mijn eigen grappen deze show helemaal verpest. Maar... Ja, dat is achter. Nou ja, ik had eigenlijk moeten beginnen met die eerste. Of eindigen met die eerste. Dat gaan we ook niet kunnen doen. Al dus de Hongaarse Europarlementariër. Hey, maar dat is... Maar het is wel, ik vind... Nee, oh ja, het allerinteressantste, wat een interessante podcast onderwerp is... Is dat... ik zag zo'n soort meme-video en er stond er ook nog bij... Deze man was ervan verantwoordelijk dat Coca-Cola in Hongarije werd geboycott. Ik dacht, cool, gewoon fuck it, Coca-Cola boycotten. Omdat zij een LGBTQ-reclame hadden en dus daarom het geboycott wat. Maar dat is dus een ultimate move van elke evil corporation. Als zij pro-homo-reclame doen. Dus als dadelijk Shell doet met homoseks is helemaal cool, yes Shell. En je zegt, flikker op met Shell. En dan kunnen ze zeggen, oh, je bent homofoob. Ja. Dat is toch fucking weird? Dat is toch gewoon... En dat is het fucked up als grote bedrijven moralen gaan propageren. Andrew Scholz had daar toch een heel goed stuk over. Over Nike en Black Lives Matter zeker of zo. Van Andrew Scholz had erover op een gegeven moment dat die grote bedrijven... die beginnen nu pas zogenaamd over Black Lives Matter en dat soort bullshit. Volgen jullie Andrew Scholz? Andrew Scholz is volgens mij de beste... Netflix special komt morgen overmorgen. Andrew Scholz is de beste comedian op dit moment. Ik moet ook gewoon alles doen wat jullie doen. Andrew Scholz is helemaal... Ja, weet ik. Nee, Andrew Scholz is de best motherfucker. Andrew Scholz is helemaal super politiek... Incorrect. Onjuist. Rauw. En het mooie politiek aan hem is... Onjuist. Het mooie aan hem is... Noteren. Hij maakt de meest racistische grappen. Maar bij hem weet je het dat het komt uit... Hij is heel geïnteresseerd in andere culturen. Ja, hij is gewoon echt een New Yorker die echt alles weet van New andere York, culturen. Hij is opgegroeid met andere culturen. En als hij met andere culturen zit... Als hij dan in de zaal zit... Al die andere culturen willen gewoon gedist worden door hem. Dan begint hij dan over die ene shit, die bit van hem met dat hij... Zitten er joden in de zaal en moslims in de zaal. Dan pakt hij ze allemaal tegelijk aan. Ja. En dan pakt hij ze op zo'n goede manier aan. Die gast is de dopest motherfucker in de raad. Hij is de next big thing. Ja, maar hij heeft wel hele irritante trekjes. Het lachen om zijn eigen grappen ja, en Chappelle microfoon op zijn been slaan. Chappelle het ook, ja. Doe gewoon lekker niet. Het is zo makkelijk om dat niet te doen. Doe gewoon fucking... Hey, maar bro... En ik vind dat ook irritant aan Dave Chappelle. Hey, maar hoeft Dave Chappelle ook niet te doen. Als hij iets lijps komt op het moment en je gaat kapot... Ik heb het ook zo vaak. Wat doet hij dan? Ja, dan gaat hij met zijn microfoon op zijn been slaan. Dan doet Chappelle ook al. En ik vind dat ook gewoon kut als Chappelle dat Waarom doet. Doen ze dat dan? Ja, gewoon nu kun je lachen. En maar zelf stuk gaan. Maar ja, ik moet Schulz wel nageven. Hij improviseert veel. Dus hij moet ook lachen om zijn eigen improvisatie. Ja, heb ik mezelf ook heel erg op betrapt af en toe. Als ik geen hele improvisatie doe. Ja. En, maar hij gaat dan ook gewoon zo... zo dit,
ik vind dat gewoon... Ja, precies. Een maar beetje misschien, neppig. Maar je hebt ook een nieuwe YouTube-channel. Iets met comedians. For Advanced of zo. Of Advanced Comedians. En die doet bijna een soort wetenschappelijke essay over de kracht van wel of niet lachen om je eigen grap. Want je doet net alsof het spontaan gebeurt. Maar natuurlijk is het niet spontaan, want je hebt al 100 keer die grap verteld. Ja. Maar je steekt daarmee het publiek aan. En misschien is dat ook gewoon een beetje onderdeel van... Ik lach ook om mijn grap. Ik merk altijd, ik lach om mijn grap. Er zijn zelfs comedians die mij op het hart hebben gedrukt dat ik dat niet moet doen. Yo, als je ik zal geen namen noemen. No. Maar ik vind het lastig, joh. Ik vind mezelf echt komisch. Nee, het is vooral... Dat gebeurt gewoon, joh. Ik weet niet. Ik heb altijd wel... Ik moet ja, wel lachen. Maar dat doe je niet als je een tour door Nederland doet en 100 keer diezelfde grap maakt. Nee? Nee. Maar ik denk meestal dat bij die Chappelle deed het op het moment dat die... Ik denk dat Chappelle er ook een paar keer zijn. Volgens mij zijn het momenten dat improvisatie is. Al denk ik dat Chappelle... Al die bits trouwens die we zien van Andrew Schultz dat hij dat doet... Dat zijn wel momenten dat we allemaal improvisatie... En dan komt hij op dat moment komt hij dan op een joke dat hij dat doet. Chappelle daarentegen geeft het ook bij momenten bij bits die hij vaker doet. Oké. Gewoon weet. Ja. Maar bij Andrew Schultz heb ik wel vaker het idee dat het wel vaak gebeurt. Maar hij hoeft niet met zijn fucking microfoon op zijn been te slaan. Ja, iedereen heeft zijn zin. Maar los daarvan. Los daarvan. Die man is hij is echt goed met crowd interaction. Het is bizar dat alle... En hij gebruikt... Hij doet eigenlijk wat hele oppervlakkige mensen als racisme zou... Maar hij gebruikt zijn kennis, zijn integere kennis van alle rassen... Gebruikt hij in zijn grappen, waardoor het ook een soort van duiding is van respect. Precies, het is erkenning. Erkenning. Nee, maar je weet dat soort dingen omdat je interesse hebt getoond in die cultuur. Ja. Weet je hebt je daarin verdiept. En daarom weet jij dat. Maar in Amerika is het wel anders... En het is veel moeilijker in Nederland. In Nederland kun je alleen maar hey, gouden, luid, schrijn, bla bla bla. Maar je kan niet, Marokkaan, dus Marokkaan dit of dat. Je kan alleen maar alle comedy train met echt al die diversiteit kun je, als er gewoon echt meerdere nationaliteiten in de zaal is, ook in die Engelse avonden kun je nationaliteiten uitpluizen en dat allemaal uitpikken. Maar je kan niet een Marokkanen grap maken in een zaal die helemaal Nederlands is. Dan werkt het al niet. Of waar één Marokkaan in zit. Dan wordt het al een beetje ongemakkelijk. Tenzij jij die Marokkaan aan gaat pakken in de zaal daar. Ja. Dat maakt dan weer wat anders. Als jij op een leuke manier die Marokkaan bent aan te pakken, dan is het weer heel wat anders. Ja, maar de grap is, ik zeg niet dat ik het niet grappig vind, maar dat al die witte mensen zo fucking ongemakkelijk worden. Ja. Van, oh shit, is die Marokkaan wel aan het lachen? En ze zien niet dat hij aan het lachen is. Dus ze zitten allemaal een beetje zo... Ja. Maar je ziet bij Andrew Schultz altijd de gozer over wie hij die grap maakt. Ja, die staat ook gewoon zo... Die gaat helemaal... Ja, maar dat is Amerika. Die staat er gewoon met zijn handen zo van... Jongens, het is oké. Ik klap mijn handen boven mijn hoofd. Maar dat en dan zegt iedereen, aha, ja. Maar dat is het mooie aan Andrew Schultz. Is, hij maakt die grappen vanuit het standpunt. Hij heeft al die kennis over al die verschillende culturen. Over al die landen. Wat uniek is voor een Amerikaan. Ja. Als hij bepaalde dingen weet, bijvoorbeeld over... Hij heeft één zo'n grap bijvoorbeeld over een sick. Ja, met die armbandjes. Met die armbandjes. Dat zijn hele specifieke dingen gewoon over... Gewoon een kast in de Indiaanse cultuur. Ja. Dat zijn hele specifieke. Je moet je daar echt in verdiept hebben om dat te weten. Ja. Weet je? En als iemand dat soort... Weet je, als ik weet dat op een gegeven moment dat iemand een grap loopt te maken over Marokkaan... Of iets wat heel specifieks is... Weet je, dan weet je al, deze gozer heeft erin verdiept. Hij weet waar hij vandaan komt. Ja. Het komt uit interesse. En dat is niks zo kut als een Amerikaan die dan Amsterdam komt en een showtje doet en zo van, wow, smoking weed. Dan is iedereen gewoon bijna boe gewoon. Van, ja. Is dit waar je mee aan komt zetten? Gewoon, je kan nog beter het Anne Frankhuis aankaarten of zo. Maar in 2016 speelde hij in de Toomler Andrew Schultz. Ja, en hij speelde in 2018 in Boom Chicago. En toen opende Arena... Arine Sarjari, die Brusselse comedienne, voor die opende gewoon voor hem. Er is nog een interview die had met gewoon hem. Een DM geslide op Instagram. Richard van Bils heeft nog een interview met Schultz. Staat nog op zwarte Ja, maar kant. Hij heeft ook vooral zijn punten gescoord, want hij was helemaal geframed als zo'n... alt-right gozer. Ja, gewoon not good for Netflix, bla bla bla. En toen heeft hij een soort van een vlogje, een soort nieuwsding. En dan ging hij iedereen op zijn hypocrisie aankaarten. En zelf geen kleur bekennen. Gewoon van, joh, ik ben gewoon tegen slechte dingen. En ik ben gewoon, gewoon in de politiek ging hij alle kampen aanvallen. En nu is hij opeens... Nu is hij opeens de man. En dat is fucking vet. Dat hij gewoon, ondanks zijn kritiek, gewoon vol doorging in zijn shit. En nou uiteindelijk, maar wel publieke opinie weten te keren. En toen ging hij echt publieke opinie doen. Ja. En toen
Nou, toen bekende hij ook niet per se kleur, maar toen liet hij zien dat hij aan de juiste kant van de waarheid was op een of andere manier. Maar niet op een overduidelijke manier. En nou heeft hij wel een Netflix special. Ja. Dat is al... ja, dat is er zijn top. Twee dingen die hem heel erg hebben geholpen. Is A, is... YouTube kanaal. Is het feit, er zijn het A, Charlemagne the God. Met wie hij de podcast heeft, Brilliant Idiots. Luister je ook naar zijn podcast? Nee. Flagrant 2 en dat zijn de enige twee podcasts die ik altijd luister. Flagrant 2 en The Brilliant Idiots. Brilliant Idiots maakt hij samen met Charlemagne the God. Charlemagne the God is na Howard Stern de grootste radiopersoonlijkheid in Amerika. Cool. Weet je, maar dan hij is de grootste radiopersoonlijkheid van de hip-hop cultuur en dat soort dingen allemaal. Hij maakt samen met hem maakt hij de Brilliant Idiots. Oké. Okay. Dus ik heb waarschijnlijk stukjes van gezien. Ja, dus Charlemagne the God is fucking. Hij is ook samen met hem is hij, en Joe Rogan. Hij is bij Joe Rogan geweest. Dat heeft ook zijn profiel vergroot. Hij is samen met Joe. Die moet je echt kijken. Dat is de allerbeste podcast die ik ooit heb gezien. Was met Charlemagne the God, Andrew Schultz en Joe Rogan. Waren ze met z'n drieën samen. Want Andrew Schultz was al twee keer bij hem geweest. En toen is Was dit de Joe Rogan podcast? Ja. Andrew Schultz was twee keer bij Joe Rogan geweest. Maar Joe Rogan viel. Joe Rogan had hem gescout, dus waar had hem gezien. Later begon zijn profiel een beetje groter te worden. En Joe Rogan was altijd een fan van Charlemagne the God. En toen hadden ze hem samen uitgenodigd omdat het matties waren. Dat is de allerbeste podcast die je moet gaan luisteren. Als je zo terugweg naar je huis gaat, moet je die gaan luisteren. Charlemagne the God is fuck is het. Er zijn drie headliners op die podcast, Brilliant Idiots. Charlemagne the God is geen comedian, is een radiopersoonlijkheid. Yeah. Maar hij heeft wel die... Yeah, hij is interesting. Hij heeft wel die interesting, hij heeft die gevatheid van een comedian. Yeah. Dus ze vullen elkaar perfect aan in die podcast. Ja, bij podcasts hoef je ook geen grappen te maken. Snap je, maar ze zijn wel grappig. Heb ik al een mooi voorbeeld aangegeven vandaag. Maar die moet je het Brilliant Idiots. Brilliant Idiots is, vind ik, de beste podcast die er is. Elke aflevering is interessant tussen die guys. Nice. We zijn al... Jongens, dit is... Is dit een record? We hebben een record, jongens. Ja. Gaan we voor de 4 uur, motherfuckers? Gaan we voor de 4 uur, motherfuckers? We zijn door bier. We hebben allemaal twee blikjes bier. We zijn op de 3,41, motherfuckers. We zijn op de 3,41. Dit kun je opsplitsen in drie blokken. En dan, voor je het weet, heb je 10.000 volgers. Dan moet ik gaan editen. En ik weet van mezelf, als ik shit ga editen, dan verkloot ik podcasts. Nee, je moet gewoon opbreken in drie blokken. En dan, dit is dit. Zal ik nog even... Ja, doe even. Ja. Ja, toch. Ja. Het is zover, man. Maar komende zondag dus, heb ik... een podcast. Heb ik een live podcast in de Effenaar in Eindhoven. Zou eigenlijk een comedy show zijn, maar hè, lockdown. Ik ga sowieso met Jeroen Leenders zitten. Dus, ik kom, kan ik komen? Wat zei? Kan ik komen? Nee, ja, het is allemaal een beetje officieel lockdown shit. Ik ga even kijken of iemand kan komen. Gewoon om te kijken, bedoel je? Gewoon shit, sapen, man. Ik wil gewoon chillen met jullie. Ik wil gewoon kijken. Ik ga niet irritant doen. Oké. Maar ja, met Jeroen Leenders en nog een andere gast. Jeroen is nog iemand anders aan het strikken. Misschien doen we nog eventueel, als het geen cabaretier of comedian wordt, dan wil ik misschien Braz uitnodigen, die Eindhovense rapper, Brian. Braz doet veel shit met Fresco. Maar gewoon sowieso een interessant gesprek over gewoon een beetje de collectieve zucht die 2020 heet. En, ik ben benieuwd, man. Ik ben, Want het is best wel een leuk ding. Hashtag Eindhoven Festival heet het. En alle cultuurinstellingen in Eindhoven doen dat. Om ook gewoon iets te maken voor mensen thuis als ze allemaal in lockdown zitten. En ook om die culturele instellingen een beetje hard onder de riem te steken. Want woont Jeroen Leenders nu officieel in Eindhoven? Officieel wel, ja. Hij gaat ook nog een andere Eindhovense comedian aan. Ja, misschien wel. Ik hoop het. Maar dat moet nog allemaal blijken. Dat moet nog even gaan blijken. En ik ga een podcast maken, Daddy Issues. Daddy Issues. Ik heb altijd al gezegd, jij moet de podcast opnemen. Ik weet alles van, man. Ja. Ik ben 10 maanden vader. Veel issues. Maar ja, je hebt het nog makkelijk, zo te horen. Ja, nee, ik moet eerlijk zeggen, op zich vrij soepel, ja. Ja, ja. Ja, veel mensen zeggen dat het heavy shit is, maar het valt wel mee, man. Maar je hebt alles voor elkaar. Zijn jouw taken 50-50 verdeeld? Wat bedoel je? Thuis? Ja. Werkt zijn vrouw fulltime? Nee. Nee, maar... Wij werken allebei weinig. Dus waarom de fuck doe jij weinig in comedy? Ja. Je baby slaapt de hele dag. Nee, maar daarom. 20 uur in de week.
Nee, ik heb meer... Heel dat ik gewichten aan het heffen, maar je fucking hersengewichten heb. Joukertje, ja, zwemmen. Toch, bazonnenbankje, appetijn, bakkertje. Lijkt de Hugo de Jonge van de comedy, deze man. Ja, ik ben wel één... Wat de fuck is jou? Wie ben jij dan? Wat? Ja, ik ben een scheetje inderdaad. Hele tijd, man. Schijt. Ja. Boeren schijten. Ja. Oh. Ja. Nee, ja, ik inderdaad, ja. Ik zou wel... Ik heb meer dan genoeg tijd, joh. Ik moet meer... Maar jullie hebben me geïnspireerd. Ik moet dingen van me afschrijven en shit. Ja, man. Dan gaat het gebeuren. Ik ga zo'n beetje. Ik ga echt... Ja, dat sowieso. Maar ik ga hij gaat. Jullie hij adviezen gaat. Opvolgen. Begin met 10 minuten. Wordt een goede comedian. Morning papers. Elke dag 3 aviertjes. Precies. 10 minuten. Ja, maar wel, toch wel tof dat jullie dus beide dat ook doen. Weet je? Dat ik vind ik wel... Anders wordt Balder een serial killer als hij dit, denk ik. Ja? Anders gaat hij ook echt necrofilia uitvoeren. Hij moest het van zich afschrijven. Necrofilia, wel of niet. Je hebt het niet gelezen, nee. Maar laten we dat zo doen. Dan zouden we dit afronden. Bedankt voor het eten. Was heel lekker. Zo naar Badder. Jongens, ik moet zeggen dat ik hartstikke blij ben. Ik vind het altijd leuk om jullie te zien, jongens. Ja, man. Het is gewoon... Ik ben hier graag. Ik kom hier volgende week weer. Jullie zijn altijd welkom, jongens. Jullie zijn altijd welkom. Er wordt voetbal gekeken hier. Er wordt gebloot hier. Er wordt... als er geneukt wordt, dan ben ik het. Doe ik het alleen. Maar weet je wat het is? Het ja, is wel, met je hand. Het is hier wel een soort van broedplaats voor teringzooi. Dat wel. Maar toch ziet het er netjes uit. Dat is waar. Ik zou ook wel een trollen worden als ik hier zo aan. Weet je, ik rook me kapot. Ik rook niet eens, hè. Doe jou, waarom rook je al die peuken op dan? Zo ben ik. Ja, als je wiet ligt, rook ik wiet. Als je coke ligt, snuif ik het op. Hij was laatst hier. Hij was hier vorige week. Toen kwam Matties voetbal kijken. Dan werd hij stoned. Helemaal stoned. Weet je, kijk. We gaan gewoon elke week andere drugs uittesten op Jeroen. Ja, maar dat is kut. Ik heb helemaal geen ruggengraat, joh. Jullie nemen allebei 2 snoepjes. Ik vreet helemaal kapot. En ik krijg een suikeroverkill. Ja, de enige reden waarom ik al deze shit heb gekocht is omdat hij zei dat hij al oud wil gaan. Ja, ik bedoel iets anders. Ik bedoel de andere snoepjes. Ja. Ja, maar drugs is op, jongens. Helaas. Dat is het ding. Ik heb sowieso, ik doe altijd mee. Ik ben in dat opzicht gewoon, ik heb helemaal geen remmen, joh. Dat je nog niet zwanger bent, joh. Ja. Of ik vader. Moet rijden, of daarom niet. Daarom is je vader. Ja. Hij moest gewoon meegaan. Ja. Thanks, brother. Hey, boys. Cool. Ik wil jullie bedanken voor jullie aanwezigheid, man. Het was echt leuk. Ja, was zeker. Nice. We gaan hier nog even door. Gezellig. Cool. Maar, het was gewoon langer dan Titanic. Ja? Ja. 3 uur en een kwartier. Maar meer, ook nog meer stukken verhaal zonder punch dan in de Titanic. Ja, minder seks. Dat is bizar, man. We zijn wel een zinkend schip. Dus, ja, dit is wel het moment voordat hij gaat knakken. Zo, weet je, zou er iemand zijn die het helemaal uitluistert? Ja, dan ben je wel een Ik denk dat ze er zijn. Ik denk dat ze er zijn. Als jij dit helemaal uit hebt geluisterd, stuur mij op Facebook een berichtje. Met de letter 5. Want dat is ook een soort van doorzettingsvermogen, toch? Ja. We zitten nu in die fase van check, check, check. Dames en heren, dank jullie wel. Shout out. Peace out. Steven Bell, Jeroen Jonkers. Later. Ciao.